Dinsdagmiddag 3 uur betekent dat er weer tijd is voor een FC afkicken. Ja, en dit is er één. Dit wordt er één hoor, deze uitzending. Ja, alle grote mensen hebben op deze bank terecht kunnen krijgen. Hier rechts van mij Jordi Amali met een Fiorentina? Nee, is geen voetbal. Nee, is geen voetbal. Niet. Okay. Wil je iets droppen? Nee, absoluut niet. Nee. Ik denk niet dat Moncler nog de steun van Jordi Amali zit te wachten. maar jij werd toch gesponsord door Fresh Cotton? Nee joh. Dat dacht ik. Nee. Dat is wel mooi hè, dat wilde ik jou introduceren en jij introduceert jezelf alweer. Jopie Buit, terug van weg geweest. Zeker. Ja, en aan de bar, een nieuw gezicht. Zeker. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, stel je even voor zou ik zeggen. Ik ben Fabio Bravo en afgelopen woensdag was ik bij FC Cupcourts bij Hercules. Hercules, en toen stond je daar onder andere met Kees van Buren. Toch? Bob en Max. Ja, Bob en Max. Nee, dat was een fantastische debuut. Nou, leuk dat je er bent. De mannen aan de tafel, als wij hier iets fout zeggen, Bart en Wouter. Heb ik al iets fout gezegd? Ja, aan het begin natuurlijk. Met de introductie. Wat zei ik? Ja, ik heb de zin niet helemaal meer paraat, Niel. Maar het klopt in ieder geval niet heel erg. Oké, heel goed. Scherp. De man die weer terug is in Nederland, Thomas Verheid. Snel vanuit de training hierheen gereisd. Nee, ik was vrij vanmorgen. Oh, vrij? Ik was vrij vanmorgen. Ik dacht, trainen? Nee, morgen weer 2 keer. Dus, lekker dagje vrij. Lekker dagje vrij, maar dan zit je hier. Dan ben je zo'n groot liefhebber dat je denkt, ik ga even in de studio voor FC afkicken. Voor FC afkicken doe ik dat. 3 uur lang, hè? 3 uur. Ja, lang is het. Heel goed. Maar het gaat goed met je, hè? Ja, ik heb het naar mijn zin. Dus leuk. We zijn goed begonnen. Dus, ja, want vorige week, daar kunnen we voor mij even naar kijken. Dan begin je eerste competitiewedstrijd. En dat is dan weer gelijk een hele mooie goal. Hier zien we hem. Moet ik wel zeggen, we hebben het hier in de studio gehad over de tegenstand. Doet niks af van die goal, hè? Maar wat dacht jij vorige week tegen Jong Utrecht? Ja, nee, ze kwamen wel met een heel jong team, hoor. Maar volgens mij speelden ze gisteren met dezelfde opstelling tegen NEC. En ze maken toch NEC wel lastig. Ja. Maar in principe thuis, Eagles thuis tegen Jong Utrecht, dan hoor je te winnen. En 5-0 is wel een mooie uitslag. Ja, want daar hebben we het over gehad, toch, over Jong Utrecht. Wie was ook weer die speler van Jong Utrecht die zei... Die hadden ook een noesje of zo? In die eerste week volgens mij dat pak slagen, maar dat het was niet verdiend. Ja, hij was niet onder de indruk van jullie. Nee, hij was niet onder de indruk. Maar wat denk jij dan als zo iemand iets zegt? Ja, kijk, op zich volgens mij is het wel een aardige speler, hoor. Want hij kwam af en toe wel goed op en zo. Maar ja, als je er 5-0 afgaat, dan moet je wel een beetje temperen, denk ik. En moet je gewoon zeggen van jongens, vandaag was het hem niet. En, ja. El Yacoubi was het. El Yacoubi, wat zei ik? El Ghanouchi. Bijna goed nu. Oké, heel goed. Maar dat gerecht, deze week ging het iets troever, hè? Ja, dan kijk, als je dan 5-0 begint tegen Utrecht, dan is iedereen is het eigenlijk een beetje Hosanna. Maar ja, dan moet je uit naar Eindhoven. Ja, dat is toch wel altijd een lastige kluif, denk ik. Ja. En, we hadden het redelijk lastig, maar ik denk dat we toch wel iets betere kans hadden. En dan win je hem gelukkig. Ja. Nou, belangrijk om zo voor mij de competitie te beginnen. Het is een heugelijke dag trouwens voor jou, hè? Zeker weten. Met al die wat er allemaal gaande is in Den Haag. Coupé als rechtsback is gehaald. Ja? Nesit als spit. Ja? Nesit. Spits. Ja. Nee, ik ben er hartstikke blij mee. Jij als supporter, je had ook een lijstje natuurlijk met spitsen staan. Nou, ik was al voor Lars Veldwijk gegaan. Ja. Maar met Nesit hebben we denk ik een... Maar waarom is er dan Lars niet naar jullie gegaan dan? Jij kent Lars goed, jij bent hier heel vaak tegengekomen in de show. Ik heb het hem ook gevraagd van, wil je naar ADO toe? Toen zei hij van dat hij dat wel zou willen. Toen heb ik het wel een beetje doorgegeven aan... aan Manders. Ik heb niet aan Manders doorgegeven, maar aan... Heb je geen EOP-lijntje? Die heb ik wel. Nee, maar die heb ik toen aan... Ik heb het al doorgegeven van Veldwijk, die wil wel. Ja. Toen kreeg ik als antwoord, ja, dat weten we. Okay. Maar ze zijn niet voor hem gegaan. Ik denk toch dat ze dan toch een beetje een lastige jongen vinden. Okay. Hebben ze nog bij jou geïnformeerd? Nee, afgelopen winter wel. Ja, toen, toen was het een beetje in verband met huren. Maar deze zomer niet. Dus ik zou sowieso ook niet als eerste spits gehaald worden. Ik zou achter de Johnson natuurlijk komen. Maar dat was ideaal eigenlijk geweest natuurlijk, hè? Als dan een halfjaartje achter Johnson en dan klaar zijn en dan boom. Ja, misschien wel. Maar de clubs kwamen er niet uit. Nee. Dus, maar nu voor de eerste spits ben ik niet benaderd, hoor. Okay. Maar kijk, het staat natuurlijk wel echt in de sterren geschreven dat Thomas ooit bij ADO komt spelen. Want ja. Thomas is gewoon een ADO-jongen, net als Tommy Beugelsdijk. Als je dan toch over... Dat gaat ooit een keer gebeuren. Een droomscenario hebt, dan heb je die assist van mij, die assist van afgelopen vrijdag. Toch? Van die Beugelsdijk. En dat jij hem dan afmaakt. Ja, dat zou mooi zijn. Kijk, het mooie is, Thomas, dat is een held in Den Haag. Hè? Ja. Hij heeft nog nooit een wedstrijd gespeeld in het eerste. Maar hij is dat? Nu al een held. Dus dan doe je toch iets goed. Hè? Maar hoe komt dat? Omdat het gewoon een jongen is, ook van de tribune. Kijk, Thomas is ook gewoon een Den Haag supporter, toch? Vroeger was ik er ook altijd. En nu kom ik af en toe ook nog. 2 wedstrijden heb ik vorig jaar gepakt, omdat ik in Engeland zat natuurlijk. Ja. Maar
ja, dan zie je toch wel eens mooi bij het supporters home, weet je. Dat is wel, ja, ik vind het ook wel gaaf. Maar was je er vrijdag moest je natuurlijk zelf voetballen. Maar wat dacht je toen je die assist zag van Beugelsdijk? Ja, nee, dat vind ik mooi. Ook, vind ik ook mooi voor Tommy, weet je. En, gaan we daar even kijken? Kijk, hier krijgt hij op een gegeven moment de bal. En wat doet Tommy hier? Ja, hij kopt hem even drie keer omhoog en dan geeft hij hem een lel. Ja, maar hij zag hem gaan, hè? Ja, volgens hij mij zag ook. Lorenzen zag die gaan. En hij peert hem gewoon precies in de loop mee, hè? Moet je kijken. Wereldstop. Ja, weet je, maar even serieus. We kunnen nu even lacherig gaan doen over Tommy Beugelsdijk. Maar dat is echt een hele goede centrale verdediger geworden, hoor. Ja, 100%. Zeker voor in de Eredivisie. Ga zeker niet lacherig over Tommy Beugelsdijk doen. Maar wel over deze keeper, hoor. Oh, ja, wat doet hij dan? Dat heb je niet kijken, zo gelet. Kijken waar die stuit. Ja, hij loopt zo naar twijfelt en hij loopt alleen maar naar achteren. Heb jij het alleen over die keeper? Heb je die verdediging gezien? Nee, oké, maar die kan nog op snelheid misschien gepakt worden. Maar dat die keeper zo blijft twijfelen en eigenlijk dan naar achteren loopt, waardoor hij het alleen maar eenvoudiger maakt voor die jongen om het af te maken. En je had nog zo'n goede hoop, hè, Fortuna? Ja, goede hoop. Ik heb hem succes gewenst. Ik gun ze alle succes. Maar voor de rest... Ik heb wel een shirt, maar die draag ik niet vaak. Maar je hebt toch gezegd in de show? Nee, ik wens een succes, maar op zich is het ook wel een goede ploeg. Ik zag toevallig net voordat we de uitzending ingaan, gingen dat ze Rodriguez hebben vastgelegd. Is een jongen die vroeger bij Deportivo gespeeld en anderhalf jaar bij Galatasaray. Fortuna heeft het dan nu over. Ja, Fortuna heeft die aangetrokken, gehuurd van Mainz. Is een goede speler dan? Dat is denk ik voor de Eredivisie een hele leuke voetballer. Ja? Ja, technisch begaafde jongen. En even met Mainz, Deportivo en Gala, denk ik een prima cv om het bij Fortuna goed te doen. Maar is dat dan hij is al een beetje naar beneden gegaan zo. Ja, het gaat... Dus dat zegt ook wel maar iets. Is dat dan wel ook een jongen zeg maar, die dan, als hij nu daar gaat voetballen, dat hij daar ook echt zeg maar, er bovenuit steekt? Want al die clubs, is super mooi dat hij daar gevoetbald heeft. Maar als hij daar amper minuut heeft gemaakt, dan is het leuk dat het op je cv staat, maar... Ja, ik heb bij Deportivo wat gezien. Bij Galatasaray heb ik natuurlijk al zijn minuten gezien. En dat is denk ik, moet wel voldoende zijn. Wat Joop zegt is natuurlijk wel terecht. Het zit steeds een stukje naar beneden. Dus waarschijnlijk niet goed genoeg voor dat niveau. Maar ik denk wel, alleen vind ik het lastig. Kijk, als hij vorig jaar was gekomen in de Jupiler League, net als Bassan. Ja. Toen bij Fortuna, dat je er echt met kop en schouders bovenuit steekt. Dat weet ik niet of hij dat gaat doen. Maar ik denk dat ze heel blij zijn dat ze hem hebben, of dat ze het kunnen gaan proberen met hem. Ja. Hij is heel handig, hij is snel. Hmm. Ik heb vroeger nog tegen hem gespeeld, maar dat is wel een hele goede speler, denk ik. Ja? Waar heb jij mee tegen hem gevoetbald? Ja, toen speelde ik bij ADO onder 9 of onder 21, ik weet niet precies. En toen speelde hij bij Boshuizen. Toen hebben wij tegen hem gespeeld een keer. Okay. Maar dit is een andere Rodriguez. Oh nee, je bedoelt die buitenspeler. Nee, dan was Fortuna wel kampioen geworden, denk ik. Wie dan? Nee, het is een Spanjaard, het is middenvelder. Maar die speelt ook bij Galatasaray. Ja, nee, die speelt, die gaat niet weg. Oh, ik dacht gewoon, joh, als die naar Fortuna. Ik denk, maar, joh, maar die gasten heet allemaal Rodriguez, joh. Ja, niet normaal. Ah, okay, Als ze Garia er binnen kunnen halen, dan waren ze wel maar veilig. Maar wat voor soort type voetbal is dit? Dit is een centrale middenveld. Ja, het is een Spanje, dus dan kan je het wel een beetje uittekenen. Ja, toch? Ja. Veel maar korte paasjes. En... Het is een draufganger, ja of nee? Want dat willen we allemaal tegenwoordig weten, toch? Een draufganger, dat is troepé, toch? Nee. Nou, Jordi, heb jij die tackle ooit van hem gezien in zijn tijd van Mainz? Volgens mij in de beginfase, of niet? Ja, ik kan zijn dat het bij zijn debuut was. Ik heb nog wat van hem voorbij zien komen. Dat hij meteen erin kwam en meteen een speler van Augsburg zwaar blesseerde. Ik ben nog even aan het opzoeken hoe die tackle precies ging. Maar ik denk dat gaat wel de Joris van Overheem vlieger op. Het is niet zo'n jongen. Dat moet ongelukkig zijn geweest. Nee, dan weten we dat. En er zitten hier ook fans van Crawley Town in de chat. Lewis Young. Lewis Young, ja. Ja. Wat je daarvan vindt? Oh, nou ja, dat is het broertje van Ashley Young. Oké. Dus dat is een hele goede gozer. Is een rechtsback. En doet gewoon zijn ding. Dus dat is wel een goed bekken, ja. Oké, heel mooi. En dan gelijk iemand die wil weten over Fenerbahçe. Ja. Cardioglu. Ja. Wat is zijn rol op dit moment? Nou ja, zijn rol op dit moment is dat het begin is natuurlijk niet wat Cocu gewenst heeft. Dus ik denk dat ik daarom iets voorzichtiger is met het inbrengen van jeugdig talent. Hij heeft nu volgens mij ook al die Turkse jongen die ze hebben aangetrokken, een talent heeft hij nu de laatste week ook niet opgesteld. Dus ik denk dat hij daardoor gewoon even moet wachten. En gisteren was natuurlijk even het bericht Moussa Sissoko. Ja. Het wordt nu echt dat soort namen, omdat ze een beetje in paniek zijn. Ja, dan wordt het wel heel lastig voor Ferdi om dit zo'n minuut te gaan maken. Oké. Hey, maar ik hoor nu ook al verhalen dat Cocu al misschien alweer weggaat of dat het alweer op losse schroeven staat. Ja, nee, dat vond ik natuurlijk mega interessant. Kijk, zij hebben 20 jaar lang dezelfde voorzitter gehad. En dat was, zijn koosnaampje was de kleine dictator. En die heeft nu voor het eerst verloren. En die man die campagne voerde, had echt een heel mooi uitgesproken beleid. Ja. Van jeugdig en Nederlandse trainer en dat soort dingen.
Ik heb zoiets van, ja, in Turkije wil ik het wel meemaken als Cocu zometeen 4 keer verliest. En wat er dan gaat gebeuren? Wat blijft er van het beleid over? Dat is nu al bijna gebeurd. Ja, maar het is vrij logisch dat elk krantje het schrijft. Ik geloof niet in dat hij nu echt al onder vuur ligt. Nou, okay. Maar er moet wel wat veranderen. Ik kijk niet alles van Fenerbahce, maar Soldado, Valbuena allemaal op de bank. Bewuste ja. keuze. Maar Valbuena zat bij de vorige trainer ook altijd op de bank. Want die vinden ze toch, ja... Te klein. Te klein weet ik niet, ja. maar gewoon ja. niet voor 90 minuten. Hij heeft natuurlijk als invaller heel vaak belangrijk geweest. En dat is natuurlijk ook best wel lastig, denk ik, als trainer ten opzichte van supporters. Want supporters zien hem invallen, goed doen, wedstrijd openbreken. Die denken, die gozer moet erin. Maar die trainer ziet hem de hele week trainen. En die denkt dan toch dat hij fysiek, nou, hij is ook wel, volgens mij is hij 34, niet meer in staat om gewoon 90 minuten te voetballen. Okay, heel goed. En Soldado is gewoon een slechte spit. Ja, dit is een uitspraak hoor. Hey. Zo. Ja. Hoppa. Die 5 minuten zijn voorbij. Nu is hij los. Hè? Ja, nu ben je los. Gelijk maar doortrekken over PSV. Ook een kutclub, zegt hij daar. Ja, inderdaad. Als je hem even warm hebt. Nou ja, Lucky PSV, hoor. Ja, maar volgens mij heb ik Jeroen Elsof deze week terecht horen zeggen van... ging het niet vorig seizoen net zo? Dat iedereen zei van, dit blijft niet goed gaan, dit is geluk. Ze doen het gewoon maar is het geen lachend. Geluk? Ja, is het ik durf het ja, niet. Natuurlijk, er komt een klein beetje geluk bij kijken. Maar uiteindelijk dwing je het wel af om nog in de laatste minuten nog even aan te kunnen zetten, toch? Wat ze gaan ervoor, want ik had ook ergens gelezen. Ik heb een keer wat statistieken gelezen. Doe ik normaal nooit, maar nou wel. Dat Luc de Jong, die had in de laatste 5 minuten won die 7 kopduels. Dat zegt wat. Ze zijn natuurlijk heel de tijd lang gaan spelen. Dus dan zorg je ook voor je eigen geluk natuurlijk. Maar dat is ook, als we die goal even bekijken. Want dat vond ik het mooie bij Luc de Jong. Hier op een gegeven moment, voor mij als ik het goed heb. Dit is een van die 7 die de wint. Dus dan staat hij hier op het middenveld. En dan kijk die sprint die hij nu trekt. Hij ziet het moment. Hij herkent het moment. 3, 2, 1 en weg is hij. En dan ook ijzersterk toch afmaken. Ja. En er werd al gezegd dat het ook een keepersfout was. Maar ik vond het wel meevallen. Want die bal valt er zo tussen. Het is gewoon een goed doelpunt. Ja, heel goed, jij bent een spits. Wat doet hij hier goed, vind je? Hij scoort. Nou ja, hij komt natuurlijk vanuit de verdedigers rug. Dus ja, die is hem kwijt. En dan, ja, ik denk dat hij goed zijn lichaam gebruikt en tegen het netje, ja. Het is gewoon een hele goede goal, hè? Ook omdat hij natuurlijk in de vooractie al is met die kopbal. En dat hij goed doorloopt, ja. En het is natuurlijk ook wel zo dat ze met 7-8 man gewoon daar nog staan in de allerlaatste seconde. Ja, ja. Dat ze blijven gaan. Dus. Maar dat zei Luc de Jong ook, hè? Dat ze ontzettend fit zijn, ja. dat ze echt kunnen blijven gaan. En dat... Ja. Ja, zit daar ook niet het verschil in. Even doortrek van de afgelopen vrijdag, jij bent geen fan van Luc de Jong? Ik vind het al heel lang geleden dat hij systematisch goed heeft gepresteerd. Want er is heel veel kritiek op. Hoe kijk jij als collega-spits naar Luc de Jong? Nou ja, ik vind het wel een voorbeeld voor mij in principe. Ja? Ik vind het wel een goede spits. Sterk, kopsterk. Maar ja, natuurlijk dat hij de laatste, sinds vorig jaar of zo, dat hij iets minder gescoord heeft. Of moeilijker scoort. Hè, dat hij best veel kansen nodig heeft. Maar ja, ik denk als je hem bekijkt, is het wel gewoon een complete spits hoor. En de kritiek, is dat dan gewoon omdat op een gegeven moment één iemand iets gaat roepen en mensen gaan het gewoon napen? Ja, natuurlijk als je spits bent en je scoort even niet of je mist kansen, zoals laatst in de Champions League, die overschiet. Ja, dan komt er commentaar, maar ja, dat neemt niet weg dat hij gewoon een goede spits is, denk ik. Ja, je doet nu ook wel net alsof je 4 wedstrijden niet gescoord hebt en dat iedereen een beetje... Nee, want hij heeft een hele periodes droog gestaan. Ja. Maar wat ik wel mooi vind, Thomas ziet hem wel een beetje als voorbeeld. Wat zie je dan als voorbeeld? Wat zijn dan die punten... Nou ja, gewoon, hij is gewoon altijd bezig. Ik denk dat geen verdediger een makkelijke middag tegen hem heeft of avond. En ik denk dat hij gewoon voor PSV heel veel waarde heeft. Ondanks dat hij een tijdje niet gescoord heeft. Geldt dat ook als verdedigers tegenover jou staan? Is niet dat ze ik probeer ook altijd natuurlijk lastig te zijn. Maar ja, hij is natuurlijk nog even op een iets hoger niveau. Dus, maar kijk, ja. Cocu zet hem erin. Van Bommel zet hem ook gewoon erin. Ja. En ze zeggen allemaal dat hij ook belangrijk is voor het team, voor het systeem. Ze hebben ook een spits gekocht die alleen nog maar geblesseerd is geweest. Hoe heet hij ook weer? Romero, ja. Ik weet niet hoeveel invloed dat er natuurlijk bij heeft. Want dat is ook zoiets. Je koopt een spits voor veel geld. 9 miljoen, hoeveel? Die is constant Ik zie de jongens alweer checken. Hoeveel? Romero dus naar PSV? Moet hem ook wel opstellen. Dus ook wel weer. Hoeveel heeft hij gekost? Ja, ga ik even opzoeken. Oké, dankjewel. Dat heeft natuurlijk heel veel invloed met het zogezegde vertrouwen. Kijk, Cocu zag het gewoon echt niet in Lammert zitten. Maar als die Argentijn nou een keer fit is, dan pas gaan we zien hoeveel geduld ze daadwerkelijk met Luc de Jong hebben. Het ziet natuurlijk ook wel een beetje houterig uit bij Luc de Jong. Hè? Dus als hij dan niet scoort, krijg je ook sneller krediet. En dan zeg ik wel, hij ziet houterig uit. Ik ben nooit verder gekomen dan Volgensport A1, hoor. Dus wie ben ik om wat te zeggen? Linksback? Hey, rechtsbuiten, jongen. Okay, nou, heel bijna snelle jongen. Snelle, ja. Dus ja...
Nee, ja, het blijft wel opmerkelijk, hè, dat het nu 3 keer binnen een week is dat ze het flikken. Dat is het opmerkelijke. Waarom? Toch? En dan kan je bijna niet meer ook zeggen dat het een geluk iets is. Dan heeft het toch ook meer iets te maken met... Nee, maar ik denk wel dat het een groot risico is, zeg maar. Want ik denk ook dat het verschil in deze actie... dat Luc de Jong, herkent de ruimte, hoor. Maar die verdediger van PEC, die heeft geen idee waar Luc de Jong is. Nee, die is in die eindfase is die op, zeg maar. En als hij fit is en een klasse beter... dan kan je daar optimaal van profiteren. Maar het is best wel een knappe goal, dus ook niet zo. Je kan er niet echt op gaan rekenen. Nee. En het val, wat dat betreft, ik denk niet dat het geluk is. Het is een bepaalde stijl. Maar hij valt nu wel vaak goed. En de kans is net zo groot dat hij een keer de andere kant opvalt. Ja, PEC kreeg ook genoeg kansen. Het was er voor het eerst dat... PEC speelde hartstikke goed, man. PEC die speelde PSV tweede helft, ja. Ja, tweede helft speelde PEC PSV helemaal zoet. Herhaling van de wedstrijd van vorig seizoen, toch? Ja, maar vorig seizoen was PEC natuurlijk in vorm. Mm-hmm. Toen hadden ze een waanzinnig eerste seizoen zelf. Elders in één keer. Wat is daar aan de hand? Want ik zag van het schip bij Veronica in Zuid... dat je het niet met vorig jaar kan vergelijken... omdat het andere teams zijn en dat soort dingen. Maar geloof jij dat het sentiment wel doorspeelt? Nou ja, op een gegeven moment verloren ze. En dan krijg je natuurlijk wel weer een minder gevoel in zo'n team. Maar nu tegen PSV zijn ze de kleedkamer ingegaan met een goed gevoel, denk ik. Want ze speelden gewoon ontzettend goed de tweede helft. Ja. En dat nemen ze 100% mee. Maar hoe kan je dat, Fabio, hoe kan je dat denk je verklaren? Dat het, zeg maar, de tweede seizoen zelf zo slecht gaat. Dan heb je weer wat nieuwe jongens, hè, wat vers bloed. Ja, en dat het toch weer slecht blijft gaan. Volledig nieuw middenveld natuurlijk. Ik denk wel dat met Namli, dat vind ik de beste speler van PEC Zwolle. Dat als die kan blijven, dat ze daar echt wat aan hebben. Ja. Aan zo'n wedstrijd moeten ze zich natuurlijk proberen op te trekken. En dat gevoel van die eerste seizoen zelf van vorig jaar weer terughalen. Maar je merkt, ik merkte in dat interview inderdaad van Veronica en Saitje, je ziet wel een heel klein beetje irritatie bij Van het Schip. Vond ik ook wel dat met de vragen. Was ook een, dat was een kut interview. Moeizaam interview. Dat was echt een kut interview. Ja. Dan kennen ze beter mij inhuren. Oké. Okay. Een klein bedrag per uur. Veronica. John zie je gaan kijken. Ja. Ja, ze hebben natuurlijk een pech gehad met het programma. En ze verliezen die eerste wedstrijd een beetje lullig van Heerenveen. Ja. Dan moet je uit naar Utrecht toe, wat ook niet makkelijk is. En dan als klap op de vuurpijl krijg je nog even PSV erbovenop. Dus ja. Nee, is ook zo. Dat ze nu onderaan staan, heeft ook wel een beetje met het programma te maken, denk maar ik. Maar PEC heeft toch nog... jij begint over het middenveld met Namli. Daar heb je nog Clint Leemans lopen. Dat zijn twee hartstikke goede voetballers, toch? De spelers van VVV van vorig seizoen hebben ze eigenlijk gehaald. Van Krooy. Ja, van Krooy was heel goed in die wedstrijd. Maakt ook een aardig goaltje, ja. Zo. Ja. Trouwens, Romero, even tussendoor, kostte volgens Transfermarkt 12 miljoen. Okay. Ik dacht dat hij iets minder was, maar prima. 12 miljoen, nou, dat moet er maar een keer uitkomen, toch? Wel een goed spitsje in voetbalmanager altijd. Worden. Ja. Ja. Overigens, omvallend natuurlijk het nieuws dat Ryan Thomas, hè, van PEC Zwolle naar PSV. Ja, ernstig geblesseerd, een jaar eruit. Toon Gerbrands hoorde ik gisteren bij PSV 2 zeggen. Ze gaan sowieso een vervanger halen. Misschien wel kopen of anders huren. Ja, ze hebben het echt nodig, denk ik toch? Want ze hebben Thomas met een reden gehaald. En als dat voor een heel seizoen uitvalt, ja, dan is het vervelend voor ze. En nu voor het eerst in ik weet niet hoeveel jaar kunnen ze Marco Vergenkel niet oppikken. Ja. Dus ja, er moet... Is dat al zeker? Volgens mij is hij te geblesseerd, toch? Die is tot de winterstop zo geblesseerd. Tot de winterstop, ja. Dan hou je iemand dus... Ze zijn heel benieuwd waar ze mee op de proppen komen. Ze zijn volgens mij ook nog op zoek naar een reserve linksback. Ging een geruchtje dat ze die jongen van Bursaspor zouden overnemen. Maar ze hebben er toch twee nu? Ja, nou, daarom vond ik het ook zo gek. Maar, maar Viergever speelt natuurlijk in het centrum. Ja, Viergever ben wel echt centrum. Dus eentje voor achter... Want Ramslaar, die mag ook weg, dacht ik. Ramslaar en Lucas, ze mogen weg. Lucas op weg naar de Bundesliga. Maar dat vind ik ook wel wat dat Ramslaar nu al weg mag. Want volgens mij heeft hij niet al te slecht gedaan. Ja, hij speelde niet altijd. Maar als hij speelde, was het geen onvoldoende of zo? Ja, het gek is denk ik dat hij nu onder Van Bobbel in de hele voorbereiding... dat hij het ook niet met hem ziet zitten. Want bij Cocu had ik het idee van... had hem dan niet gekocht, want hij paste niet echt bij zijn speelstijl. Ja. Volgens mij kwam hij daardoor niet helemaal lekker uit de verf. En natuurlijk ligt er ook een stukje bij de speler zelf altijd. Ja. Maar ik denk, als dan ook nu Van Bommel of zo weer zoiets hebt van... ik vind het niet erg als we hem wegdoen, ja, dan past hij daar gewoon niet. Maar het is nu wel zo, als het nu Pereiro uitvalt... dan heb je helemaal geen creativiteit meer op het middenveld bijna. Nee, dat is zo. Dat is zo. Dus PSV, die moet iets creatiefs gaan halen. Ja. Daar moeten ze voor gaan. Ja, en dat is volgens mij niet een... Dat is geen makkelijk punt. Maar het is ook geen makkelijke opgave nu meer op dit moment. Nee, zo laat. Het is sowieso, denk ik, als Nederlandse club niet heel makkelijk... om op het niveau van PSV een goede creatieve speler te halen. Ja. Maar het wordt natuurlijk iedere seconde lastiger... omdat er steeds meer spelers verkocht zijn. Maar volgens mij las ik net een heel leuk gerucht. Tolisso. Corentin Tolisso, ja. Nou, dat ze Tolisso willen halen. Ik denk dat Gerbrands geen nee zegt. Nee, dat denk ik ook niet. Maar was het niet Toivonen, Joop? Oh, ja, dat is wel een echt gerucht, hè? Ja, Toivonen terug naar PSV. Gadverdamme.
Ja, dat zou heel gek zijn, toch? Ja, dat is, ja, moeten we toch niet willen met z'n allen. Dat is een galbak, maar die past wel bij Van Bommel, hè? Beetje twee van die engelen samen. Ja, nee, dat geloof ik daar ook zo. En PSV-watcher nummer 1, Rick Elfrink, heeft het net ontkracht. Je kan rustig blijven. Oh, oké. Okay. Rick, shout-out aan Rick, dan man. Is het toch, mooie fan. Dan gaat hij naar Swansea. Oh, en kijk, er staat iemand gewoon in de coulissen. Hey, Sander Jonkman, hele goede middag, jongen. Goedemiddag. Het is een beetje Italiaans, toch? Deze lekker. Niet in het rood-zwart, vind ik tegenvallen. Nee. Ja. Een beetje Palermo dit. Na zaterdag eventjes een paar dagjes verrust. Oké. Okay. Nou ja, of het kan een rood-zwart shirt zijn geweest en Sander niet weet hoe die moet wassen, toch? Dat suggereer je nogal iets. Kan ook. Ja, daarover. Ik zat niet zo ver vandaan, hè? Met mijn totenvoorspellingje. Dat je me belachelijk hebt gemaakt. 1 doelpuntje. Van? Ja, Milan. Kun je niet meer wat je voorspeld had? Jawel, met handicapje. Oh, zo. Ja, nou ja, 1 doelpunt is toch 1 te veel, toch? Ja. Als het fout is, fout. Ja, maar deze man is zo erg. Zo strenge man. Oh, ik waarschuw al die mensen, ga er niet in mee. Als het toch waar mee gaat, zeg ja, dat is wel bijna. Maar zijn we allemaal geld kwijt? Ja, niet op mijn advies. Ik had gezegd dat de handicapje dat Milan zou verliezen. Dus handicapje uiteindelijk. Hoe is dat, jongen? Ja, hartstikke goed. Goede vakantie gehad, hè? Ja, zeker. Top, Zuid-Afrika. Dus dat was prachtig. En ik zat vrijdag in de auto, voor mij terug van het werk. En ik hoorde een paar keer mijn naam langskomen. Ik denk, dat kan beter zelf een keer langs. Aleta, dropt hij. Aleta, ja. Crosstalkje. Dus hier ben ik dan. Ja, we gaan zo verder met je kletsen. Want we hebben nu Steven Pereira. Die bij ons live kijkt, daar hebben we hem. Hele goede middag, jongen. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Yes, Steven. Kijk eens wie we daar hebben. Ja, vriend. Jullie hebben ook bij NV, toch, samengevuld? Ja, we hebben een mooie tijd samen gehad in Maastricht. Playoffs? Playoffs gehaald, 2 keer. Ja. Je hebt een mooi leven in Maastricht gehad, buiten het voetbal. Ja, dat ook. Maar, nou, laten we het daar eerst over hebben. Waarom was het leven zo mooi met Steven in Maastricht? Ja, hij is gewoon altijd leuk met die jongen. En, nou, hij heeft het hartstikke goed gedaan en nu ook een mooie transfer. Dus ik ben wel blij voor hem, ja. Ja, CSKA Sofia. Dankjewel, man. Dankjewel. Ja. Ja, klopt, man. Wat voor een club is dat? Nou, ik moet zeggen, het is een grotere club dan ik dacht. Zeg maar, hoe dat hier wordt beleefd in dit land. Er wordt verwacht dat je elke wedstrijd wint. En met goed voetbal en alles. En als dat niet gebeurt, dan heb je gewoon heel veel gezeik hier. Maar gewoon, dus een absolute topclub? Ja, zeker. Oké, ik kan me voorstellen dat er meer interesse in jou was na afgelopen jaar bij MVV. Waarom deze keuze op een gegeven moment? Het seizoen was afgelopen en ik had al een aantal best concrete interesses had ik. En ik had mijn keuze nog niet gemaakt. Ik had eerst de bedoeling was eerst dat ik naar de Eredivisie zou gaan. Er waren een aantal clubs die interesse hadden. En ik was er best dichtbij, alleen toen kwam CSKA Sofia ineens. En ik moet zeggen, na het eerste gesprek met hen, dacht ik, ja, ik ga het gewoon doen. Ja? Ging het eerste gesprek ook gelijk over geld? Dat je zei, ik ga het gelijk doen. Ja, dat zeker. Je mag niet liegen, maar, als Thomas naast me op de bank zit. Nee. Als Thomas er is, dan moet je sowieso eerlijk zijn. Nee, maar ja, het is gewoon een mooie club en... ik ben daar op bezoek gegaan. Heb ik ook meteen de derby bekeken tegen Levski Sofia. Ja. Ja, ik was meteen verkocht eigenlijk. Ja, want jullie grote concurrent. Het is 1 puntje verschil. De competitie is net ook daar begonnen als 6 wedstrijden onderweg. 1 puntje achter. Maar jullie speelden ook in de Europa League, hè, voorronde. Kopenhagen? Ja, klopt. We hebben heel veel mooie wedstrijden gespeeld. Alleen helaas tegen Kopenhagen hebben we het niet gered. Helaas. Dat is wel jammer. Ja, want waar lieten jullie toen liggen? Want het is voor mij 2-2-1, toch? Ja, klopt. Ik denk dat we het thuis hebben laten liggen. We begonnen heel sterk, stonden 1-0 voor. En het was zo'n type wedstrijd dat je dacht van ja, dit wordt 3-0. Maar toen kregen we ineens een rode kaart in de eerste helft. En toen hadden we het heel lastig. En zij maakten 2 goals. En dat was een mindere uitslag. Ja, want als we kijken naar de competitie waar je zit, zitten er nog steeds veel Nederlanders daar? Een stuk minder. Ja? Je hebt Ludo Goretz. Ja, een stuk minder inderdaad. Misijan, Ludo Goretz heb je... Ja, Misijan, Lukoek heb je daar zitten. Bij Levski heb je Jason Cabral. Oh joh. En hier bij ons... hier bij ons heb je Jesse, Edwin Jesse. En Bikel heb je nog van NEC.
valt eigenlijk wel mee. En Errol Alkan, hè? Die is bij Peru. Ja, klopt. Ook, maar ja, die is natuurlijk Turks international, dus die telt niet mee bij de Nederlanders. Nee, maar die praat gewoon Nederlands, hoor. Dat was hij toch die geselecteerd werd uit de Super League vorig jaar? Ja, die is ook daarheen. Dat hij zo vereerd was dat hij bij ons in de show was, dat hij opeens... was vorig jaar, toch? Ja, mooi. Oké. Wat zijn de doelstellingen? Moet je kampioen worden? Ja, dat is wel de bedoeling. Kijk, Lido Gores is de afgelopen 7 jaar kampioen geworden. Dus dat zegt wel iets over hun eigenlijk. Ja. Alleen, de doelstelling is gewoon, we gaan gewoon voor het kampioenschap. En Lido Gores heeft al heel wat punten laten liggen. Dus dat is wel mogelijk. Ja. Tot slot, Thomas zit hier op de bank. Wat is nou iets wat wij absoluut nog niet weten van Thomas, maar wat we echt wel moeten weten nu die hier op de bank zit? Ja, dan moet ik even graven, hoor. Nou, je moet niet te veel zeggen. Nee, dat ga ik je niet aandoen. Nee, het is sowieso echt een toffe kerel. Het is echt een clown in de kleedkamer. En het is gewoon een mooi mannetje om in je team te hebben altijd. Het is altijd lachen met hem. Maar ik denk dat iedereen dat wel weet. Oké, heel goed. Je hebt hem gespaard. Ik zie het aan je ogen. Nee. We hadden gewoon een goede band. Kijk, ik denk met heel het team toen hadden we wel een goede klik. Dus we hebben gewoon een mooie tijd gehad. Ja, precies. We zitten nog steeds in een groepsapp met dat team. Dus dat zegt wel wat eigenlijk. Echt? Wie zit er nog steeds in die groepsapp dan? Guvench, Nick Kuipers, Ippel, Loshai. Help me even, Steve. Tirali zit er nog in. En Kooi. Martinas. Maar die is echt actief ook. Ja, die gebruiken we dagelijks nog. Echt joh? Ja. Mooi om te horen. Hey Steven, heel veel succes daar bij CSKA Sofia. Hey, dankjewel. En op naar het kampioenschap, dankjewel. Ja, zeker. Okay. Dankjewel. Succes, jongen. Hey, is goed, man. Ja, hey, Thomas, rustig aan. Hey, rustig, man. Hoi. Ja, is dat eigenlijk normaal dat je zo'n groepsappje houdt met oud-teamgenoten bij elke club? Nee, eigenlijk niet. Maar daarom zei ik net ook dat we een goede tijd hadden. Omdat ik denk, af en toe ging nog even de stad in met die gasten. Of was gewoon heel goed. En ik denk dan niet dat we kwalitatief ook super goed waren. Maar omdat we hecht team waren, hebben we toch tot de finale van de play-offs gehaald. En ja, ik ben nog steeds van mening dat we die gewoon hadden moeten winnen eigenlijk. Ja, want jullie schakelden toen toch Cambuur uit, de grote favoriet? Ja, Cambuur. En toen daarna tegen Roda thuis 0-0. Ja. En uit gingen we er 1-0 af. Dus ja, dat doet nog wel een beetje pijn eigenlijk. Ben je vergeten wie de winnende maakt tegen Cambuur? Nee, uit. Nee, want we hadden hem in uitzending. Toen zat hij aan de barco. Achterin de bus. Achterin de bus, die zegt hij. Ja, die kopte hier, dat was een kopballetje toch? Was, ja, een balletje van achter, tik, lekker. Ja. Maar goed, dat was destijds. Nu met MV, dat gaat iets minder op dit moment. Toch? Ja, ze hebben nu wel een spits gehaald, geloof ik. Tenminste, ik hoor bij gerucht dat ze die van de Hurk hebben gehaald. Anthony van der Hurk? Ja, die hebben ze... tenminste dat. Ja, als het goed is, hebben ze die gehaald. En ik denk dat ze altijd elk jaar toch wel een redelijk ploegje op de benen hebben. Maar dat klopt, want die spits is vorige week naar NEC gegaan, hè, hun spits. Ja, Okita is, die was een beetje rechtsbuiten spits. Maar volgens mij hebben ze hem nu gehaald. En sowieso bij hun in de geuzelt is het altijd lastig, denk ik. Dus ik denk dat ze ook alweer mee gaan doen voor de play-offs. Ja, want van de Hurk zijn ze mee bezig, is nog niet definitief, hè? Staat in de Limburger net een paar uur geleden dat ze proberen om hem inderdaad over te nemen. Hij wil zelf wel graag, hè? Hij speelt voor geen meter. Oh, geen meter. hij krijgt geen kans nu bij de Graafschap. Ik weet niet of hij voor geen meter speelt. Dus, Okay. Dus trouwens, dat is misschien wel handig als ik... voor ons ben je natuurlijk een bekend gezicht. Maar dan zitten mensen natuurlijk... wie is Sander Jonkman? Waar voetbalt hij? Ik voetbal niet. Nou ja, bij de Rivierwijkers heb ik afgelopen vrijdag mijn debuut gemaakt. Kijk er met veel plezier op terug. 5-0 nederlaag, dus dat was uitstekend. Ja. Nee, ik werk bij Endemol, producent voor onder andere Fox Sports. Dus vooral achter de schermen. Ja. Daar doe ik de uitzendingen rondom de voetbalwedstrijden. Die wij, zoals vrijdag, moet ik naar Emmen. En zondag naar Groningen, dus we maken de kilometertjes. Ik ben eindredacteur qua functie. Dus je maakt zeg maar de draaiboeken rondom een voetbalwedstrijd. En dan bepaal je in samenspraak met de presentator, met de commentator, met analisten waarover je het gaat hebben en hoe. En dat is het eigenlijk. Ja, heel goed. Dus je bent verantwoordelijk voor de inhoud van de programma's. Dus als vandaag iets niet goed gaat, je weet onze eindredacteur te winnen. Maar volgens mij beter ook vooral kenner ook van het voetbal in Italië. Ja, dat vind ik. Dat is echt jouw passie. Ja, zeker. Daar is het eigenlijk allemaal een beetje mee begonnen. Ik ben sowieso een voetballiefhebber. En op een gegeven moment ging ik op vakantie naar Italië. En toen... Ja,
merkte je dat daar voetbal op een hele andere manier wordt beleefd. En daar werd ik eigenlijk verliefd op. En ja, nu ga ik nog zeker 5 keer per jaar ga ik naar Milan toe. Of naar een andere club. Maar als ik echt moet kiezen, dan is het zeker Milan. En ja, daarom, dat vind ik het mooist. Dat is echt de passie voor mij. En ja, elk weekend probeer ik zoveel mogelijk wedstrijden te kijken buiten het werk, zeg maar. Want ja, ik ga natuurlijk veel naar Eredivisie wedstrijden en keukenkampioendivisie. Maar ja, mijn vrije tijd besteed ik voornamelijk aan Serie A potjes kijken. Wat is jouw favoriet eigenlijk, Sida? Favoriete elftal? Ja. Dat verschilt per jaar. Lekker makkelijk. Je hebt een beetje Fiorentina kleur aan. Dat dacht ik dus ook, maar het is een heel duur merk of zo. Nee, helemaal niet. Maar het was gewoon het was een beetje... Zeker gesponsord, joh. Ja. Zeker. Nee, ik weet het niet gesponsord, ja. Dat zie je zo een beetje faal. En je moet ook een beetje strijken, hè, als je op tv komt. Nee, jongen. Kijk, in dit shot zie je dat helemaal. Dat Jopie buiten dit ooit deur te zeggen. Man, jongen. Eerst was het mijn shirt. Nu, ja. Maar goed. Hey, maar wat is jouw favoriete club? Ja, Milan. AC? Ja, zeker. Mooi. Ja. ABO? Juventus. Oeh. Oh, nou ja. Ja. Dat is in ieder geval niet sinds, bij mij. Sinds de laatste 7 jaar? Ook voor Ronaldo ook. Okay. Ja. Maar jij dit jaar dan? We zijn nog vroeg in het seizoen. Ja, ik heb natuurlijk, zoals Sander het vertelt, als vroeger in Italië geweest, gaat er elk jaar 5, 6 keer naartoe. Dat vind ik nog wel wat van te zeggen. Maar over het algemeen, als je niet uit het land komt, je bent heel fanatiek voor zo'n club in het buitenland. Dat vind ik altijd een beetje gek. Maar, dus daarom, ik kijk gewoon, ik vind echt, ja, uit de jaren 2000 natuurlijk. Het ene jaar was je voor Parma, het andere jaar was je voor Lazio. Het zijn fantastische ploegen. Terim ging naar Fiorentina. Nou, toen had ik... ik dacht naar Milan. Had ik een paarse slaapkamer. En toen ging je naar Milan en heb ik het zwart met rood. Ja, zo ga ik een beetje door die competitie heen. Ja. Alleen, ja, Juventus heb ik echt niks mee. Dat is echt, dat vind ik echt een fan. En wat is je team dit jaar? Nou ja, als we dan zo snel moeten oordelen, doen we dan wel Fiorentina dit jaar weer. Okay. Want? Maar je hebt niks met Juve, waarom niet? Een hartstikke mooie club, man. Echt een traditionverein, de oude dame. Ja, het is, de laatste jaar is misschien moeilijk te verplaatsen als zijnde van... Ik noem ze altijd het Venner van Italië. Het zijn altijd beetje, discutabel. Het is een beetje het Ajax allemaal van Italië, hè? Een beetje zo'n koopclub, heel het land is daarvoor. Ja, nou, zijn ze discutabel of zijn ze discutabel? Ja, ze worden vaak geholpen. Ja, hier een paar kleine gokdingetjes was het toch. Daar hebben we het over. Wat is de grootste, dat de doen grootste we ploeg van Turkije? Dat hoort erbij. De laatste 15 jaar. De grootste ploeg van Turkije, de laatste 15 jaar. Nou ja, sinds de oprichting Galatasaray. Oké, maar dan zou ik het daar toch eerder mee vergelijken? Nee, niet door de manier waarop. Denk eerder denk je dat Galle altijd eerlijk de titel heeft gepakt? Milan is meer te vergelijken. Denk je dat Galle altijd eerlijk de titel heeft gepakt? Zeker. Altijd eerlijk? 100%. Dit kan je niet 100% zeggen. Houd toch op, man. Maar Jordi die zei van het is een beetje gek om een buitenlandse club te supporten. Dat is ook wel een beetje gek, hoor. Dat geef ik direct toe. Alleen als je altijd werkgerelateerd zeg maar, zo betrokken bent bij Nederlandse clubs, vind ik het echt moeilijk om zeg maar, een Nederlandse club te supporten. Omdat je bent er deels van afhankelijk, je werkt ermee samen. Dus daarom heb ik echt zoiets, ja... Ik heb niet ik vind de individuele dingen is altijd wel wat voor ze. En dan kan ik me er ook helemaal in vinden. Maar we zijn een soort van in Nederland vrij massaal of voor Barça of zeker, voor Real. Zeker. Dat vind ik altijd een beetje gek. Maar zeg nu maar. Zie je wel, weet je, kijk, weet je, wij zijn allemaal een beetje dertigers zo. Weet je, wij zijn nog wel vaak echt voor een Nederlandse club. Nou, ja. Weet je, jij bent dan een trotse Turk, dus je bent over Galatasaray natuurlijk. Maar tegenwoordig zie je dat heel veel 15, 14-jarigen, die zijn echt fanatiek voor die buitenlandse clubs. Maar dat komt ook omdat... En nog meer voor spelers, dat is helemaal gek. Maar weet je, maar dat zie je nu ook echt altijd op tv. Wij zagen niet AC Milaan voetballen elke week. Wij zagen alleen maar Europees voetbal. En met internet en alles. Ja, Instagram. En ja, tuurlijk. De wereld is veel kleiner geworden. Ze zijn echt natuurlijk veel meer voor spelers nog dan voor clubs. Want je ziet ook nu inderdaad, als je wat jongeren, als er een keer wat jongeren gozer op Twitter voorbij komt, die hebben gewoon 8 clubs in zijn bio staan. Ja. Als hier ben ik fan voor. ik kan het gewoon niet bevatten, maar dat is wel leuk. Maar je ziet het ook aan, zeg maar, nu Ronaldo naar Juventus is, hoeveel toename dat is in social media cijfers en zo. Ja. Dat komt natuurlijk wel allemaal door een nieuwe generatie die echt Ronaldo-fan is. En bij Real Madrid gingen een paar miljoen volgers er ineens af. Toen die naar Juventus gingen, bij Juventus kwamen ze erbij. Dus maakt ze geen reet uit waar hij voetbalt. Precies, dat is echt gewoon om de voetbal zijn. En dat heb je met... Ja, eigenlijk favoriete clubs. In het buitenland? Ja. Nee, eigenlijk... Spelers? Nee, ook niet echt. Nee? Ik volg het wel, hoor. Ik kijk wel regelmatig, maar ik heb niet echt... Nee. En toen je opgroeide? Nee, ik was voornamelijk met Den Haag bezig eigenlijk. En wie was je toen in je idool? Ricky Hogendorp? Ja, dit vond ik altijd wel mooi om te zien, ja. En die is later ook nog mijn spitsentrainer geweest. Dus oh, echt? Ja. Nee, maar dat vond ik al wel een goede spits, ja. Ik zag hem van de week toch ergens in een draadje helemaal gek. Ik was helemaal gek van Tommy van der Leegte altijd. Was zo verschrikkelijk goede speler, jongen. Tommy van der Leegte. Ja, maar die hield ook van het leven. Daarom heeft hij nooit echt die Nederlandse top niet weten te halen, hoor. Want die was zo goed, man. Ook aan de bal, maar die pakt ook ballen af. Was echt een complete middenvelder.
Is hij toen bij Twente in kleedkamer 2 gezet? Ja, samen met Jack, weet je, samen met Jack de Gier en Bjorn van der Doelen. Want die gasten gingen natuurlijk af en toe lekker stappen. Ja, die kregen problemen met de trainer, weet je. Dan ben je al fan, toch? Ja, ik wel. Ja. Ik hou van dat soort gasten. Hey, straks gaan we natuurlijk meer over de Serie A, maar jij doet vrijdag Emmen. Ja. Heb je dan ook als voorbereiding al Ajax Emmen teruggekeken? En, Nou, ik was even kijken. Die week daarvoor was ik ook bij Emmen. Okay. Tegen AZ. Ja. Dus ja, in die zin. Ik heb Ajax AZ of Ajax Emmen heb ik ook al gekeken. Maar die wedstrijd van Emmen tegen AZ, daar was ik gewoon bij. Dus dan zie je hem echt helemaal. Ja, er is nu natuurlijk heel veel kritiek op hun spel. Dat ze ver onder maat zijn. Maar ik denk dat, zeg maar, onderin... Zeg dat ook. Maar het is toch een beetje raar nu al, na 3 wedstrijden? Ja. Natuurlijk vielen ze tegen, maar dat viel de Graafschap op dat moment ook. Ja. Afgelopen weekend. En er zijn veel meer clubs die tegenvallen. Bijvoorbeeld NAC heb ik nu ook gezien. NAC valt me ook echt zwaar tegen. Oh, dus ik denk dat er onderin de Eredivisie echt heel veel clubs zijn... Die het gewoon heel moeilijk gaan krijgen. Bij wie onderling het verschil niet zo heel groot is. Maar wat ik heel gek vond, ik weet niet waar ik het las, maar dat als jij. Nou, je hebt ze tegen AZ gezien. Mm-hmm. Toen natuurlijk, ze verliezen uiteindelijk, geflatteerd. Het had ook een hele andere kant op kunnen gaan in die wedstrijd. Mm. AZ wel verdiend gewonnen, ben ik met je eens hoor. Maar... Nou, maar ik denk gewoon dat verschil tussen Emmen en AZ en Emmen, zeg maar de top 3, top 4 van Nederland, dat gigantisch groot is. Ja. Maar Emmen in vergelijking met nummer 12 van Eredivisie, ik denk dat niet gigantisch is. Denk je dat echt? Ja. Ik denk wat Emmen... Nou, je hebt het gezien toch tegen je ADO? Ja, maar dat was ook onwijs geflatteerd. Dat meen ik echt. Ja, maar ze winnen wel. Ik vind Emmen geen goede ploeg, hoor. Nee, zeker niet. Nee, maar een aantal spelers de dikte zijn. Ze schijnen lekker biertje gelijk al in de bus terug te krijgen. En het spel is toch niet goed, het is toch niet om aan te zien. Nee, maar dat is toch wel blauw een beetje. Dat is toch nee, je hebt wel gelijk, maar dat is toch wel bij meer. Inderdaad ook niet goed. Nee, maar... De tweede helft stond Emmen echt op kraken. ADO had die wedstrijd gewoon moeten winnen. Nou, ja, ben ik niet eens. De eerste 10 minuten naar rust. Als zij dan goed counteren, dan is het klaar. Heel misschien de eerste 5 minuten, maar Emmen stond op kraken. Ze hebben in de nacht denk ik een half uurtje goed gespeeld. De laatste kwartier van de eerste helft en de eerste kwartier van de tweede helft. Maar tegen AZ waren ze... Maar we hebben het over Emmen, dat gewoon debuteert in de Eredivisie. Dat is dus leuk voor ze. Ik denk dat je ook niet moet verwachten dat ze tegenstanders helemaal wegtikken. Nee, en dat ze overal druk gaan zetten. En, maar zullen ze ook net iets meer onder de indruk zijn geweest van de ambiance in de arena... dan dat bijvoorbeeld een Heracles dat in de eerste speelronde was. Want Emmen bood echt geen tegenstand tegen Ajax. Zullen gewoon misschien net even iets meer gespannen zijn geweest. Gaan er wat dingen fout. Een lullige eerste goal tegen. Ja. Ik weet niet zo goed wat de achterliggende gedachte is. Gaan we nu 34 weken zeggen dat Emmen niet zo goed is? Ja, maar ik snap het ook niet hoor. Want laat ze gewoon je verwachting af. Ja, ik verwacht niet dat Emmen in één keer 10e wordt. Ja. Moet er sowieso. Ja, zullen ze zwaar gaan vechten om ergens onderste 3 plekken, denk ik. Daar zullen ze tegen strijden. Alleen, wat ik wel echt het grootste probleem vind bij Emmen, en dat is wat ik nu van de eerste 3 wedstrijden heb gezien. Wie moet daar de doelpunten maken? Want die, natuurlijk, Anke Jansen, fantastische voetballer. Maar ja, die maakte denk ik max 7-8 of zo per seizoen. Ja. Maar wie, Pedersen, die staat er in de spits. Nou, die heb ik ook een paar seizoenen bij Groningen gezien. Toen was ik er niet heel erg fan van. Maar Dick Lukien zei, hij is nu ouder en volwassener. Nu, hij heeft enorm veel potentie. Mm. Dat gaat er nu wel uitkomen. Dat zei hij. Daarom hebben ze hem gehaald. En hoe zit het met Cas Peters eigenlijk? Want die hebben het wel. Die doet het eigenlijk gaat wel. Weg, toch? Las ik. Ja, dat is zoiets, ook. Maar... Geen idee. Dan kunnen we even. Dat zijn die jongens aan het opzoeken. En wat vinden jullie van die jonge keeper? Die hoe heet hij ook? Scherpen. Ontzettend lang. Scherpen. 18 jaar. Kjell Scherpen. Ik was toevallig bij de wedstrijd tegen AZ en toen maakte hij 2 fouten. Dus dat was lullig. Alleen de eerste wedstrijd was hij fantastisch. En toen werden de vergelijkingen met Courtois en alles alweer gemaakt. Goed, hè? Maar volgens mij is het gewoon zeker een keeper met potentie. Alleen de jongen is nog zo jong. Geef hem even de tijd. We hadden hier 2 weken geleden. Ook na de wedstrijd van AZ zei hij ook gewoon heel rustig. Ja, gewoon die fouten maken. Dat was natuurlijk ook wel knap, weet je. Dat hij zo rustig was. We hadden hier Harm Seinstra, oud profkeeper. En die zei al, in het keeperswereldje gaat het al jaren over die jongen. Het is gewoon, zit een goede kop op, kan heel goed keepen. En als hij gewoon de kans krijgt om nu heel veel te spelen op deze jonge leeftijd... en die fouten te blijven maken... Hè, en dat hij dan de week daarna ook gewoon weer wordt opgesteld... dan maar wordt hij heeft ook alle Nena zelfs al doorlopen, toch? Ja. Hij is 18 nu, hè. Hij zit voor mij in onder 19 is hij nu opgeroepen. Oké. Dus, Maar in de kelder van de Eredivisie maakt natuurlijk wel het verschil... of je een spits hebt die er even 10 in legt... of dat je een spits hebt die niet scoort. En ja, dat vrees ik een beetje bij Emmen. Met Pedersen zie ik er geen team maken. Nee. Peters, zoals ik het hier lees, heeft een principeakkoord met Volendam. Jeetje. Maar dat is zeker nog niet rond, want er is een tweede bod van een tweede club binnengekomen. En daar wil Emma niet over zeggen welke club dat is. En er zou nog een derde club zijn uit Duitsland, Sportfreunde Lotte. Lotte. Dus misschien Thomas, buitenlands avontuur, zou je hem adviseren? Ja, wat was dat? Dat was derde Bundesliga. Nee, dat is voor mij een regionale derde liga.
Derde Liga, nou, ja. Dan dat raad ik hem zeker aan. Ja, is dat leuk? Ja, ja. Derde Liga in Duitsland? Ja, zeker. Denk het wel. Ja, absoluut. Er zitten hele grote clubs in. En, heb jij niet een keer dat toch ook zo'n gek verhaal gehad met Portugal? Dat toen wel of niet doorging? Is hij dat niet? Nee, heeft ja, dacht het wel, ja. Is hij toen naar Portugal gaan, maar heeft hij nooit gespeeld? Dan kwam hij weer terug. Was hij meteen weer terug naar Nederland? Ja, ja, dat weet ik nog wel. Goed, maar het was afgelopen weekend, mochten ze op bezoek in de Johan Cruijff Arena. Volgens Wouter waren ze erg onder indruk. In ieder geval, ze bakten er niet heel veel van. Het zijn ook echt niet de wedstrijden waar ze de punten moeten pakken. Mensen vragen hier, wat vinden jullie? Moeten Blind centraal verdediger en Weber linksback? Of Blind linksback en De Jong centrale verdediger? Dit omdat Tagliafico geschorst is. Ja. Sowieso Blind linksback zetten. Ja, maar... Ervaring op die plek. En Weber is voor mij niet echt een linksback. Maar dat denk ik ook. Alleen dan denk ik, je hebt Daley Blind met een bepaald verhaal binnengehaald. Hij stond toen in die wedstrijd tegen Heracles 10 minuten linksback. En stond daar voor de camera's van Fox. En toen was hij, nou, ik wil niet link, maar was hij toch wel beledigd dat hij linksback moest voetballen. Okay, toen was er wel een ander alternatief. En als hij daar gewoon geen zin in hebt, geen zin in. Maar als je vanavond als trainer zijn, dan komt Tagliafico's geschorst. Jij moet er gaan staan. Ja. Nou, als hij dan een back trekt, dan heb je er niks aan. Dat je hem net zo goed niet kunnen halen. Ja. Dan moet je het toch gewoon doen. Ja. Ah, ik vind Frenkie geen centrale verdediger. Want? Wat vind je hem dan? Ik vind hem echt een middenvelder. Ik heb een paar keer tegen hem gespeeld, maar ik vind hem op het middenveld vind ik hem echt goed. Maar ik vind Daley Blind op het middenveld ook echt goed. Ja, dat ja. Ja dat is, maar ik weet niet. Volgens mij is meer de keus van durven wij het aan met Weber in de basis? Volgens mij is dat meer de keus, want die Weber, dat is niet zo heel veel. Nou, Jordi, verlos ons. Dus daarom denk ik dat ze lopen te twijfelen om Blind linksback te zetten. Dat denk ik ook wel. Ik denk dat het wel eens tegengevallen sinds haar komst. Dat was ook weer niet ontzettend. Maar ik zou in ieder geval Weber niet linksback zetten. Als je de keuze hebt als trainer zijnde. Ah. Maar zou jij hem wel centraal durven te zetten dan? Oh, jawel. Ja? Ja, met de twee doelpunten voorsprong tegen dit Kiev. Jawel. Ja. Eerder dan linksback in ieder geval. Ja. Ja. Maar hoe zit je met je spanning eigenlijk richting Kiev? Helemaal niet eigenlijk. Nul? Nee, echt niet. En dat heb ik eigenlijk bij al die wedstrijdjes in de Champions League nog steeds niet gehad tot nu toe. En alleen eigenlijk standaard uit was een beetje tegenvallen op een gegeven moment. Maar voor de rest, als je het spel zag tegen Dynamo Kiev thuis bij Vlagen. Ja, dat geeft de burger moed, toch? Ja, nou, ik denk dat er nog wel een klein probleempje kan komen vanavond. Ja? Ik denk het wel. Snelle 1-0? Ja, je weet het nooit. Ja, dat zou het enige op dit moment toch zijn als die snelle 1-0 valt. Ja, ze moeten proberen om... ze mogen alles weggeven, maar geen corners. Ja, nee, maar dat is... Ja. Veel, met wat anders zijn ze niet zo gevaarlijk. Ik vind niet een hele goede ploeg. Alleen, ja, die corners levensgevaarlijk. En ze staan echt tot 4-5 keer achter elkaar ernaar te kijken. Ze hebben geen idee. Nee, inderdaad. Ja, ik vond het wel mooi dat we hier vorige week of twee weken geleden een uitgebreide voorbeschouwing hadden met Evgeny Levchenko. En dat hij zei, ja... Zo solide, ijzersterk, geen tegengoals, 4 koprij 1-0 gewonnen, de Supercup met 1-0 gewonnen. Ja, dat zeiden ze ook van Baten, toch? Verdedigen ze ijzersterk. Oh ja, nee, dat weet ik niet. Maar Kiev had serieus nog geen tegengoal. Nee, dat is waar, ja. Nee, oké, okay, ik denk dat het in de voorbereiding van deze twee wedstrijden op een gegeven moment een beetje kolderiek werd in de onderschatting. Maar ik denk dat het echt wel goed was vanuit het Nederlands voetbalperspectief om eens gewoon heel onzeker die potjes in te gaan. Ja. En dan blijkbaar, als je gewoon met de juiste instelling op het veld staat, blijken allebei die tegenstanders niet zo heel denderend. Ja. Is er nog iets mogelijk, hè, wat Thomas net zegt? Hè? De Jong doet het goed op middenveld. Blind doet het goed op middenveld, wat Sander zegt. Nou ja, is er een mogelijkheid dat ze daar met z'n tweeën staan? Oeh. Ja, op papier kan het, maar ik zie hem dat niet ineens proberen nu. Vandaag. Nee, maar gewoon in een ideale situatie. Dus dat je Weber wel een beetje en de licht centraal hebt. En Tagliafico linksback. Ja, ik denk dat Weber dan toch op de training behoorlijke stappen moet maken. Wil hij dat gaan proberen? Ja, op zich, Schöne uit de basis bedenken. Ja, alleen ik denk dat het is al 15 keer gebeurd en hij is al 16 keer teruggekomen. Hij is zo Ronald Waterhuis bij PSV, hè? Dat ze steeds een keeper haalden. Uiteindelijk, einde van het seizoen, stond hij daar weer, Ronald Waterhuis. Dat is wel ongelooflijk, hè, die gozer. Het gekke is dat je af en toe, als in een periode dat hij 2-3-4 potjes slecht speelt, dat je denkt, hij is, weet je, soms wordt de speler is oud en is zijn snelheid kwijt, zijn handeling. Altijd, nu is het echt gedaan met hem. Dat denk je altijd. Dat is het dus helemaal niet. Hij zit dan af en toe gewoon, denk ik, niet helemaal lekker erin.
Ja, dan uiteindelijk zo'n rustige voetballer is het ook. Gewoon, ja. Is er altijd weer gewoon... Ik denk dat weer rustig herpakt en dan staat hij weer erin. Een en heleboel Ajax-supporters iets heel anders dachten toen hij kwam van NEC. Met wat het uiteindelijk is geworden. Ja, natuurlijk. Ja, het is gewoon die bekerwedstrijd toch wat zijn hele leven heeft opeens heeft veranderd. En wat voor voetballer hij nu opeens bij Ajax is. Tegen Willem II stond hij opeens op het middenveld met de punten achter. Ja. En sindsdien is dat de oplossing gebleken. Ja. Alleen ik vind het met Blind vind ik het zo lastig. Want hij heeft het ook wel goed gedaan als linksback. Natuurlijk zeker met in Oranje en zo. Alleen... Hij is zo'n goede voetballer, eigenlijk te goed om maar linksback te staan, vind ik. Dus ja, als hij op zes, hij heeft in principe alles om een goede zes te zijn. Ja. Alleen niemand zet hem daar neer. Nee, omdat hij ook, dat is zijn grote probleem, denk ik. Omdat hij op andere plekken goed kan voetballen. Dan denk ik, we hebben nog geen linksback. Oh, zet hem dus toch maar linksback. Dat deed Mourinho natuurlijk ook. Nou, op het laatste helemaal niet meer. Terwijl die, als hij misschien een stapje onder United had gedaan. Roma werd destijds genoemd en Napoli. Dan zag ik hem echt zo op zes het spelletje verdelen. Zoals Pirlo in zijn beste dagen. Ja. Maar we hadden het net trouwens over keepers. Oh nee, je had het over spitsen. Dat het belangrijk is voor ploeg onderin. NAC had afgelopen weekend voor de derde keer een andere doelman onder de lat. We hebben net een vierde doelman vastgelegd. Zwart hoedje? Ja, dus hier. Zwart hoed. Opta Johan. Maar die is ook ondertussen al 80, toch? Of niet? Lang geleden, hè, dit. Sinds... VVV Venlo, een Eendelijkwijk, jawel. Shout-out Jean-Paul Rizon, de voorganger van FC Utrecht, toch? Eendelijkwijk, DOS. Fusie was het, toch? Ja. Fusie, ja. Maar volgens mij bestaat Eendelijkwijk ook nu nog wel als amateur. Volgens mij komt Ibrahim Afellay daar vandaan. Aysati, die komen allemaal van Eendelijkwijk. Ja, we proberen trouwens Theo Zwarthoed nu te bereiken. Alleen, het is echt waar, zijn bundel is op. Oh. Dus we wilden met hem skypen, dus wachten tot hij een goed wifi-puntje heeft. Hey, maar ging NAC nou nog voor nog een andere keeper, of niet? Ja, zeker. De derde doelman van Ajax. Van Leer, Ben je meer van Leer? Tegenwoordig beter bekend, denk ik, als de vriend van, toch? Van Lieke Martens, hè? Noem het maar. Wist jij dat niet? Ja, moet meer op Instagram zetten, man. Dan zie je het allemaal. Jij zit nog op Instagram? Ja, dus zit jij niet zo een beetje te scrollen? Familiaire foto, spannende wordt het niet. Belangrijke dingen. Ja, maar wij zijn geen shownieuws, toch? Beetje. Nee. Beetje. Nou ja. Dit is een leuk stel. Ik vond het wel grappig. Nee, maar ik vind het dan wel... Ja, we gaan het zo weer over voetbal. Ik vind het wel mooi hoe het dan uitlekt, want... zij had een Insta-story geplaatst. Een balkonnetje zo. Balkon. En toen had iemand herkend. Ja. Hey, dat is een balkon van Benjamin van Leer. Oké, hoe herken je? Dat kan toch alleen maar... Dat vroeg ik bij de zakkast. Het kan toch alleen maar een ex zijn? Nee, ze hadden toch allebei dezelfde foto of zo geplaatst, of niet? Dat was leek heel erg op elkaar. Zoiets dacht ik, hoor. Het is allemaal niet zo spannend. Zoiets dacht hij. Die gozer zit er helemaal in. Ik merk het. Je leeft helemaal op, man. Nee, ben jij zo'n voetballer die de hele dag op Insta zit? Nee, hoor. Nee. Nee, echt niet. Wat is nee? Nou ja, af en toe plaats ik een fotootje, maar één keer in de week of zo. Heb je een social media manager die je de teksten erbij zet voor jou en zo? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, bij Eagles hebben we wel iemand die daar die mooie achter de schermen. Ja, die af en toe zet hij wat erop. Maar op jouw eigen account? Ja, of dan stuurt hij een berichtje van je kan dit doen of dat doen. Nou, dat is wel goed geregeld bij ons. Ik heb een filmpje voor Game day? 3 points? Nee. Ja, dat zijn die standaard dingen, maar... Pre-match? Ja. Nee, het is wel aardig geregeld bij ons. Maar hoe doe jij als jij nou dat... Ik dat doe? Nee, jij. Ja, dat op dat Instagram. Hoe doe jij dat nou voor Tommy Beugelsdijk? Jij als social media manager. Nee, dat doe ik niet voor Tommy. Nee, maar als jij dat ziet bij spelers van ADO, dat bedoelde ik. Wat bedoel je als ik zeg game day, 3 points. Ja, het is allemaal zo standaard, joh. Hey, doe eens niet gewoon. Wij hebben het best wel een beetje, wees gewoon lekker, ook op dat internet, gewoon jezelf. Ja, maar Feffie, dat is hartstikke leuk. Heb je daar best wel vaak over gehad. Is er nou één fan die dan denkt, nee, nu, hij gaat er echt... Dat denk ik dus wel. Echt? Dat denk ik wel, ja. Aan de andere kant, een profvoetballer die hoeft de scheten te posten. En het heeft al 10.000 likes. Dus ik weet niet of mensen dat nou echt leuk vinden. Kijk, ik zie liever... Gewoonte. Maar weet je, maar die stories van die voetballers vind ik wel leuk. Want dan zie je ook wel echt hoe ze echt zijn. Ja. En dat vind ik best wel leuk om te zien. Jullie ook, of niet? Ja, ik. Ja, toch? Ja, zeker. Verder niet. Nee, ik volg echt heel weinig voetballers. Echt? Ja. Welke voetballers volg je dan? Ryan Donk. Ja? Gary Rodriguez. Ryan Donk. En die zijn niet leuk. Ik volg alleen maar Galatasaray spelers. Is het Ryan Donk of Henk Donk bij dat account, Jordi? Ryan Henk Donk. Hij heeft hem toegeëigend sinds zijn komst. Dat is wel mooi, hoor. Dat, ja, je tweede naam gaat gewoon... wordt bekendgemaakt, zeg maar. Dus Ryan Babel, Ryan Donk, allemaal met dubbele namen. Allemaal Ryans. Met dubbele namen. Ik zit ineens aan Frenkie de Jong te denken. Dat vind ik zo. Dat is wel echt gewoon een wijs lekkere voetballer, hè? Jij gaat gewoon... Ja, we hebben het net 10 minuten over. Nee, Thomas heeft het hele ode gehouden. Ja, maar die jongen die is zo speels, zo avontuurlijk aan de bal. Die moet je wel op het middenveld zetten. Ja. Maar als centrale verdediger doet hij het ook goed. Waarom? Omdat hij altijd lekker indrippelt. En dan kan hij ook nog lekker... Die jongen vind ik zo speels ogen. Dat is
Dat is wel lekker om te zien, want dat zie je gewoon niet. Het gaat nog een keer fout. Nederlandse velden. Het gaat nog een keer fout op het hoogste niveau. Champions League, ja. Champions League, dan wordt het wel lastig. Als je echt op dat hogere niveau komt, dan... Met dat indribbelen zit zoveel risico in. Het gaat nu elke keer net goed en dan is het mooi om te zien. Alleen Sander, als hij ook zelf weer een stapje gaat zetten bij een beter elftal. Nee, tuurlijk. Nee, maar ik bedoel, ja, bijvoorbeeld vanavond, dan is het wel even riskant om... Ik zou hem echt op het middenveld gooien, man. Ja. Maar waarom dan? Omdat je hem verdedigend te zwak vindt? Omdat je hem juist zo creatief en zo goed vindt aanvallend? Ja, nou ja, aanvallend vind ik hem goed. En ja, misschien is hij toch nog ietsjes kwetsbaarder als je hem centraal achterin hebt tegen grote spitsen. Of ja, ik weet het niet. Ik zou hem op het middenveld gooien. Maar hij is wel sneller dan Blind, denk ik. Centraal. Ja, wel iets. Ja. Eerste meters is hij echt... Ik vind hem ook wel sterk in de duels juist. En ook koppen kan hij ook wel. Dus wat dat betreft, qua Blind... Zou ik niet eens een groter risico vinden. En ik vind juist dat hij in die grotere wedstrijden beter is en minder risico neemt dan in de kleinere wedstrijden. Dat dit allemaal wat makkelijker opneemt. Dat idee heb ik wel. Als het echt een grote wedstrijd is, dat hij zich daar ook naar gaat presteren. Ik vond hem in de eerste wedstrijd tegen Kiev ook heel goed. Zeker. Ik weet niet of jullie het daarmee eens waren, maar... Ja, ik vind het echt, ik loop echt van hem zo te genieten van zijn speelstijl. Want dat zie je gewoon niet bij ons op de velden. En bijna helemaal niet in de wereld. Ja, in Brazilië zie je af en toe zo'n speler zo lekker rustig ronddrippelen. Het is net alsof hij de tijd en de ruimte van de wereld heeft. Weet je. Vaak zie je spelers een bal aannemen en dan zie je ze prutsen en snel die bal. Ja, dat ben ik wel met je. Het is vooral een voetballer wat je niet vaak ziet. Nee, ik kan niet prachtig, snel maar een vergelijkbare speler noemen. Nee. Maar daar moet je ook nu nog maar van genieten. Want ik denk dat hij volgend jaar zo... Barca. Die gaat 100% naar Barca. Ja, dus... Heel goed. Ja. Maar dat is ook gewoon lekker. Nee, geen probleem. Van de drie keepers bij NAC ga jij gewoon naar een Oda. Ik zat even aan, dus kom even in mijn kopje ook dat op. Is Joop buiten. Ja, sorry allemaal. Laten we het nog een keer over M hebben. Nee. Zijn ze slecht, hè? Die keeper. Nee, maar de keepers bij NAC, dat is natuurlijk wel echt een soap aan het worden. Ja, dat is zeker. Ik moest lachen, want ik zag die jongen die ze terug hebben geroepen. Die zat al op de bank afgelopen weekend bij City. Toch? Ja, ja. Wat moet je... Ik vind het al vrij bijzonder dat Birgitti is gebleven. Ja. Toch? Nou, maar dat hij is gebleven en dat hij nu toch weer weg mag. Ja. Ja. Zie hem maar eens te slijten. Ik weet echt niet waaraan. Dat wordt aardig zakenwaarnemerswerk. Want ja, er valt gewoon geen samenvatting van te maken, denk ik, om te verkopen. Het is gewoon echt een hele slechte keeper. En dat is wel redelijk cruciaal. Maar het is ook wel terecht wat jij zei, niet onder de indruk van NAC. Dat ene duel tussendoor leek het alsof ze zich herpakt hadden na die eerste wedstrijd. Maar nu met Excelsior en AZ, als je die twee wedstrijden achter elkaar kijkt, dan blijft er weinig over van NAC. Volgens mij heeft hij bij Feyenoord uit de nul gehouden een keer. Ja, maar Feyenoord uit. Precies, nou ja, als je daar even een bandje van en hij maakt, is vrijdag de gast. Kan wel, toch? Hij komt nu binnen. Hij is vrijdag de kom binnen. Vind ik echt niet erg, hoor. Nee, ik vind het wel mooi wat Excelsior dan doet. Ook nu ook in zo'n wedstrijd. Dus, weet je, het was voor mij de 2-0 was die van Fortes. Ja. Het is eigenlijk... Ik schat ze wel wat hoger in dan Emmen. Het is niet heel bijzonder wat zij doen, maar het is wel allemaal heel degelijk en heel goed. Kijk. Hi. Mark Birgitti, welkom jongen. Dat is Lars. Hi. Mijn grote vriend. Hey Jopie. Gaat zo over. Ik durf wel te stellen dat Lars niet een veel slechtere keeper is dan Birgitti, hoor. Nah. Waar is mijn stoel? Jouw stoel is weg, jongen. Tomme. Iemand heeft geboden op de stoel van Lars van Velsen. Ja, dat snap ik wel. Hey Lars. Oh, hij staat gewoon boven. Haalbaar normaliter. Lars, wat heb jij mooie schoenen aan. Dankjewel. Heb ik een kritiek gehad van de kijker hier zo? Ik kreeg van zo? Ja. Wie is die tokkie met die gore witte schoenen? Nee joh. Ik ben helemaal kapot. Ja. Vond ik zo mooi om te lezen, jongen. Laat jij je nou leiden door fans? Ja, weet je. Alles, die portal. Ik hoop dat hij kijkt. Ik hoop ook dat hij kijkt. Speciaal voor hem aangedaan. Nee, gisteren gekocht. Omdat je vandaag in de show moest. Nee, jongens, toch? Nee, ik ben helemaal gek. Ik doe alles voor het publiek, jongens. Alles voor het publiek. Welkom. Hi. Eén ding moeten we al checken. Cas Peters leek naar Volendam te gaan. Maar er is een geheime tweede club. Klopt. Eentje uit Duitsland ook sowieso. Ja? Sport Freunde Lotte. Ja, maar wie is die tweede? Maar daar is een trainer eruit gegooid. Dus die kans is dat hij daar niet naartoe gaat. Die tweede weet ik niet. Oh, oké. Jullie hoopten natuurlijk hier dat ik een scoop zou hebben. Nee, dat valt tegen. Wel even een Birgitti update van Joost Blauwhoff. Die stuurde me een berichtje. Dat Birgitti zelf per se wilde blijven bij NAC. Ja, dat snap ik. Maar goed, of hij daar nu nog steeds over denkt, is een tweede. Maar Birgitti wil gewoon per se niet weg. Als hij eindelijk een club heeft gevonden, ik zou ook nooit meer weg willen. Ja. Maar Cas Peters, zou je daar blij mee zijn bij Volendam? Zeker weten. Ja?
Hey, maar regelt Kees Kwakman dat allemaal bij Volendam nu? Ik sluit niet uit dat hij wel een vinger in de pap heeft. Nou, maar... Kees heeft ons hier toch wel gevraagd dat wij nog tips hadden toen ik speel ook wel eens wat door, hè. Af en toe dan zit ik te speuren op Transfermarkt. Ja, wat heb jij doorgespeeld? Grote man van Volendam. Nou, kom maar door. Dat ga ik niet zeggen. Jij hebt nu een speler die nu in de basisopstelling staat voor Volendam. Heb jij doorgespeeld naar die club? En die speelt er nu. Ik ga niet te veel verklappen, maar ik speel wel eens wel door, inderdaad. En zoals wat? Nou, zoals bijvoorbeeld iemand die getekend heeft bij Almere. Tim Reserveur? Nee. Nou, die heb ik ook volgens mij wel 100.000 keer geplukt bij Volendam. Maar... Hij heeft uw schoenen dus gewoon via een of andere commissie gekregen. Ja, 100%. Af en toe dan krijg ik wat toegespeeld. Niek Vossenveld? Nee. Ik denk die spits van Roma die ze gehuurd hebben. Ja, want jij zit natuurlijk in Italiaans jeugdvoetbal. Wel een spits. Huh? Wel een spits. Is geen huur. Stijn Meijers. Ja, zeg dan even wie nou. We zijn al een uur mee bezig. Ja, zeg dan raad het gewoon. Als jullie geen moeite ervoor willen doen, dan maar niet. Nou, dat doen wij nu toch? Jezus. Sorry. Ik word nu alweer moe van je, jongen. Wie dan? Dat maakt er niet uit. Doe ze eerst letten. Door, jongens. Nee, niet Kaars. Die hebt er niet getekend bij Almere. Hij gaat nu vechten met de camera, man. Ja, dan valt een knokje. Ja. Thomas, maar... help ons eens dan. En we gaan lekker door. Nee, ja, nu willen we het weten ook. Nee, ja, kijk, die Lucassen die nu getekend hebben bij Almere... Ja. Daar heb ik toen tegen gezegd. Ik zeg, joh, die is transfervrij uit Engeland bij Northampton. Ik zeg, misschien is dat. Is ook op proef geweest. En hij heeft uiteindelijk getekend bij Almere. Okay, maar hij is dus dankzij jou op proef geweest. Hey, dat weet ik niet, maar ik heb wel gewoon even gezegd van, hey. Zie je dat je hem nooit een geheim moet vertellen? Hij bezwijkt echt na 3 vragen. Hey, hij vertelt alles. Hij vertelt alles. Dat Lucas. Het is goed dat we niet in de oorlog zitten, hoor. Ja, maar waar zitten ze? Ja, dat zeg ik toch niet. Dat zeg ik niet. Ik heb alleen geappt. Gewoon van, hey. Ja. Ja, goed bezig, jongen. Ja, dankjewel. Top. Je bent een soort van technisch directeur van Volendam. Wel een beetje. En wat ik doe al. Ben lekker bezig. Ik doe mijn dingetje. Ja, goed, man. Opie, oude pik. Ja, oude pik en pijp van me. Lekker blij. Wat vind je eigenlijk dat, of we toch over Volendam hebben, Theo Zwarthoed, dat hij nu naar NAC gaat? Ja, vind ik leuk voor hem. Ja? Ik vind het een ondergewaardeerde keeper. Okay. En redt hij het als ze ook nog van leren halen? Nee, dan wordt zal hij tweede keeper worden. Dat is wel logisch natuurlijk. Maar het is wel grappig, want volgens mij was hij toen al een keer rond met... of met de Dijk of met RKV. De Dijk. En toen kwam uiteindelijk Excelsior nog weer voorbij. Dus toen heeft hij die IJslandse keeper uitgespeeld vorig jaar, toch? Dat was niet zo heel moeilijk, toch? Nee, maar ja. Dat was niet zo'n... Die Christensen was dat? Christensen? Dat was niet... Het zegt ook wel wat over het niveau van de Nederlandse keepers. Tenminste, de keepers hier in Nederland. Dat Zwarthoek... Dat hij nog gehaald moet worden bij NAC. Nou, weet je wat? Dat is een leuke keeper, maar het is ook al, hoe oud is hij ook? 35, keeper. Dus hij kan nog minstens 5 jaar mee. Ja, oké. Okay. Nou ja. Een keeper die bij Thomas nu keept, dat werd jarenlang gezien als een van de grootste keeperstalenten in Nederland. Hobie Verhulst. Leek vorig jaar ook naar ADO te gaan, hè? Daar was sprake van. Ik had inderdaad verwacht dat hij inderdaad naar de Eredivisie zou gaan na afgelopen seizoen. Maar hij is wel goed op zijn plek daar, denk ik, bij Go Ahead. Ja, hij heeft het naar zijn zin bij ons ook. Een hele goede, sterke keeper. Goed. Het is er eentje die punten gaat pakken. Tenminste, dat heeft hij daar bij Volendam vaak gedaan. Dus ja. Ik geef ze groot gelijk. Nou, afgelopen vrijdag pakte hij al aardig wat ballen. En anders kwamen we zelfs 2-1 achter in plaats van 2-1 voor. Dus hij doet het goed bij ons. Waar ligt het dan aan, denken jullie, dat uiteindelijk iemand zo wel een kans gaat krijgen in de Eredivisie? Nou, kijk, toen hij bij Volendam kwam, was hij derde keeper van MVV. Was hij toen, hè? Toen heb je daar gewoon de kans gekregen en die heeft hij gepakt. Dus ja, het is zo makkelijk aan het gaan. Ja, Eén balletje pakte hij niet, geloof ik. Maar hij was ergens vanaf de middenlijn. Ja, ik weet ja, niet dat helemaal. Weet ik nog wel, ja. Die zat er behoorlijk in. Jullie weten waarover het gaat, hoop ik. Nee, vertel. Nee, joh, laat leg even uit. Nee, dat moet je zeggen ook. Nee, ik schoon een balletje van het middenlijn over hem heen. 45 meter ongeveer, denk ik. Ja. Gewoon op het gemakkie. Ja, schuin, een beetje linkerkant, toch? Een beetje links. Ja, je mag hem opzoeken, hoor. Dan, Goed, die beelden hebben we helaas niet, Thomas. Laten we gaan naar de redding van Danny Buijs afgelopen weekend. Hij overleeft weer een binnenbrandje. Het was een brandje natuurlijk in Groningen. Afgelopen vrijdag toen we in de show zaten, werden twee spelers... hoorden wij eerst, hebben heel netjes gezegd dat ze het niet eens mee waren. Nou, toen zagen we de interviews met Fox Sports. Toen bleek het alweer een beetje dat ze er toch wel goed klaar mee waren. En toen moesten ze naar de Graafschap, wat nooit lekker is. En uiteindelijk winnen ze eigenlijk wel zonder te veel moeite. Nee, maar jij bent wat dat betreft toch wel... De Groningen-watcher hier binnen. Groningen-watcher, zo. Je bent goed geïnformeerd in het Groningse. Voor mij waren het allemaal nieuwe namen. Maar volgens mij, volgens de jongen die scoorde,
Michael Breij. Ja, die heeft volgens mij vorig jaar heel veel gescoord in de tweede. Ja. Dus die was voor de eigen aanhang. Die paar keer al ingevallen. Echt, ja. Echt op te wachten. Maar ja, dat, daar ben ik voor. Ja, dat vrijdag, dat verhaal. Ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet vinden. Zeg maar van die spelers. Wat vind je ervan? Als je hoort dat je niet speelt. Ja, nou ja, ik vond het verhaal van Verweert nog wel enigszins legitiem. En die andere was Drost. Jesper Drost? Ja. De achterliggende informatie was voor mij niet voldoende. Maar Van Weert natuurlijk interesse niet gegaan. Teruggeknokt, volgens mij voor de tweede keer. Zeker, en dan vorig jaar met Veldwijk ook. Toch te horen krijgen dat je op de bank moet zitten. Ik vind het wat vroeg in het seizoen. Maar het is natuurlijk ook nog een periode dat je kan vertrekken. Dus ja, niet zo heel gek dat dat een beetje muiten wordt, toch? Nieuw trainer. Ik vind het dat ze het wel een beetje snel doen, hoor, tegenwoordig. Ze lopen allemaal te muiten als ze even niet spelen. Ze willen ze allemaal niet terug willen knokken. We hebben het vast ook al een paar keer over gehad over van Feyenoord. Amrabat, die wil ook gelijk weg als hij even niet speelt. Ja, maar ik denk dat het verschil is dus dat bij elke speler het verhaal anders is. Ik denk bij Amrabat, op een gegeven moment heb je daar een plan mee. Hè? Het plan is uiteindelijk dat hij echt een kans zou gaan krijgen. He, op het middenveld. Nou, dit jaar gaat El Amari weg en dan lijkt hij. En uiteindelijk komt daar iemand. Ja, en toen kwam Klaasje en er was gezegd dat Klaasje niet zou komen. Jij gaat daar spelen. Ja, maar je speelt wel bij een topclub, toch? En nu ook eigenlijk. Je speelt bij een topclub. Dan wil je toch voor je kans gaan. Maar als we naar Groningen gaan. Ze gaan nu al wel heel snel weg. Ook al is er een plan gemaakt met je. Je speelt wel bij een top. Je speelt profvoetbal. Dan ga je toch voor je kans. In het geval met Amrabat en Klaasje, als hij nou gewoon gewacht had, had hij volgens mij Klaasje. Ik ben er niet zo erg onder de indruk. Was hij er dan niet uiteindelijk toch wel gekomen op die plek? Ja, ook misschien, maar ik vind dat ze nog wel snel naar een andere club willen als ze even niet spelen. Ja, en ze pakken verlies toch meteen? Maar als we nu gaan naar Ton van Weert. Ton van Weert was het meest verbolgen over dat hij eigenlijk, en dat vond ik ook als ik later zei, best een normaal interview had gegeven, gewoon rustig. Maar daarna is het redelijk overgenomen door allemaal sites, is het opgeblazen. En moest hij dus even langskomen daarover. Terwijl als je het interview, ik weet niet of je het interview hebt gezien. Ja, ja. Nou, was het in ieder geval die van Ton van Weert was best oké. Ja. Ja, dat was eigenlijk, haalde ook niet uit of iets. En, is toch wel raar, zeg maar, dat invloed heeft op het feit. Kijk, als je de trainer bent van Ton van Weert en er staan allemaal artikelen en er staat in dat er gerefereerd wordt naar een interview dat hij heeft gegeven, dan kijk je toch het interview. Ja. Dan kan het toch nooit vervelend zijn dat voetbalzone of voetbalprimeur er een knal of taxi boven zit. Jij bent toch de trainer? Dan ga je toch dat filmpje kijken en dan zou er niks aan de hand moeten zijn. Nee, daar ben ik ben het 100% met je eens, zeker. Nee, maar ja, voor de rest, ik vond volgens mij het dieptepunt dit weekend over Groningen dat Hans Kraaij echt zichzelf helemaal hilarisch vond over het feit van dat die spelers met een elastiekje tussen hun benen de warming-up deden. Ja, ik heb het ook gezien. Ja, weet je wat is tegenwoordig gebeurt het nou eenmaal? En ja, ik denk dat de medische mensen die gaan ook dat allemaal onderzoeken en zo. En ja, ik zit er ook niet op te wachten om met een elastiek tussen mijn benen te gaan lopen, maar. Nee. Ja, maar als iemand zegt, Thomas, het is goed voor je benen en goed voor je spieren, dan denk ik ook dat je het niet zegt van, ga ik niet doen. Nee. Dus ja, ik denk dat het gewoon goed is en het ontwikkelt zich steeds. Dus ja, bij ons is het ook elke dag. Elke dag doen we dat. En, Ja. Dus. Maar wat was het lacherig dan dat ze dat deden? Ja, hij zelf was, want als speler van Groningen ben je toch geen idioot. Dan knip je toch door, zeg je toch, ik doe dit niet. En de trainers die aan de tafel van Kees zaten, die zeiden, nou ja, wij doen het ook. Ja, maar ze zeiden bij Veronica Insight, vroeger toen deden ze dat gewoon nog binnen in de hal. Ja, zo, ja. Maar toen zei gelukkig nee nog wel. Ja, dat was net na de oorlog, Johan, weet je. Ja, het gaat al mee met de tijd. Ja, maar dat is gewoon nu. Het was ik denk goed uitgebeeld. Want jij hebt volgens mij dat van Perez ook gezien. Want daarom begon je denk ik over het krat bier in die bus van Emmen. Ja, gezien. Dat is zeg maar op dit moment zeg maar dat je toch nooit goed kan. Aan de ene kant zit iedereen het belachelijk te maken over vernieuwing. Aan de andere kant zit iemand te oreren over dat we professioneler moeten zijn. En dat. Ik vond het sowieso een gekke conclusie van Perez. Dat hij zei, nou, dat krat is niet zo'n probleem, maar verstop hem. Ja, dan. Doe het als nou, dat krat is wel het probleem, je hoeft hem niet verstoppen. Of je drinkt hem openlijk, of je drinkt niet, denk ik. Ja. Ga niet verstoppen. Nee, ik ben het met je eens, zeker. Maar voor Groningen in ieder geval een belangrijke overwinning. En ja, er staat natuurlijk heel veel druk op. Dat is het wel gelijk bij Groningen. Het loopt al jaren niet zoals ze willen. Stadion zit bijna nooit meer vol, wat zeg ik. Dat vind ik ook wel apart. Groningen is best wel een voetbalstad, hè? Maar er zitten zo weinig mensen. Maar alleen Groningen heeft natuurlijk altijd wel spelers gehad waarvoor je echt naar het stadion kwam. Een Tadic, een Kostic. Zeker. En als je deze selectie kijkt. Suárez. Ja, nou, ze hebben allemaal gelopen. Berg, Nefland. Er was altijd wel eentje waarvan je dacht, die wil ik zien. Is het daar onderweg niet helemaal misgegaan? Dat is zeg maar nu dat er een beeld wordt gezocht van een vol stadion en een succesvol team. Maar dat als je kijkt wat je van de club hebt achtergelaten, dat helemaal niet realistisch is. Nou ja, die eerste jaren in de Euroborg. Ja, dat waren natuurlijk de tropenjaren van Groningen. Ja, dat.
Dat is, ja, maar het is ook heel moeilijk hoor, vanuit beleid en vanuit supporters, ja, om te zeggen van, nou, we zijn niet zo goed meer, dus misschien moeten we gewoon voor het rechterrijtje bovenin gaan. Maar ik heb niet veel, ik zie niet veel beter bij Groningen. Nee. Als je kijkt, Vitesse, AZ, die allemaal doorpakken. Heerenveen, wat wel eens een goed jaar hebt. Het is misschien wel de ambitie die Groningen probeert uit te stralen. Met Hans Nijland, die, ja, altijd uitstraalt. Ja. We moeten dat stadion vol spelen, die met die Gerard Kempkers haalt, die heel innovatief, ja, wil zijn. Maar dat is het, wat we eigenlijk vrijdag ook zeiden, weet je. Of je kiest dat je naar links gaat, of je gaat naar rechts. Maar nu kiezen ze bijvoorbeeld naar links te gaan met een Kempkes, maar ook de hoofdjeugdopleiding die ze weghalen bij AZ, hè, Kasper Dekker, en dat ze inzetten op eigen jongens en dat soort dingen. Maar ja, als het dan, dat levert natuurlijk ook weer problemen, want die willen innoveren, die willen nieuwe dingen gaan doen. Nou, dat botst weer met de ouderwetse voetbaltak. En dus blijf je steeds in het midden. En dat is gewoon heel jammer om te zien. Vind ik. Maar dan is die ouderwetse voetbaltak, dan heb je het over Nijland en Jans, denk ik. Nou ja, kijk, ik weet gewoon dat Nijland is nu ook wel, op een gegeven moment moet hij het ook maar gaan laten zien met zijn beslissingen die hij doet. Hè? Ja. De mensen om zich heen die hij heeft gehad, de technisch manager die altijd jaren met hem heeft gewerkt, die zit nu bij Ajax natuurlijk, Veldmaten. Nou, nu is opeens Jans daar weer terechtgekomen. Jaltema zat er, die is weggegaan, die is weer teruggekomen. En nu stellen ze iemand aan waar die vroeger goed mee was natuurlijk, een Buis. Ja. Waar ze vertrouwen in hebben. Maar het is best een risico natuurlijk om iemand zonder eredivisieervaring daar voor de groep te zetten. Als je daarvan overtuigd bent, prima, maar moet laat het dan ook zien. Gaan. Nee, dan moet je de volle bak wel gaan. Als zij nu acht wedstrijden op rij verliezen, weet je, het is jouw idee, jouw beleid. Ja. Nee, ik vind ook, ze moeten een heel jaar gewoon volle bak achter hem gaan staan. Danny Buis, ja, Danny Buis verdient gewoon een kans. Ja, toch? En zal hiervoor natuurlijk Faber, wat die meer ervaring heeft, maar dat is ook geen garantie. Nee. Toch? Dus. Nee, maar het is meer een manier van werken en dat je daar ook achter blijft staan. En ik weet, ook vorig jaar liep het ook niet heel erg met wat Faber wilde. Mm. Faber was, het was het groepje Faber-Kempkers en dan had je daarover tegenover Nijland. Dat wat we vorig jaar over hebben gehad op trainingskamp en met uitgaan en dat soort dingen. Ja, er was gewoon niet één lijn. En als je dat niet hebt, dan merk je dat gewoon in de hele club. En dat is gewoon heel jammer. Ik moest wel een beetje lachen om Danny Buis, want hij had natuurlijk best wel toffe praat van tevoren, toch? Want we gaan ervoor en attractief. Ja, verlies je twee keer. Ja, dan. Ja, en dan. Ja, aanpassingen. Dan sta je met je mond vol tanden. Aanpassingen, ja, dan in de opstelling. Moet je gaan werken. Ja, natuurlijk. Ja, maar ik denk dus dat het daar gewoon gedurende het seizoen en misschien nog wel langer nooit rustig wordt. Omdat ze in hun hoofd misschien wel plek 6 tot en met 8 hebben. Maar dat ze selectie hebben van 12 tot en met 14. Ja, dan moet je gaan aanpassen. Het probleem bij Groningen vind ik, wat ik ook aan het begin van het seizoen zei. Ze hebben echt 11, 12 echt gewoon prima voetballers wat je top 9 kan spelen. Alleen ja, een seizoen duurt lang. Ja. Dus dan krijg je dus ook andere jongens die er opeens in moeten. En ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Maar er zijn niet echt één echte toppen tussen, toch? Nou, ik denk Doan is wel voor zo'n club wel bovengemiddeld. Ja, maar is Doan een speler van het rijtje wat we net opnoemen? Nee, dan nog niet. Maar ik vind Doan wel een hele mooie speler. Maar ben ik benieuwd hoe jullie daarover denken over Doan. Want als ik zo naar hem kijk, vind ik het wel een mooie technische voetballer. Maar hij is niet van die niveau. Groningen heeft best wel. Kijk, het centrum zit gewoon goed in elkaar met Mimicevic en Tewierik. Je hebt dan een keeper. Is gewoon, ja, denk ik, nu al een jaar de derde doelman van het Nederlands elftal. Waarom speelt die Chabot nog niet? Ja, omdat je een ander centrum hebt. En daar gaat er wel, denk ik, eentje van weg, hè? Met Mišević of Tewierik. Jij schrok vorige week over Galla. Mišević, hè? Ja. En nu Celtic schijnt Mišević binnen te willen halen. Dus Chabot zal daarvoor spelen. Dan heb je op rechts heb je een prima eredivisieback in Zeefuik. Nou, bij links hebben ze heel snel nagedacht naar de eerste wedstrijd. Dat ze dachten, Warmerdam is toch nog steeds niet een linksback. En gaat dat niet worden? Nou, dan hebben ze nu die Duitser gehaald, die handwerker. Handwerker, ja. En dan heb je een prima middenveld ook daarvoor met allemaal jongens die gewoon, ja, gewoon prima eredivisie-spelers zijn. En voorin, ja, weet je, een Van Weert zal er altijd wel tussen 10 en 15 inschieten voor Groningen. Nou, als ik het zo hoor, gaan ze meedoen met kampioenschap. Nieuw, hey, dat is een top 10 man op Groningen. Hey, maar dit is wel het team, zeg maar, wat ik zeg. Weet je, als dit speelt en dit krijgt vertrouwen en je laat het gewoon voetballen, dan gaat het, denk ik, gewoon plek 9 of plek 10 worden. En dan, nou, ik vond dat daarin Tom Van Weert wel echt een punt had. Hij zei ook in een interview bij ons van, als je mij gewoon laat staan, heel seizoen, dan maak ik de 10 naar 15. En ik denk dat zeker in zijn geval ook wel waar is. Alleen met Jesper Drost, hij zegt zelf, ja, ik heb nu 2 weken de kans gehad en dan word ik er alweer uitgehaald. Maar de trainer zegt, je hebt al 6 weken de kans gehad. En de supporters zeggen, je hebt al 1,5 jaar de kans gehad. Dus ja, Drost, dat is gewoon sinds de transfer naar Zwolle niet echt een gelukkig huwelijk geweest. Ja, dan moet je toch af en toe even je mond houden en gewoon weer gaan laten zien. Ga gewoon weer. Ja, maar ik denk dat Jesper Drost echt weg wil. Gewoon. Ja. Dat hij denkt van... Zeg dat dan. Dat Mahie ooit weer die oude vorm te pakken krijgt. Dat zou wel, denk ik, gunstig zijn voor Groningen. Als toch? Die absoluut, ja. Laat zien wat hij ooit heeft laten zien. De meest sexy voorhoede van de Eredivisie buiten de top 3? Speelt hij op dit moment in Tilburg? De meest sexy voorhoede?
Nou, ik was er zondag en ik was zwaar onder de indruk. Nou, dat denk ik. Jij vindt het niet sexy wat ze spelen? Ja, ze spelen, hebben een geweldige Afi wedstrijd Jai, gespeeld Sol, natuurlijk. Özbilis. Ja. Kijk, met Özbilis is het natuurlijk even afwachten. Wat zeg je? Met Özbilis is het afwachten. Tuurlijk. Als die fit blijft. Maar op papier, ik moet ook zeggen, toen ik de opstelling zag zondag. Ik denk Afi Jai, Sol en Özbilis. Maar laten we even kijken naar de opstelling. Dat is niet niks. Kijk, dit was vorig seizoen. Dit was speelronde 34, Willem 2 tegen Vitesse. Ja, dan zijn er niet heel veel spelers over van dat... Acht spelers zijn allemaal vertrokken, maar in ieder geval die nu niet in de basis stonden. Ja. Dus dit is de laatste speelronde van vorig jaar. En als je dat vergelijkt met nu, zeg maar. Is echt, ja, want als we nu de opstelling van nu kunnen kijken. Ja, en dan heb je nog Crowley erachter voetballen. Crowley speelt nu heel erg goed. Die was bij Go Ahead... Field een beetje, was net niet. Ja. Maar die heeft het nu helemaal gevonden. Ja. Nou, degradatievoetbal was niet helemaal zijn ding, zeg maar. Van het lijstje hiervoor, dus zou toch alleen Rienstra kans maken om zich hier in de baas te spelen? Bij Cambuur was hij geweldig trouwens, ook Crowley vorig seizoen. Natuurlijk. Maar wat ik ook hoor van mensen binnen Willem II, het ligt echt niet aan, volgens Crowley ligt het nooit aan hemzelf, ligt het altijd aan de rest. Maar die jongen, ja, die debuteerde voor mij op zijn 16e bij Arsenal. Trainde natuurlijk jarenlang mee met Wenger, met de A-selectie. Die kan gewoon goed voetballen. Ja, maar dat is natuurlijk wel... Kijk, maar het is... Nee, maar het probleem is... Er zijn is, meer van dat soort verhalen. En zelfs mensen die bij ons in de studio zijn geweest... of in de uitzendingen zijn geweest... die kunnen zeggen dat ze heel vroeg een supertalent waren... of van Real Madrid kwamen of van Arsenal. Dat zegt niet zo heel veel. Nee, maar dat wil ik dus zeggen. Het zegt dus heel veel. Hij moet die omslag in zijn hoofd kunnen maken... dat Arsenal 1 gaat er nooit meer worden... maar hij kan nog wel de volgende stap zetten. Alleen dan moet hij weer op dit niveau... ook weer elke week laten zien dat hij de beste is. En daar heeft hij heel veel moeite mee gehad in het begin. Want ik snap ook wel als jij op een... nu bij Go Ahead Eagles is het allemaal leuk... maar toen hij daar kwam, bungelde ze onderaan... en moest hij strijden tegen degradatie... dat hij echt dacht, ja, wat doe ik hier, weet je? Ja, ja. En nu schijnt de zon en heeft hij fantastische spelers om zich heen. Trouwens wel mooi, hè? Afi Jai, vorig jaar bij Roda natuurlijk, waren al fan. En hij gelijk onze einddirecteur appen toen hij terug was. I'm back in de eredivisie. Dus we wilden ook met hem Skype vandaag... maar ze waren heel druk met trainen bij Willem II vandaag. Maar hij heeft wel even een videootje opgenomen... om te vertellen hoe het tot nu toe gaat... in Tilburg. Hello FC Afkikken. Now I am by Willem II. I think it can be a nice and great time here. So in my first home game we win 5-0. I can score 2 times. I'm very happy about that. And so let's see what the future gives us. Ja, mooi om te zien. Hij is blij om terug te zijn. Wat kunnen we van hem verwachten, denk je? Als hij nu, dit is weer een stapje hoger dan Roda, waar hij nu instroopt. Ik denk dat hij in ieder geval... Hij zal zelf zijn doelpuntjes gaan maken. Maar ik denk ook vooral anderen laten scoren. Ik denk dat Shaheen was bijvoorbeeld bij Roda niet de meest trefzekere spits. Die werd echt goed in de fase dat hij overkwam. En daardoor werd het nog een beetje spannend onderin. Dus ik denk met de Sol na zich. En als hij nog een beetje klik hebt met die Crowley ook. Dat is gewoon echt een hele goede toevoeging. Ik vind ook eigenlijk... moeten we Willem II... Maar met vorig jaar Roda en nu Willem II. Dat Schalke hem best wel laagdrempelig verhuurt. Als in zijn, ik vind het niet. Ik denk dat die jongen wel iets beter is dan de clubs waar hij tot nu toe aan verhuurd is. Slechte zaakvernemer? Nee, dat denk ik niet. Je kan ook een stapje laag gaan en dan zeggen dat je 34 wedstrijden gaat spelen. Hij is toch ook niet verhuurd? Is hij nu verkocht? Volgens mij heeft hij voor één seizoen getekend bij Willem II. Was die transfervrij? Check het even dan. Ja, dat ga ik. Jij bent hoe kan jij nou de man die alles moet checken zeggen? Ja. Ik denk. Ik weet het bijna zeker. Ik zoek het voor de zekerheid even op. Maar volgens mij heeft dan heeft hij wel echt een slechte zaakwaarnemer. Ik heb het. Er wordt de Unistal constructie al genoemd. Want die tekenen voor één seizoen bij VVV. Ook een speler die veel te goed is voor dat niveau. Ja. En die tekenen een jaar later een contract bij PSV. Dus ja. Schokken. Ja, hoezo? Ja, dat je het in één jaar laat zien. Dat is vertrouwen op je eigen kwaliteiten, bedoel je dat? Zo heel gek is het nou toch ook weer niet. Want je gaat van degradant ga je naar een eredivisieclub. Dus je doet nou net alsof tussen Roda en Willem II een gigantisch verschil zit. Is dat niet dan? Er zit geen gigantisch verschil, maar het is ook niet... Nou, er zit wel verschil tussen. Trouwens, dat is, voor Sol is natuurlijk fantastisch. Hè? Nu met dit soort spelers om je heen. Wat voor spelers heb jij nodig om je heen? Ja, ik moet sowieso wel bediend worden. Dus ja, ik denk dat met dit jaar hebben we Navratil hebben rechts. Ja. Links hebben we nu Zepar. Ja. En Bruno Andrade die af en toe nog erin komt. Dus ja, ik denk dat ik ook wel redelijk zit
met aanvoer dit jaar. En, maar we gaan het zien. Heb je al een klik met... Je zag het ook voor mij met de doelpunten bij Willem II afgelopen weekend. Dat soms heb je alleen aan oogcontact genoeg. Hoef je hem nog ineens te vragen hoe je hem wil hebben. Heb je dat nu al met spelers? Ja, ik kwam natuurlijk iets later bij Go Ahead. En heb ik ook... ik begon met een week met training. Daar heb ik daarna weer een weekje rustig aan gedaan. Ik had een beetje last van mijn bovenbeen. Ik heb wel redelijk wat gemist. Maar nu ben ik gewoon de laatste 3 weken ben ik er vol bij. En ja, je merkt wel dat het steeds wat makkelijker gaat. Maar ja, de dingen moeten nog wel erin slijpen, ingeslepen worden. Ja. Ja, het is wel mooi om... Ja, zeg maar. Ja, ik sprak jou verleden jaar natuurlijk in het geweldige item De Ruime Buiten op Omroep West. Waar kan je dat zien? Elke vrijdag op Omroep West, Sport op 5. Ongegeneerd. Is dat ook online ergens te zien? Is ook online te zien op YouTube. Jo Buiten, Thomas Verheid, dan vind je het wel. Maar toen vertelde je mij dat je het hartstikke naar je zin had in Engeland, bij Crawley. Waarom ben je eigenlijk dat snap ik Nederland? Als je die auto van hem ziet. Ja, die was goed, hè? Nou ja, tuurlijk. Kijk, randvoorwaarden daar waren super. En ik zat er dan met mijn vriendin en mijn dochtertje. En ik ben toch ook wel een jongen die houdt van vrienden, familie vooral. En ja, ik moet wel mezelf kunnen zijn. En in Engeland was dat toch iets anders. Hè? Dat je wat, was de sfeer gewoon wat anders. En ja, hier in Nederland kan ik me wel gewoon in een groep mengen, zeg maar. En dat miste ik vorig jaar heel erg. Daarbij kwam dat wij wel de Turkse eigenaren daar bij Crawley, die waren redelijk aan het kopen. Ja, ze pompten er goed geld in. Ja, en afgelopen periode weer 9 spelers aangetrokken. Ken je ze ook niet? Nee. Okay. Nee, maar misschien is het een groot... Die sperfamilie van je, wil je zeggen. Als er ooit een Turkse eigenaar is, Fef heeft mensen wel een connectie met ze. Gisteren een nazi gehad. Ken je die eigenaar? Nee, maar ik zat er nog met 2 Nederlanders. Met Enzo Boldewijn, die heeft dan wel een mooie stap kunnen maken naar Notts County. Wel in de League 2, maar wel een wat grotere club. Moussa Sano, die is ook weggegaan. Dus er zijn ook wat jongens daar weggegaan. Leef je daarover eigenlijk? En toen op een gegeven moment kwam Go Ahead Eagles die concreet werd. Ja, dat vind ik toch altijd wel een mooie club. En, het past bij jou, hè? Go Ahead Eagles, volksclub. Ja, nee, dat ook. En biekt er kort op. Doe je dat nou ook nog een beetje dat je dan denkt van, weet je, er staat een goede groep. Weet je, we kunnen hoog meedraaien misschien wel in de competitie. Ook voor jezelf, dat je denkt van, nou, als ik mijn best doe, dan sta ik er in Nederland. Toch ook een beetje aandacht, weet je wel. Als je daar een beetje gevoelig, of tenminste, als je ervan houdt, dan is dat heerlijk toch? Nee, klopt. En daar, hè, in de League 2, in Engeland is echt een voetballand. Hè, maar League 2 wordt in Engeland gevolgd, maar daarbuiten niet echt. Ook dat, ja. Hè? En natuurlijk dan mis je het wel eens een beetje. Dat je, hè, zoals dit, hier vind ik leuk even zitten. En ja, daar was het gewoon wat minder. En, Qua niveau? Ja, het waren allemaal grote gasten. En je ziet daar veel jongens die in de jeugdopleiding bij Arsenal, Chelsea hebben gespeeld. Die komen later nog. Die blijven in de voetballeague, maar die redden het daar niet. En die komen dan een beetje in de League 1, League 2 terecht. Ah. Ja, voetballend goed. Soms mentaal wel iets minder, weet je. Dus gewoon, Hey, maar is Go Ahead een beetje hetzelfde niveau als Crawley? Of is Go Ahead wat hoger niveau? Dat je toch wel denkt van, hey, moet een beetje aan... Voetballend, ik vind het moeilijk om te zeggen, omdat het een hele andere speelstijl is. Maar ik denk dat als wij vorig jaar met Crawley nu in de keukenkampioendivisie zitten, ja, denk ik wel dat wij gewoon linker rijtje zeker spelen. Ja, okay. Puur op kracht, soms zie je verdedigende acties hier, zo bij Heerenveen bijvoorbeeld. Ja, dat zou je daar nooit zien. Daar wordt echt... Eerst wordt er verdedigd en daarna gaan we vooruit. Maar heb je gisteravond even Engels voetbal zitten kijken? Ik heb gisteravond wel even... Over verdedigen gesproken. Tottenham Manchester. Zo. Bij die 0-3? Ja dat hij eventjes de weg smalen bedoel kijk, je. Ik dacht al, hè. Hey. Ja. Daar heb ik nog Spurs winnen een keer met 3-0. Ja. Hoi, Sjoel. Goedemiddag. Hi, jongens. Goedemiddag. Je zit niet in Engeland, hè? Zit hij nou in Scheveningen voor jou? Nee. Achter de duin nog eens zitten. Ik zit op een duin in Vlieland, zit ik. Oh, Vlieland. Heel goed, jongen. Heb je kunnen slapen vannacht? Ja. Ja hoor, zeker. Ging prima. Mooie avond. Heel goed, want gisteravond natuurlijk jouw Spurs op bezoek bij United. Belangrijkste, denk ik, om mee te beginnen. Waarom voelde jij aan dat Lucas Moura de man van de wedstrijd ging worden? Nou, het zit al een tijdje aan te komen. Lucas heeft echt een heel goed voorseizoen gehad. Ja. Een van de jongens die niet naar het WK hoefde. Hij speelt eigenlijk ook een beetje de plek van Sprong, die natuurlijk ook niet bij is, dus hij krijgt sowieso de kans. En dit zat dan wel een beetje aan te komen, dacht ik. Ja, goed moment om te tweeten. Een goed moment om het... had je hem al anders gewoon weggehaald na de wedstrijd?
Nee hoor, nee, dan was het, het was, de rust zag het er ook helemaal niet naar uit. Nee, want dus, ja, uiteindelijk, dat is uiteindelijk een beetje een soort van pijnlijke achteraf. Maar voor een deel had Mourinho natuurlijk een punt met zijn 3-3-3-1 aanpak. In de eerste helft had hij het goed vast. Ik wil net zeggen, ze begonnen goed met Manchester, man. Ze bijna was wel genieten. Ja, ze begonnen heel goed, maar het was ook vooral Spurs wat echt geen idee had hoe ze ermee om moesten gaan. En ook eigenlijk leek dat ze voor het eerste keer niet goed gespeeld waren. Dat was lastig. Hey, het is natuurlijk makkelijk gemaakt, maar Loris zag er nog dronken uit bij die actie met Lukaku, hè? Ja, hij was wel snel in zijn goal. Maar Rose ook. Maar wat trouwens daarover gesproken, waarom is werd hij toch opgesteld, Sjoe? Ze hebben het erover gehad. Hij heeft excuses aangeboden aan het team, hij heeft excuses aangeboden in de media. Hij gaat wel natuurlijk. Okay, gewoon te belangrijk om te passeren, toch? Ja. Als het, zeg maar, je weet wat er aan de hand was, hè, Thomas? Met Loris. Dronken opgepakt. De nacht van donderdag op vrijdag? Oh, ja, heb ik wel gehoord. Ja, ja. Ja, ja, dus ja, om ja, 's nachts, dus iets te veel alcohol. Maar wel gewoon spelen op Old Trafford, de nul houden en dan gewoon met 3-0 winnen, Sjoel. Ja, nou ja, die tweede helft, een beetje wat Man United in de rust tegen elkaar heeft gezegd, maar dit was ineens een heel ander team en Spurs ook. Dus ja. Kijk, dat, bij die goal was eigenlijk nog een keer. Dat natuurlijk wel gewoon uit een hoekschop, mazzel goed ingekopt. Maar ja, 2 minuten later was het 1-0 en is Man United, zoals wel vaker, niet wat je met je achter staat. Nee. Nu ze voor het EG heb gezien, was natuurlijk tijdens de transferperiode nogal van, gaat niks weg, komt niks bij. Heb je wel vertrouwen in een hogere notering dit seizoen, gewoon met dezelfde ploeg? Ja hoor, het wordt weer top 4 denk ik. En ja, maar Lucas is een beetje een nieuwe speler van Spurs, die is vorig seizoen al vanwege binnengekomen. En je hebt dan een tijdje nodig in het systeem van Pochettino om daar mee te kunnen doen. Dus dit is wel echt voor het eerst dat hij mee kan. Maar het is wel zo dat ik denk dat ze in de januari als kamp kon halen. Dan wordt ze dan gaat hij mee doen op de kampioenschap, weet ik. Dacht je heel even dat ze moest als je sokken hadden weten te slijten, of niet? ik was zo aan het hopen, jongen. Ik was heel blij dat ik met de had, maar helaas. Nee, dat mag niet. Nee, en zo is dat we hem zijde gaan zien op het middenveld. Paul van ons heeft. Ja, Davinson Sanchez, wissel. Moeten we daar nog iets achter zoeken? Voor dit seizoen of niet? Nou, hij speelt de wedstrijd wat minder. Een paar fouten gemaakt. En niet meer zo zeker als weet je ook, zoals bij Colombia, hè? Dat is echt goed uit. Meegenomen. En nou ja, ik denk dat op dit moment even goed koos werd voor. Ook 4 man achterin, hè? Ja. Dan speelt hij meer. Dus ja, dat wisselt hij wel. Maar is dat iets wat hij het hele seizoen wil gaan doen met 4 man achterin? Nee hoor, nee, dat ligt aan de tegenstand. Ik heb vorig jaar ook regelmatig afgewisseld. En dan was het vorig jaar was het Andrin die eruit moest. En ik weet niet of het met de actie te maken had. Maar daar is dat hij moet blijven. Dit seizoen is voor pak van Spurs moet spelen. We denken alle weer terug. Dankjewel. Stegen zijn rang worden. Oké, okay, dankjewel Sjoel. Voor mij is je internetbundel op Vlieland. Geniet nog even van de heerlijke overwinning van de Spurs. En MVV natuurlijk. Ja, MVV. En tot snel, jongen. Yes, tot snel, jongens. Yo, hoi. Waters. Ja, oh, dat had eigenlijk moeten vragen. Of Thomas wel eens bij zijn vader is langs geweest. Zijn vader is clubarts bij MVV. Oké, okay, wie is dat? Pie of Ber? Huinen. Huinen. Dat is de achternaam. Angstjoel nog? Huinen. Joe Heine. Hoe heet je pa? Per. Oké, okay, ja. Die mooi. Mocht je wel. Ja, ja, zeker. Die ander niet. Ja, allebei. Ja, mooi, mooi. Ja, mooi. Joe, dankjewel, jongen. Hoi. Ja. En eerste punten laten liggen van de andere ploeg uit Manchester. City, op bezoek bij Wolves. Ja, maar vind je niet dat we het heel even, nog heel even, over Mourinho hebben? Ja, want natuurlijk gaan we het al gewoon ophemelen van Spurs en die het in de tweede helft fantastisch doen. Maar het is toch niet fantastisch. Ik heb een beetje met hem te doen. Het is eigenlijk, misschien voor de meeste mensen de meest onsympathieke trainer die er rondloopt. Nee, dat is Fatih Terim. Nooit, gek. Maar dat ik had gisteren echt met die persconferentie dat hij zo eindigt met, je moet me respecteren, ik heb 3 titels. Drie. Het is al sneu, hè. Die andere 19. Ik vond het pijnlijk. Ja, ik vond het ook heel sneu. Ja. Respect, hè, respect. Als hij dat zelf gaat zeggen, is het gewoon klaar. Ja, 100%. Als je het zelf zo moet benoemen, toch? Ja, je zag alle journalisten ook lachen toen hij wegliep. Ja. Het was echt dat pijnlijk, is natuurlijk killing op het moment dat ze gaan lachen. Dat is natuurlijk ook wel maar dat heeft hij toch altijd zelf gecreëerd. Kijk, als het goed gaat, kan hij die journalisten uitlachen. Maar die wachten op een dag
dat het gaat komen, dat het een keer ronddraait. Ja, maar is dus hetzelfde met Van Gaal geweest, toch? Er al uit lag vandaag? Wat zeg je? Is er niemand die dacht dat hij er al uit lag vandaag? Nou, daar ging ik wel een beetje vanuit toen ik zo gisteren het zag en ook die persconferentie zag. Gezongen, dat dacht ik wel. Ja, het werd gezongen door, maar het werd gezongen door de Spurs publiek dan. Oké. Okay. Het is meer. Spreekhoor is dat, hè? You get sacked in the morning. Ja. Ja. Ik ben benieuwd wat die Amerikaanse eigenaren nu gaan doen. Of die general manager uit. Die zag je ook zitten zo op de bühne, hoofdschuddend. Nou, maar dat is het gekke, want zij zitten dus met z'n tweeën in de clinch. En eigenlijk heeft de club nu naar buiten gebracht van we gaan het zo verder doen. Alleen ik vond het vooral, denk ik, ook wel sneu om te zien dat, ja, het was misschien een tactische goede set. Maar blijkbaar is Mourinho op een punt beland dat hij met de duurste selectie ter wereld geen formatie kan maken die kan aanvallen. Hij kan alleen maar dichtbouwen zonder dat het achterin helemaal open ligt. Als je geld als water hebt, hoe kun je dan met deze vier spelers achterin spelen? Zeg maar, die is bizar, hè? Voor mijn gevoel staan die er al 4 jaar. Nou, die Phil Jones die kan er echt helemaal niks van. Ja, Smalling ook niet, toch? Ook niet. Die Shaw die kan ook alleen maar rennen. Valencia. Ik vind het echt bizar dat de club als Manchester United dit achterin heeft. En hebben ze die tussentijds die Lindelöf gehad. Benfica, toch? Ja, ik snap er helemaal niks van. Ja, maar dat hij wilde ook Toby Alderweireld wilde die heel graag hebben, toch? En die deed het goed ook gisteren. Ja, die speelde een lekkere wedstrijd. Ja, nou ja. Nou ja, David Sanchez zit op de bank bij Spurs. Die had bij United prima centraal achterin gekund. Ja, ja, maar ik heb toch het idee dat, want Lindelöf was echt een gigantisch talent. Stond ook heel goed te voetballen. Eigenlijk iedereen die er nu een beetje naartoe gaat, zelfs een Pogba, komen niet uit de verf. Nee, het ligt er heel wat anders dan dat die spelers niet goed zijn. Want ik ben 100% al die slechte wie je nu opnoemt, nou, zet ze maar Nistelmoel neer. Ik vind het niet erg, maar dan moet ze wel in hun eentje overkomen. Het is op dit moment, misschien ook wel, want misschien is het wel meer de club nog dan de trainers. Want bij de vorige trainers komen het ook al. Maar niet wat uit. Is dat dan binnen die club, denk jij? Dat kan toch nooit aan de sfeer liggen daar. Het is Manchester United, het is een geweldige sfeer. Zeker niet. Maar dan is het misschien de druk van Manchester United. Nou, naar Ferguson toch? Ja, precies. Ferguson is denk ik wel. Ik denk vooral dat het met Ferguson te maken heeft. En dat is misschien iets wat niet te vangen is in we moeten zo trainen of we moeten harder lopen. Ja. Maar dat hij, want ja, het is toch wel. Het is niet een beetje zoals Riemen van der Velde al. Ik wil het net zeggen. Een beetje erbij blijven hangen. Tuurlijk. Een beetje knipoog hier, knipoog hier daar. En altijd, ja, nou prima, Van Gaal, probeer het maar. Hé, jongen. Ja. Maar uiteindelijk is het lukt ze niet. Het lukt niemand. Nee, en nou, stel je zet Pep Guardiola bij United neer met deze selectie. Kan hij er dan wat mee? Is die selectie überhaupt genoeg om met welke trainer dan ook te deze verdediging niet, denk ik. Maar dat kon Guardiola bij City ook niet. Wat City uitgegeven heeft om het Pep Guardiola waardig te maken. Maar dat hij het beter zou doen als wat er nu gaan, is dat denk ik wel. Want deze jongens zijn, die zijn al het plezier. Er zit geen enkel precies, maar dat komt dan puur omdat de sfeer verandert, zeg maar. Ja. Van oké, Guardiola komt binnen, nu gaan we leuk voetballen. En wat is er met die Martial gebeurd, Jordi? Ja, die heeft een grote mond gegeven. Ja. En die mocht weg. Ja. En dan, ja, maar dat vind ik nog, kijk, als hier Drost na 2 wedstrijden zegt, god, die Martial die is voor een recordbedrag gekomen. Ja. En die is maar de speelbal van Mourinho, dan op de tribune, dan op de bank, dan een keer in de basis. Ja, die is het volgens mij redelijk zat. En volgens mij, als iemand bereid is wat op te hoesten, mag het aankoopbedrag weer. 80 miljoen moeten ze weer betalen, of niet? Wat ze voor hem Milan is er mee bezig geweest op het slot van de transferperiode. Tenminste, de Italiaanse en Engelse markt. Ja, Milan die kan niet even 80 miljoen inleggen. Dus dat was duur met optie. Ja. En ze zijn er wel serieus mee bezig geweest. Alleen op dat moment was het bericht dat hij mocht niet weg. Toen nog niet. Nee. Toen nog niet. Dus er heeft Milan een andere keuze gemaakt. Toen zijn ze voor die Castillejo gegaan. Ja. Alleen, het schijnt wel dat ze er mee bezig zijn geweest. En dat hij dan wel komende winter weg mag. Maar ja, misschien. Uitgaande transfers mag nog, toch? Ja, je mag alleen niet. Zeker. Ja. Maar ja, dan zou hij nu alleen nog naar wie kunnen hem betalen? Van Nederland. 80 miljoen. Ja. Emme zoekt doelpunten. Monedam, hij gaat dadelijk appen naar Kees. Hey, Kees, weet je wie goed is? Speelt in ik heb Engeland. Nog een tip voor je. Hey, maar mag hij niet worden vuurd? Nog gaan we naar Frankrijk? Frankrijk is nog open, 31ste toch? Ja, toch? Ja. Dus nou ja, misschien terug naar Monaco. Ja. Maar wel, wat dat wilde ik eerst zeggen, Wolves City. Wolves City. Ja, weet je wat wel. Ik dan heb als zo'n wedstrijd hè? Dan, het klinkt heel stom, dat je dan nog geen VAR hebt daar. Er waren dus echt wel een paar momenten. En jij bent anti-VAR, toch? Ik ben geen fan van de VAR. Nee. Anti-VAR. Maar als je een heel seizoen Serie A met de VAR hebt meegemaakt, dan ben je wel genezen, hoor. Ja. Ja. Dus ze hebben hem wel gehad in de Premier League, toch, de VAR? Ze zijn er toch een beetje op doellijntechnologie, ze hebben één bekerpotje. Vorig seizoen één potje, met toch? Spurs. Ja. En dat was een winterwedstrijd, allemaal sneeuw en allemaal gedoe. Nee, en ze hebben, hoe heet het, de VAR hebben ze ook bij de Charity Shield gehad, toch?
Want daar ging dat filmpje van. Ja, die allereerste wedstrijd, die testwedstrijd, ja, was toen met die kromme lijnen. Ja, dat liep helemaal uit de klauwen. Ja. En toen, ja, sindsdien denken ze van, dan zoek ik lekker uit met je VAR. Nee, maar ja, ik hoor de commentator 4 keer toe zeggen dat hij het doelpunt van de Wolves hands vindt. Ik vind dat het ging mij meer over het penalty momenten met David Silva. Ja, ja, zeker. Nee, maar 100% pingel, cent wordt weggewoven. Ik vind het eigenlijk wel prima. Als je zo'n wedstrijd zit te kijken, want ik ben ook natuurlijk... het klinkt zo een beetje, ik kijk al die wedstrijden van de Serie A. En dan komt ook nog eens de Bundesliga bovenop. En tegenwoordig in Turkije ook de VAR. En gewoon een wedstrijd. Jouw kijktijd is verdrievoudigd. Ja, maar het is echt zo. Het hele weekend is naar de kloot. Charlie, we gaan zo uit eten. Nee, we gaan echt zo uit eten. Allemaal door die VAR. Het is gewoon, je gaat nog wel samenwonen, toch? Zit, ja, zeker. Ja. Het is echt heerlijk. Omdat het gewoon zo'n Engelse wedstrijd waar ze allebei een beetje willen met tempo. Ja. En dan maken we ons op internet wel druk over dat het misschien hands was of misschien een penalty was. Wat vind jij van de VAR? Jullie hebben het nog niet in de keukenkampioen-divisie? Nee, ja, ik heb het dan een beetje met het WK heb ik zitten kijken. Maar ja, ik weet niet, je moet toch op het moment van de impact, hè. En vaak met de VAR, dan zie je dat iemand aangeraakt wordt. Maar is de impact zodanig dat hij daardoor op die manier valt? Ja. Ja, ik weet het niet. Ik vind doellijn technologie eigenlijk genoeg. Hè? En dan, qua VAR... Ja, ik ben er nog geen fan van, maar misschien komt dat nog. Maar... Nee, maar wel groot voorstander wat Thomas zegt. Dat je wel zeg maar het camerastandpunt draait, zodat de scheidsrechter het goed kan zien. Ja. Maar dat je zo'n impact op ware snelheid afspeelt. Dus niet op slow motion. Nee, precies. Want je hebt dit weekend, waar we het zo eens willen hebben, in Duitsland ook een voorbeeld daarvan. Rode kaart van bij Wolfsburg. Schalke, toch? Wolfsburg, Schalke. Ja. Ik denk, ja... Er is echt niet zoveel aan de hand. En dat zie je, maar ja, in de vertraging zie je hem zo heel langzaam. Nee, precies, en in slow motion. Ja, en dan is het altijd geen been in twee en dan is het altijd een penalty. Dus ja, inderdaad. Ja, maar dat moet je het zien. Van Overheem toch eigenlijk hetzelfde? Nee. Dat was al rood. Nee, maar ik bedoel, als je dat op normale snelle... Ja, kijk, hij deed dat niet expres, maar dat was al rode kaart. Hij heeft Jordi niet teruggebeld, dus Jordi zou maken. Ja, maar dan vind ik het wel goed, gewoon met rode kaarten, penalties... vind ik het echt wel een toegevoegde waarde. Uiteindelijk wordt het spel echt wel eerlijker daardoor. Maar dat slow motion, en ja, ik weet niet. Dat, kijk, als je hem dan raakt heel zachtjes en dat voetje dat buigt, dan lijkt het op de VAR van zo, moet je kijken, man. Nou, hoe langer je kijkt en hoe vaker je kijkt, hoe erger het wordt. Ja. Ik ben wel voor een eerlijkere wedstrijd. Dus ik ben... Nee, zeker. Nee. Ja. Nee, kijk, ik ben ook, iedereen is in principe voor eerlijkheid. En niemand wil dat de wedstrijd oneerlijk wordt beslist. Ja. Zijn mensen die zeggen, ja, dat is ook de charme van het spel. Ja, maar dat krijg je nu ook in één keer. Weet je? Ze liepen eerst allemaal te zeuren van, we hebben technologie nodig. En ze lopen nu allemaal te zeuren, nu we het hebben. Van, ja, het is nog steeds niet, weet je. Ja, weet je, het ja, ik denk dat we erbij moeten bij neer moeten leggen wat Sander net zegt in Italië. Dat zal in Nederland ook wel dit jaar een paar keer. Het zal een keer fout gaan, hè? En verkeerde beslissingen, dat soort dingen. Ja, maar je moet deze stap zetten om uiteindelijk tot iets te komen. Zeker. En het is in dat opzicht voor iedereen ook wennen natuurlijk. Alleen, je hebt in Italië echt wedstrijden gehad, lag gewoon 6 keer stil. En dan, kijk, dat kan niet de bedoeling zijn van een voetbalwedstrijd. Ja, als je een samenvatting van een wedstrijd zit te kijken... en dat zijn eigenlijk aaneengeplakte VAR-momenten. Ja, zo is voetbal natuurlijk nooit bedoeld. Nou, en ik vind dat ook echt slecht, omdat je zeg maar, nu de stap hebt gemaakt... dat je open staat voor vernieuwing, dus het is bespreekbaar. Dus dan moet je ook, want dat heb ik vorig jaar... zowel in Duitsland als in Italië echt vaak gedaan... van prima, weet je, we lassen even een pauze in van een aantal weken. We gaan even terug naar de rekenkamer, even kijken hoe we dit gaan toepassen. Want dit werkt niet. En nu gaan ze eigenlijk beide op dezelfde voet weer door. Terwijl je gewoon nu, nou ja, misschien is een pauze in een seizoen inlast dat moeilijk. Maar als dat je dan lijkt me vrij lastig. Ja. Nee, de VAR is er nooit geweest. Dus als je hem even weer weghaalt. Nee, maar ik denk... geen club specifiek er last van heeft. Maar nu heb je een hele zomer gehad. En nu pakt het eigenlijk meteen in de eerste weken weer zo slecht uit in de praktijk. Ja, maar pakt het slecht uit. Ja, het is niet opgeschoten. Ik hoor hier Henk de Jong praten. Ja, ik denk dat er ook twee verschillende dingen zijn. Pakt het goed uit in die zin. De beslissingen worden er misschien iets beter van. Maar wordt het leuker voor de tv-kijker en voor de voetballers zelf? Ja, daar kun je een beetje je vraag tegen. Maar daar moet er wel afspraken gemaakt over worden. Wat dan? Denk ik. Ja, dat is toch wat jaren. We nou precies gaan doen met die VAR. Daar moet het duidelijk zijn. Dat denk ik ook. Ik denk alleen momenten... ook gewoon wel goed te doen om die beslissing toe te lichten. Ja. In stadions. Dat is toch wat ze bij de NFL doen? En dat als ze na het moment dat ze beoordeeld hebben... dat ze dan naar het stadion kenbaar maken van dit hebben we besloten. Sommige clubs die hebben dan weer niet een goed scherm ervoor en zo schijnt. Dus dat kan dan geef ook ADO toch ook een knap scherm? Wij hebben een geweldig scherm bij ADO. Wij kennen dat zou wel helpen. En er is nog iets en dat is absoluut geen plausibel argument. Alleen, voor mij was het zondag bij Valladolid Barcelona... dat zij in de laatste minuut de gelijkmaker maken. Ja.
En het hele stadion ontploft, echt fantastisch. Nou ja, tenminste, daar doe ik het, als ik naar een voetbalstadion ga, daar doe ik het voor. Ja. En het hele stadion, shirts uit, alles erop en eraan. En een VAR goal afgekeurd. Ja, dat vind ik echt het ergste. Ja, maar dan was het wel terecht afgekeurd, toch? Ja, ik weet niet, was zondag terecht? Ja, ik zie het niet. Ik zie het niet. Er zijn twee kampen. De mensen die het wel zien. Er is een foto en die jongen die hem binnentikt, zijn voet staat in mijn opzicht tegen die lijn aan, ja, wie de computer trekt. En sommigen zeggen dat hij hem aanraakt. Dus ja, in ieder geval. En verleden jaar. Je kan beter niet aan jullie vragen. Als hij andersom was gevallen, dat het net andersom was geïnterpreteerd. Maar eigenlijk gek dat je dus, je hebt een extra hulpmiddel om het zo precies mogelijk te bekijken. En zelfs dan, ja, is het dus het nog open discussie. Maar dat blijft toch interpretatie van degene die er maar dat kan toch niet met een buitenspellijn? Kijk, maar ja. Kijk, een overtreding kan je over twisten. Ja, soms snap ik ook niet waarom ze zulke fouten maken. Dus denk je ook van, er zit een half tam te fluiten of in zo'n studiootje. Ja, natuurlijk. Hey, maar Valladolid, overgenomen door Ronaldo. Valladolid, hè? Valladolid. De oude Ronaldo heeft die club gekocht, las ik vanmiddag. Nog niet, toch? Er is sprake van. Ik ben bezig. Is hij weer, weer helemaal bij? Ja, die was weer. Die lag kantje bord toch een paar weken geleden. De echte Ronaldo. Dat is voor mij nog steeds wel de echte Ronaldo, hè? R9. Hij was inderdaad bezig met een overname, dat hij dan misschien een nieuwe voorzitter gaat worden van Valladolid. Prima. Maar je moet niet gaan krijgen dat je op een gegeven moment moet twijfelen of je wel kan juichen. Dat is toch het ergste wat er is? Natuurlijk. Maar weet je, verleden jaar, volgens mij was het in Duitsland, dat het staat zo in de kleedkamer. Ja, toen mocht iedereen terugkomen. Ja, jongens, dat kan echt niet. Ja, maar als het jouw club is, dan ben je blij. Stel dat ADO daardoor de play-offs haalt. ADO daardoor de play-offs haalt, dan loop ik een week naar Polonaise. Zet jij dan ergens neer? Nou, misschien. Hoe zit het in Turkije? Hoe werd dat daar gekeken? Ik ken één Turk, die is vrij emotioneel. Mm-hmm. Hoe gaat hij dan met, dank je Lars, hoe gaat hij dan met de VAR om? Tot nu toe valt het wel mee. Ik denk het meest duidelijke voorbeeld is dat spelers nu echt veel naar de trainer, naar de scheidsrechter gaan van, kijk op dat scherm. Ja. Ja. Dat is wat je wel echt tot nu toe heel veel ziet. Gisteren bij Galatasaray vond ik het heel raar dat hij hem heel laat toepaste. Hij gaf een penalty, vond hij zelf. En Belhander legt de bal al neer en die is halverwege zijn aanloop. Toen fluit hij hem af, zeg maar, terug. En toen is hij zelf gaan kijken en dan vond hij het heel moeilijk om te beslissen. Heeft hij uiteindelijk niet gegeven. Was ook wel vrij makkelijk omdat de tussenstand 4 of 5-0 was op dat moment. Voor de rest alleen bij Bursa dit weekend denk ik veel commotie. Ik vond die lastig te interpreteren speler. Heeft zijn armen strak langs zijn, maar staat op de doellijn. En in zijn val schieten ze hem, zeg maar, hier ertussen. En dat was maar op, echt, ik had verwacht, wat jij ook zegt, de emotionele competitie, dat het veel slechter zou uitpakken tot nu toe. Is er niet zo heel veel denderons qua VAR. Oké, heel goed. Ja, en ik denk dat in Italië is natuurlijk ook altijd vrij emotioneel. Dus dat het daar wat lastiger misschien gaat dan bijvoorbeeld in Nederland, waar we iets nuchterder zijn. Ja, maar op zich zou je zeggen, in Duitsland is het ook over het algemeen ook allemaal wel goed georganiseerd. Ja, goed geregeld. Dit is misschien nog wel het slechtste van alle VAR-landen. Daar zag ik ook krantenkoppen weer langskomen. De VAR-chaos en weet ik veel wat. Ja, maar dat schijnt al jarenlang hele grote discussie te zijn. Jij kijkt alleen naar die krantenkoppen, zeker? Wat zeg je? Jij kijkt alleen naar die krantenkoppen. Wil je dat ik de rest ook lees? Nee, er zijn ook krantenkoppen dat ze daar wel blij mee zijn, hoor, met de VAR. Maar het is toch gewoon gek, want eerst wordt er altijd gezegd, hij moet beslissen in een split second. En nou heeft hij dus de tijd langer en dan gaan we met z'n allen zitten zeiken. Ja, ik weet het niet, hoor. Weet je, de VAR... Maar nu beslissen ze niet. Dat vind ik het hele vervelende. In die end wordt het eerlijker. Maar er moeten duidelijke afspraken overkomen waar gaat de VAR nu over? Ja, maar wanneer zegt hij wat? Want volgens mij praat hij nu best wel veel tegen de scheids. Wie? Ja, maar wat dat betreft had Henk de Jong ook wel gelijk. Want die zegt gewoon, scheidsrechters wachten nu af. Weet je wel, met het idee van, oh, de VAR is er nog. Dus als ik een foutje maak... Henk de Jong... Precies. Normaal doen. Hij heeft zijn twee favoriete woorden alweer uitgesproken. Ik ben daar ook wel een beetje klaar mee. Want is Henk de Jong, zo'n acteur, Henk de Jong. Die weet precies wat hij doet voor de camera. Godverdomme. Nee, ik ben er een beetje moe van dit weekend. Hoe laten we via Skype, Niel? Ja. Zeg je? Hoe laten we Henk via Skype? Ja. Henk de Jong. Henk, normaal doen, Henk. Nee, maar dan word je toch moe van die man. Henk wilde niet... We hebben één vriend van de show die heel goed is. Oh, daar staat hij. Ja, Thomas, pak eens een microfoontje. Ja, jij hebt dagelijks contact met Henk de Jong. Kom maar. Ja. Jij hebt Henk net gesproken? Wanneer? Net? Jazeker. Heb je Henk de Jong gesproken? Ik heb net even gebeld. Joop zegt ik heb net gezegd dat jij hier zit. Ja, maar hij was niet te spreken. Henk de Jong, nee, dat begrijp Joop, ik. Maar ik ook niet over hem. Want hij... Jij hoeft niet uit naar de Graafschap, hoor. Nee, zeker niet. Maar begint die man weer over normaal doen. Het is één grote act bij die vent. En
weet je, spelers die prikken daar ook doorheen, weet je. Dat hebben we ook natuurlijk wel eens gehoord van sommige mensen. Die, weet je, Henk de Jong moet er een keer voor normaal gaan doen. Maar dat vindt hij stiekem ook een beetje van jou, zei hij. Dat vindt hij ook een beetje van jou, zei hij. Ik denk dat Henk de Jong mij niet kent, ik denk dat hij ook niet eruit met je buiten. Ik denk dat Henk de Jong niet naar TV West loopt te kijken. Nee, maar het is meer dat ik wel snap, want dat is dan weer zo'n standaard riedeltje. En ik wil FC Groningen niet tekort doen, het is een verdiende overwinning. Maar we moeten wel normaal gaan doen. En dan denk ik, ja, normaal doen. Eerst vind ik het altijd belangrijk als trainer, kijk naar wat je zelf op de mat hebt gelegd als, met je eigen ploeg. Nou, ik heb spelers van de Graafschap gesproken, die zeiden, het was echt belachelijk wat we hebben gedaan. We hebben de laatste 10 minuten geprobeerd iets ervan te maken. We moeten zelf echt ontschamen hoe wij gespeeld hebben. En dan zie ik een trainer afloop alleen maar afgeven over dat de scheidsrechters normaal moeten doen. Nee, je moet ervoor zorgen dat je team ten eerste goed functioneert. Goed voor de dag komt. En als ze dat hebben gedaan en ze hebben goed gevoetbald en ze verliezen door een dwaling, dan kan je zeggen, nou, wij hebben vandaag alles goed gedaan. Ja, maar uiteindelijk fout gemaakt, ja. Dat mag je ook best wel zeggen. Weet je? Ja. Als er fout is gemaakt, dan mag je dat gewoon zeggen. Maar ik vind het altijd zo makkelijk. Ja, en Henk de Jong. We hebben vorige week over jouw trainer gehad, hè? Maar van Henk de Jong weet je al precies wat. Omdat hij een beetje liep te zeiken. Nee, natuurlijk. Alfons Groenendijk zegt altijd deze, Fons. Die zegt altijd: we gaan het niet over de scheidsrecht hebben, maar. Ik wil het niet over de scheids hebben, maar. Ja, die was niet tegen te houden. Nee, maar ze hebben er allemaal een handje van, natuurlijk. Bijna allemaal. Ja, maar hoort dat niet ook een beetje bij de Graafschap? Wat? Dat je altijd zijn, maar ik bedoel, Henk de Jong als amicale trainer, dat past wel een beetje bij het imago van die club. Ja, maar het is een gezellig clubje. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Beter alleen dan Peter Bos toen hij daar zat. Dat zeker. Nee, ze houden wel van. Weet je waar ik ook een beetje moeite mee had? Henk de Jong, die wordt altijd opgehemeld toch in de media. Leuke vent. Maar hij komt gewoon toevallig heel goed over op beeld. Moet je geluk mee hebben. Jean-Paul de Jong. Die was pas authentiek, hè, voor de camera vandaag. Want die begint de zin. Die weet niet waar die gaat eindigen. Weet je, dat is authentiek. Hij was echt. Alleen, hij komt niet zo goed over op beeld. En hij kan geen zinnen maken. Weet je, ja, dat kan hij niet. Vuurt toch wel mee? Maar hij was wel echt. Henk de Jong is gewoon voor 90% een stuk echt. Ja, maar ja. Ja. En we liepen hem allemaal belachelijk te maken. Tenminste, de media liep hem belachelijk te maken. Jean-Paul de Jong. Hoor jij ook bij Joop? Daar hoor ik zeker niet bij. Weet je, dus daarom vond ik ook, vond ik een beetje gaan verringen zo. Weet je, die man wordt belachelijk gemaakt en Henk de Jong is zo'n topvent. Ja, het is maar net hoe je voor de camera overkomt. Dat ben ik met change. Ja. Mooi tegengeluid. Hiervan akte. Coalitie. Ja. Nou ja, het tegeltje hangt hier nog niet. Van de akte. Het tegeltje hangt hier nog niet. Nee, maar die gaat er wel komen. Ja, het is meer dat ik dan, bij Jean-Paul de Jong dacht, ja. Hij probeert het allemaal zo moeilijk te zeggen. Ja, oké, maar het is ook wel echt heel moeilijk als je daarover nadenkt om te zeggen tegen die camera die draait van, wacht even, ik ben het even kwijt, ik ga het even. Nee, wat zei je ook alweer? Hij bleef maar doorgaan, dus daarom werd het steeds een onsamenhangende verhaal. Zou het uiteindelijk geen cliché zin zijn geworden? Nee, maar heb jij dat hele langer dan? Wat? Nou, dat als jij iemand jou een vraag stelt dat je. Zeker. Maar dan heb je wat op. Nee. Maar ik bedoel, als jij nuchter bent en iemand vraagt jou wat, dan kan jij toch gewoon antwoord geven? Mijn eerste twee uitzendingen hier ooit in de kelder nog. Eentje is geknipt en die andere is volgens mij met het doorgespoeld. Maar twee keer kwam ik er niet uit, hoor. Ja, maar ik kan ook af en toe brabbelen dat ik bij mijn eigen denk, waar wil ik nou eigenlijk heen, joh? Weet je, waar ben ik nou mee begonnen? Dat heb ik ook af en toe. Dus ik kan me wel een beetje inleven in die vent. Maar hij had moeten zeggen van, weet je wat, we gaan hem even opnieuw doen. Ja. Nou ja, ik op dat moment niet. Nee, hoe gaat dat bij jou in de? Niet op deze manier, maar ja, tuurlijk, soms dan start je hem zin en dan denk je van, nou ja, even kijken waar ik heen ga. Weet je? Dan zit je, ja. Dat is omdat je sommige dingen niet kan zeggen, jij toch? Dat is het. Nou ja, tuurlijk, dat heb je ook. Misschien wilde hij wel iets zeggen en dan dacht hij daarna van, oh nee, dat kan niet. Dus ja, en dan kom je een beetje in de. Het is ook allemaal net na wedstrijden, die gesprekken. Is dat volle bakken met adrenaline sta je daar. Weet je? Ja. Weet je, ik ga dan maar eens goed uit je woorden komen. Maar was dat een live interview of niet? Het was na afloop bij de NOS, want het wordt dan niet live uitgezonden, maar wordt. Nee, want anders kan het gewoon opnieuw doen. Maar had die journalist moeten zeggen, we doen het overnieuw? Ja. Tuurlijk niet. Die dacht, kijk, dat is ook wel, die journalist, die stond gewoon zo. Maar dat vind ik dus ook wel af en toe eng. Zo'n journalist kan ook zeggen van, dit is eigenlijk, je komt niet zo lekker uit je woorden. Ik vind dat heerlijk. Want een journalist denkt, ik heb een leuk stukje. Ik ga hiermee scoren. Een interview gezien van een journalist. Niemand die hier in de kelder zit kan opnoemen wie het was. Met John van Schip. Nou, heb je een leuk stukje. Ja, dat is wel. Bij hem op de redactie denken ze van, hey, je hebt een leuk stukje gemaakt. Ja, die komt maandag op de redactie. Vorig jaar ga je naar Thomas Verheid. Jij interviewt een Thomas Verheid. Die begint aan de zin en die eindigt ergens in Italië met zijn antwoord. Nee. Dan zeg jij tegen Thomas, zullen we hem even opnieuw doen?
Nee, ja, ook misschien niet, weet je. Maar ik weet het niet. Het is wel een beetje... Oh. Want die journalist die weet op dat moment... heel Nederland gaat meneer De Jong uitlachen. Ja. En hij is al weggepromoveerd, weet je. Hij zit al niet zo lekker. Volgens hemzelf niet, hè? Nee, volgens hemzelf niet. Maar we weten allemaal dat het anders zit. Dus het is al een beetje wankel. Ja. En dan doet hij ook nog eens dit. Nou, daar heb je alle lachers op je handen natuurlijk. Nou, ja. Maar Thomas, wat is nou het meest rare moment... of de rare vraag die jij ooit meegemaakt hebt na zo'n wedstrijd? Deze. Deze rare moment. Ja, we zijn nu niet na een wedstrijd, hè? Nee, geen idee, man. Nee, Stelt er iemand wel eens een, zeg maar een andere vraag? Nee, het is eigenlijk altijd hetzelfde. Toch? Ja, bijna is het altijd hetzelfde. En dan vind je dat gewonnen? Niet irritant? Nee, ja, is een beetje normaal. Hè. Als je terug in de kleedkamer komt, dan komt de teammanager van... joh, je moet even naar Fox of wat dan ook. En dan weet je alweer van, nou dit en dit ga ik zeggen. En... Ja. Ja. Ja, maar ik heb het natuurlijk met Thomas gehad dat hij in de play-offs bij Roda. Toen vroeg ik ook van, kan ik je even spreken? Toen zei je, nee jongen, een beetje emotie. En toen zei ik gewoon, ja nee, snap ik. Klopt, ja, dat weet ik nog wel. Weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog wel. Wat had ik dan moeten doen? Had ik moeten zeggen, nee, luister, ik ga naar de persje, want ik moet jou spreken. Ja, nee, dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja, lekker weer flyen. We hebben afkikken leuker gevonden, maar geen niet. Ja. Nou ja, weet ik niet. Ik zie die ontwinkelen in zijn oogjes. Wat shit had je moeten doen. Nee, maar soms heb je er geen zin in ook. En dan zeg je gewoon van, joh, vandaag niet. Of, ja. Ja, ik snap, zou er ook de tak in hebben. Dus ik snap wel dat je dan even niet... Maar goed, dan had ik misschien volgens jullie dan dat wel moeten doen. Maar ik koos ervoor om het niet te doen, bijvoorbeeld. Top man, dankjewel. Ben je wel eens op je vingers getikt voor dingen die je hebt gezegd? Nee, eigenlijk niet. Nee, maar ik zeg nooit rare dingen. Ik hou het gewoon normaal. Want ik, bijvoorbeeld een van jouw beste vrienden van mij, Beugelsdijk, die werd dus een beetje uit de media gehouden omdat hij een keer dat rustig riep. En dat vonden ze allemaal te heftig. Terwijl ik dacht, ja, het is gewoon iemand die gewoon iets zegt. Gewoon vanuit emotie, wat heel leuk is. Is ook niet nadelig voor de club. Nee, maar volgens mij voelt Tommy dat ook zelf niet meer leuk. Want overal waar hij kwam, werd hij nageroepen zo met rustig. Zelf werd hij er helemaal gek van. Want Tommy Beugels is gewoon een profvoetballer. Hij is geen... Maar dan moet je hem toch juist niet uit de media halen? Nee, moet je hem toch gewoon zijn verhaal maar dat heeft hij ook toen gezegd. En daarna heeft hij gewoon eventjes zelf een pauze even ingelast. Ja. En dat duurde ook allemaal niet zo heel lang. Dat komt gewoon omdat er gewoon heel weinig mensen zichzelf durven te zijn of leuk proberen te zijn. En daardoor zegt hij dat. En dan is het in Nederland. Ja, er is helemaal niemand anders die een keer uit de slof schiet. Dus moet je alle programma's, alle filmpjes op internet, alles is rustig. Ja. Ja, tot het vervelend wordt. Dat wordt dan heel gauw, heel snel vervelend. Maar dat komt omdat voor de rest niemand het doet. Ja, ik krijg het ook nog steeds. Hè. Als ik in stadions kom, rustig. En gaan ze naar mij roepen. Ja, zoals jij krijgt dan. Ja, naar mij ook. Ja, ongelooflijk maar. Wat zeg jij dan? Nou ja, niks. Hè. Ja, was ik niet. Op Sjati. Op Sjati. Ja, tuurlijk. Ja, maar dat, ja, nee, je hebt wel gelijk eigenlijk. Dus weet je waar je niet gelijk in had? Oh, de Toto. Jeetje, wat weer scherp vandaag, man. Natuurlijk. Goed, dat vinden jullie wel mooi. Laten we even kijken naar de Koning Toto van afgelopen vrijdag. Ja, Oostende tegen Zulte Waregem. Ja, Oostende, zoals jullie misschien weten... Kom jij graag aan het strand. Wie komt er uit Oostende? Marleen. Jinti Kanepeel. Dus... Waarom heb je die wedstrijd uitgekozen voor? Ja, daar ben ik ook echt benieuwd naar. Waarom heb je die foto uitgekozen? Yeah. Godverdomme, gaat het weer over die foto. Dit was in Groesbeek. Ah, Barry mocht willen dat je nog zoveel haar had. Pop even. Nou, geloof me, dan ben ik. Welke wedstrijd had je uitgekozen? Ik heb Oostende voor Lars uitgekozen. Ja, waarom? Omdat ik weet dat Lars graag uitwaait op het strand. Oostende is een strand. Die hebben heel lang die plat Amsterdamse trainer gehad, Dennis Verwijk. Ja. En daarom dacht ik, jij hebt hier wat over te vertellen. Wat is je voorspelling? Oostende. Quote technisch de beste keuze. En Getafe tegen Eibar? Getafe. Je weet waarom ik voor Getafe heb gekozen, hè? Nou? Voor stadje Madrid. Je hebt een behoorlijke hekel aan Barça. Ik denk, dit wordt wel een eentje voor jou op je totenformulier. Hij doet het de konijn aan nu. Nee, ik ga voor Eibar. Dat moet ik doen. Want ik wil graag volgende week bovenaan aan de ranglijst staan. Zeggen we geld nodig? Maar je hebt een quote nu van 12, hè? Ja, daarom. Ik wil afstand nemen meteen. Maar ik was heel benieuwd. We beginnen bij ADO, Fortuna Sittard 100%. Ja, anders hebben we nooit meer die voorzitter hier in de Fortuna Sittard gaat die winnen en de crisis gaat echt toeslaan in Den Haag. Ja, oké. Misschien wil Groenendijk ontslagen aankomende week. Zo, wow. Nee. Dit gaan we even rechtzetten. Want jij bent hier begonnen met een pleit. Oh ja, die binnenbrandjes naar zo vroeg in het seizoen. Doe nou rustig in Nederland. En jij roept nu, als ze verliezen, Groenendijk uit. Nee, maar ik bedoel ik meer dat...
door die binnenbrandjes gaat dat het gevolg zijn van... Ik train die Groenendijk, moet je tot het eind van het seizoen laten zitten. Heeft het fantastisch gedaan. Okay, sinds hij daar zit. Maar ondanks dus dat hij nooit Fortuna wint of een gelijkspel? Hey. Fortuna wint. En? Lekker. Oostende, Zulte Waregem. Ja. Weet je wie er uit Oostende 2-2. Fajk en Sivkovic scoren. Dan ben ik heel benieuwd wat voor wedstrijd jullie voor mij. Almere City tegen Roda. Ja. Goeie. Tim zit te kijken in de kleedkamer. Wat denk je? Maaskant heeft het gewoon opgezet hoor, voor die hele selectie. Ik denk dat een eentje is, Almere City. Ja? Oeh. Ze missen natuurlijk wel een linksback. Rood gepakt. Art van Peppe heeft geen club. Ja, 1 plus 1. Hangt Art nog? Hoe snel rijden vanuit Maastricht naar Almere? Bus mee. Nee, eentje en die tweede wordt een gelijkspelletje. Nou, dat was ik eigenlijk bij die tweede. Ja, we staan nog wel bovenaan, Jordi. 24-50? Ja, we hebben een tientje ingezet. Oh, zo. Ja, natuurlijk. Ja, nee, prima. Ja, de rest bakte er niet zoveel van. Je had er niet alles goed. Nee, er is toch niks bijgekomen? Die stond er al, er zit een kommetje opgeschoven. Jeetje, Lars. Ja, sorry. Nou, je mag vandaag weer je best doen. Je moet even een wedstrijdje voor Jordi en voor mij voorspellen. Ja. Jordi, jij voor Lars en voor mij. En die even doorappen naar Broes. Ja, ik zal het even appen. Gaan we het nu over de mooiste competitie hebben? Van, zeker. Is dat nog steeds, nu die naam veranderd is? Tuurlijk, man. Alleen nog maar mooier. Ja? Toch? Mooiste competitie? Ja, zo even wennen, maar... het viel me op dat jij gewoon midden in een verhaal aan het begin van de uitzending gewoon keukenkampioen zat. Ja. Keurig. Ik heb het geoefend, man. Zei net nog, de Jup zei ik nog net. En we mogen even klappen voor Lars. Wat is er gebeurd? Lars heeft de Twitter-account veranderd. Wat dan? Hey! Wat dan? Klasse Lars. Ja. Eerste divisie. Ja, het eerste divisie. Gefeliciteerd Lars, heb je het toch voor elkaar gekregen? Eerste laagstreepje divisie. Ja. Waarom heeft dat 7 weken geduurd? Ja, weet ik veel, man. Dan zie je me elke keer lastig te vallen met die vragen. Dat weet ik toch niet, jongen. Oké. Okay. Maar wat voor weekend was het? Laat het dan zo insteken, Lars. Ja, heerlijk weekend. Ja? Ja, het was... ik heb wel genoten. NEC gisteren heb ik van genoten. Maar ik vond het eigenlijk zuur. Het meest zure vond ik eigenlijk misschien wel het gelijke spel van Twente tegen Helmond. Want? Nou, Helmond stond 2-1 voor. En toen ging de keeper Van Gassel... behoorlijk in de fout. Opgehemeld door Thomas. Ja, van de week. Thomas. Ik jouw protégé hoor. Voor het eerst in mijn leven zie ik Van Gassel. Ja, zeker. Doet hij dat? Ja, het kan gebeuren. Dat er een beetje naast. Ja, was wel zielig uiteindelijk voor hem. Maar ik moet zeggen, ik heb opgefokt sfeertje in die wedstrijd. Zo. Eind had ook rode kaart op de bank van Twente. Klopt. Nee, ik heb genoten. Vooral van die Ricardinho. Ja. Of weet hij nou? Ja, Ricardinho. Die gast is dus in de 30, een Braziliaan. Die ging de hele tijd langs de zijkant, er op doel schieten, weet ik veel. Ik heb wel genoten. Toen keek ik in de VI naar de cijfers, een 4. Toen dacht ik, nou, vond ik apart. Wie heb je gebeld bij VI daarvoor? Ja, nog niemand, maar dat komt nog wel. Wie doet dat? Chris Tempelman, denk ik, hè? Chris Tempelman, denk ik. Ja, maar ik snap er niks van. Maar nee, dat was wel... En voor de rest, ja, ik heb genoten van Go Ahead, van Baks. Die de Google spits. Hè, dat is natuurlijk zijn bijnaam. Maar dat vooral bij die goal van de Venne. Lekker steekpaasje. Ja, gewoon blind. Vind ik. Daar heb ik van genoten. Maar is dat niet meer als buitenspeler? Nee. Middenvelder. Hij staat achter mij. Okay. Maar vroeger had je gelijk. Was dat spits, hè? De Google spits. Ja. Toen was je volgens mij ook een buitenspeler toen bij Hoek. Maar maakt niet uit. Maar daar heb ik van genoten. No-look paasje op van de Venne. Ja, ik denk dat heel veel spelers die zouden hem schieten. Ik legde hem precies rondje 16. Ja. Maar hij had het overzicht, ja. Dat deed hij goed. Ja, en Van der Venne weer gescoord. Ja, laten we even kijken naar die goal van Van der Venne. Ja, kan je het even zien, de bal. Jouw vriend, vorig jaar nog actief zeker, in Os. Zeker. Ja, wat zien we hier, Lars? Moet je wel een beetje commentaar geven, Pik. Ja, want, ik had niet verwacht dat ze van nou al zouden instarten. Want je wil je nog even voorbereiden. Kijk, hier. Dit is natuurlijk wel... Kijk, nee, deze bal. Ja, dat vind ik een keurige bal. Die heb ik nog nooit gezien. Hoe die hem afmaakt ook, hoor. Dat is niet normaal, hoor. Natuurlijk. Dat is een paasje van Verheid, hè? Onderschat dat niet. Nee, hè? Zeker niet. Dat moet je ook zien, hè? Ik vind, wat ik leuk vind, kijk, jij zei het net over Thomas, dat hij een speler is die bij Go Ahead past. Nou, dat vind ik van der Venne dus ook. Vond hij zelf ook. En tweede wedstrijd op Brian Goaltje. Ja, nee, en hij komt aardig in de gelegenheid ook. Dus hij komt veel langs mij, zeg maar. Dus ik denk dat hij er wel aardig wat gaat maken dit jaar, als ik eerlijk ben. Denk je dat je dit jaar bij de Eagles meer de spits wordt waar omheen gevoetbald wordt? Of dat je echt de man bent die doelpunt gaat maken? Ja, dat kan allebei de kant op, denk ik. Ik wil er zelf natuurlijk ook een aantal maken. Maar ik merk wel dat wij veel middenvelders hebben en lopers achter mij. Dat er rondom mij ook wel veel gescoord zal gaan worden, ja. Maar wat wil de trainer, wat wil Stegenman met jullie? Wat is zijn ideaal plaatje? Sowieso heel veel voetballen in het middenveld tussen de linies. En ik ben een beetje de kapstok. Dus ik moet aangespeeld worden en dan daarna met lopende mensen. Ik denk dat onze middenvelders inderdaad veel in de gelegenheid zullen komen. En,
Ja. Waar ik heel benieuwd naar ben, er zijn veel jongens gehaald bij jullie verschillende niveaus. Hoe is het niveau binnen de groep? Bijvoorbeeld van Van der Ven, met vorig jaar bij Os getwijfeld. Kan die het aan bij een club hogerop? Kan die weer zoiets als hij uit Os is? Want er werd gezien als een Osse jongen, dat is hij ook. Dus kan hij dit buiten Os ook? En hij laat zien dat hij het kan. Ja, ja, ik denk dat wij hebben een... volgens mij is het compleet ander elftal. Er waren er maar twee die zijn afgelopen winter gekocht. Toch? Je hebt Stans. Stans en... Wie was dat dan? Weet ik even niet, sorry. Maar voor de rest is alles nieuw. En daar hebben we best wel hard aan gewerkt, hè, om gelijk een groep te worden. Dus ja, ik denk dat jongens zoals Van der Ven en zo, dat die prima tot de recht komen. Ik zit even te kijken, want je hebt nu... Verhulst is nu gekomen. Veldmaat is nu gekomen. Baks. Bos. Van der Ven. Elieveld en Baas op de flanken. Nou, achterin. Ja. Stans is dan in de winter gekomen. Baks is nu gekomen. Van der Ven. Jij, Navratil, is nu gekomen. Bruno Andrade is volgen. Ja. Hoe is John Stegeman als trainer? Ja, ik denk een enorme klootzak dat hij dat nu gaat zeggen. Nee, hij is in ieder geval heel duidelijk wat hij wil. En dus eigenlijk zijn denkwijze, dat daar moet iedereen aan handelen. En dat is voor iedereen wel eigenlijk prettig om te werken, denk ik. Omdat er zijn geen misverstanden. Nee, maar hij heeft natuurlijk een stapje terug gedaan. Zien velen het van Heracles naar Go Ahead. Merk je dat zijn trainingsniveau bijvoorbeeld hoger is dan dat bij andere trainers die je hebt gehad tot nu toe? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat alles wel een beetje redelijk hetzelfde is. Maar ja, ik denk dat deze trainer wel... soms hebben we het ook wat erover... deze oefening hadden we nog niet eerder gedaan of zo, weet je. Dus ja, hij heeft wel aparte stof wat ze waarschijnlijk vaak in de Eredivisie doen. En ik denk dat het een hele goede trainer voor ons is. Ja, absoluut. En jij hebt ze in de top 3 staan? Ik heb ze zeker in de top 3, ja. Heb jij ze eigenlijk, Thomas, in de top 3? Nee. Nee? Nee. Wie dan? Mijn top 3 bestond aan het begin van het seizoen uit Sparta, NEC en Twente. En nu naar speelronde 2. Ga je al wisselen? Nee, ja, dat zou niet eerlijk zijn, denk ik. Ik denk dat we even mee moeten wachten ook. Gewoon alle teams gewoon even een paar wedstrijden laten spelen. Maar Go Ahead stond zeker in de top 6. Oh, nou, dan kan je mee naar huis. Je staat sowieso in de top 6. Nee, maar dat was toch ook de doelstelling, weet je. Playoffs en... Ja. Het is eigenlijk... Ik had ook mijn twijfels. Ja, zeg maar, Sander. Nou, weinig mensen noemen Roda. Ja, ik heb hem voor mij. Ik heb Roda, Go Ahead Eagles. Ik zit even te kijken, want er hebben heel veel mensen op gereageerd. Afgelopen week. Ik had Roda, Go Ahead Eagles, NEC. Nou, ik denk dat Sparta gaat het niet en Twente ook niet. Eagles wordt dan nogal redelijk omhoog gesproken. Terwijl onze doelstelling na vorig jaar is toch play-offs halen. Maar volgens mij als je tiende wordt, heb je al play-offs. Toch hier in deze elf zelfs. Of elfde zelfs, dus je kan gewoon rechte rijtje en dan play-offs. Maar het is meer dat ik denk nu dat er is niet één echte titelkandidaat. Nee. Dus het is nu echt voor het grijpen, denk ik. Als je dit jaar gewoon een heel stabiel seizoen draait, vooral geen gekke dingen doet. En ik denk dat jullie het voordeel hebben, maar dat weten zij veel beter, dat er bij jullie de druk minder op staat. Bij ploegen als Sparta, Roda, je zag NEC gisteren. Die laten bijna voor de tweede week op rij punten liggen. Ja, dan is er gelijk paniek. Ja. Dat is hetzelfde met Almere. Daarom denk ik dat Almere, daar zal ook geen druk zijn. Nee. Ik denk dat die ook voor het materiaal dat ze hebben best wel hoog kunnen eindigen. Wat ik wel jammer vind overigens, het ging net over Van der Ven. Ik had eigenlijk een mooi bruggetje naar FC Os. Top Os, excuus. Dank je. Top Os. Want daar wilde ik eigenlijk even... Ik had namelijk verwacht... Van der Ven was zo'n beetje de enige die een goal kon maken vorig jaar. Ik denk, die gaat weg. Baks gaat weg. Ik denk, dat wordt niet zoveel. Maar... Sterk hoor. 6-2. Ze zijn 6-2. Gedeelte is met jullie. Logan die heeft nu al evenveel doelpunten gemaakt als vorig jaar. En Brian Smeet speelde een goede wedstrijd. Die toch in de verloren seizoen heeft gehad bij Cambuur. Vond ik wel opvallend. Ja. Ik had het er net ook over met Robert Braber in de podcast. Die is, heb je een podcast? Wij hebben de podcast. En die is deze week. Wil ik hem luisteren? Deze week is hij te beluisteren. Beetje haat en nijd, mensen. Dit is mooi om te zien. Beetje haat en nijd. Nu ga ik ervoor zitten. Moet ik hem luisteren? Het is zijn eigen podcast. Ja, dit is leuk, man. Het gaat niet eens zozeer om die podcast te promoten, maar het gaat om mezelf. Hij wil het toch even... Het gaat om Thomas van der Veen. Nee, het gaat erom wat Braber zei. Die zei clubs als Top Os en Helmond, Eindhoven, die kunnen in principe best ver komen. Op het moment dat, in tegenstelling tot andere clubs, hebben zij een relatief smalle selectie. Op het moment dat er blessures of schorsingen komen, dan haken ze af. En dat is ook wat er gebeurde vorig jaar bij Os. Die speelde heel lang bovenin mee. Maar na de winter kwam de klat erin. En toen blessures, schorsingen en toen werd het heel snel minder. Ja, en ik vind het net dat als is het bij Eindhoven. Echt zo'n club waar moeilijk dingen over te zeggen zijn. Zoals Mart Lieder, die vertrekt daar dan. En ze hebben spelers, ze hebben die Portugees die scoren tegen jullie. Ja.
ja, ik had er nog nooit van gehoord. En dan zie je toch opeens weer dat ze opeens weer een paar spelers hebben die dan... Ja, hoe ze het doen, doen ze het. Maar dat vind ik wel leuk om te zien. Sander, wie heb jij eigenlijk als titelkandidaten? Top 3. Oh, man. Ja, zit je er dit jaar nog niet even een antwoord hebben. Je moet niet even een antwoord hebben. Ik zou gewoon Sparta zeggen, Jokke. Ik vind het je omdat je de Eredivisie misschien niet meer doet. Ik noemde net Roda, omdat die wel algemeen een beetje de indruk hebben dat die een beetje worden onderschat. Dus die zou ik wel in de top 3 zetten. Sparta. En NEC is wel heel makkelijk dan. Hè. Ja. Maar ga er wel voor, denk ik. Eagles niet? Nee. Okay. Terwijl Eagles wel hartstikke leuk team hebben. Ik heb nog steeds na afgelopen vrijdag gewoon twijfels over Sparta. Ja, ik vond ze ook, die jonge speler, die Dervasoglu, die was goed. Maar voor de rest, als je kijkt naar het materiaal in dit Volendam, ja, sorry dat ik het zeg, maar dan had je dikker kunnen winnen. Ja. Wie is voor jou de keukenprins van de week? Keukenprins van de week? Ja, dat is leuk. Doen we dat hier aan? Sinds deze week. De keukenprins van de week, jawel. Voor mij is het Mario Bilate. Waarom? Omdat hij 2 keer scoorde voor RKC uit bij Den Bosch. En ze toch gewoon die overwinning. RKC dus ook weer een elftal. Vorig seizoen gewoon slecht gedraaid. En die dan toch weer een paar gasten halen. En hetzelfde met Bilate. Ja, opeens is hij weer belangrijk daar. En ze hebben nu ook gewoon 6-2. Dus ja. Ex-Sparta toch, Bilate? Ja, en Emme en Den Bosch. Maar wie zijn de andere kandidaten voor de eerste keukenprins van de week? Thomas, wat is jouw keuze? Mijn keuze, ik had... Nee, Thomas wil ook iemand anders. Nee, maar ik hoor ook niks over Jong Ajax, weet je. Ja, is dat ook geen top 3 of weet ik niet? Vorig jaar kampioen. Iedereen is negatief volgens mij tot nu toe over Jong Ajax, toch? Ja. Wel een mooie goal van Sierhuis afgelopen week trouwens, maar nee. Maar inhoudelijk, wat vind je ervan? Waarom staan ze nergens tussen de lijstjes? Ik denk dat de competitie gewoon te sterk is voor belofte teams om een serieuze rol te gaan spelen bovenin. Zeker met de nieuwe regel. Je moet geboren zijn na 1 januari 1996 om te mogen spelen. Ja. Dus dat is 23 jaar of jonger. Jezus. Ja. Dus... Ik kan niet meer invallen. Nee. Helaas, Vef. Had je nog maar dat is dan wel een stuk eerlijker dan het was natuurlijk. Ja, zeker. Tuurlijk. Maar is het niveauverschil nu dan zo groot tussen vorig jaar en dit seizoen? Nee, dat denk ik. Ja, ik denk dat de clubs die erbij gekomen zijn. Nee, maar ik bedoel gewoon überhaupt dat Jong Ajax sowieso niet in het rijtje staat. Zijn die teams die nu dit jaar om de titels strijden zoveel beter dan vorig jaar? Ja. Ja. Vind ik absoluut. Absoluut. Kijk, als Go Ahead bijvoorbeeld, die vorig seizoen dus een maatseizoen kende, er al bij komt. Sparta is gewoon een betere selectie. Twente, NEC. Roda. Dus ik denk dat er zijn inderdaad, net wat je zegt, meer goede teams gewoon. En ik denk niet dat ze daar tussen horen. Ik denk dat dit het seizoen is waar bijvoorbeeld ervaring bijvoorbeeld van Go Ahead of van een andere club ervoor gaat zorgen dat ze nu wel die jonkies kunnen pakken. Waar het vorig seizoen toch anders was, waar je het ook had kunnen verwachten. Maar dat, toen gebeurde het niet. En wat ik bij Go Ahead van mooi vind, is dat ze ook echt wat ervaren jongens halen achterin. Zoals een Jeroen Veldmaat. Zeker. Je hebt kunnen zien dat bij Emmen vorig jaar. Dat is gewoon heel belangrijk. Zeker in zo'n competitie als de keukenkampioen-divisie. Want voor mij was jij die het vorige week zei. De meeste topclubs die hebben wel een spits die 25 keer scoort. Maar verdediging die er maar 20 doorlaat, die zijn er niet zoveel. En dat maakt het verschil bovenin. Alle clubs die wij tot nu toe noemen. Eagles heeft Verheid, Sparta heeft Veldwijk, NEC heeft Archibar. Roda heeft Engels. Ja. Maar wie is de keukenprins, Thomas? Nou, wie is jouw keukenprins? Mijn keukenprins is... De keukenprins! Nou, daar heb je de jingle al. We hebben een jingle, jongens. Ja, daar komt die prins. Ik heb Hussein Dokan van FC van Top Os. Oké. En Barry Powell heeft Mario Engels genomineerd. Van Weer scoren, hè? Roda. 2 keer, hè? Voor de weer, hè? Ja, 2 keer. Ja. Tweede week op rij. Heeft nu 4 gemaakt. Dus hij is lekker bezig. Oh, en we zien zijn goal ook, uit bij Almere. Het blijft natuurlijk wel leuk dat Roda gewoon altijd aan het eind weer... Ja, je moet geen grapjes over geografie maken natuurlijk, maar... Nee, maar het ligt er niet verdomd ver bij vandaan. Nee. En ze claimen het ook, want kijk, de vlaggen hangen gewoon in het uitvak van ons buurland. Hey, en wel een aardig goaltje, overigens. Ja, zo. Maar en dat terwijl Almere veel beter was, vooral in dat is echt over het hele veld beter. Vond ik ook weer raar. Die Emforides, die Griekse jongen. Hij speelde voor het eerst. En, speelde hartstikke goed, vond ik. Het is Kalkan weer, wederom. Ja, maar nee, speelde hartstikke goed. VI, een 5. Ja, maar dat is ook Chris Tempelman. Daar moet je niet meer naar kijken.
Daar moet je niet naar kijken, echt niet. Heb jij wel eens een keer een journalist boos opgebeld? Nee, maar soms dan denk je zo, ik heb echt lekker gespeeld, man. En dan heb je vijf. Ja, en dan soms heb je geen bal geraakt en staat er een 7,5 of een 8. Nee, ja. Nee, maar die goal van Braken gisteravond, dat was Bergkampiaans, hè? Zo, er was iemand ook heel erg blij, hè? Randy Wolters, die... Zo, ik zag hem op Instagram. Zo, die was werelddoel. Hey, maar hoe kijken jullie trouwens naar de familie Jordania, de keukenkampioen-divisie? Gaan ze wat neerzetten daar in de bos? Toevallig heb jij gisteren met, wat heeft hij een mooi pak aan? Ja, hij had hem een goed pak. Ja, dat zag hij heel goed. De fashionpolitie was in ieder geval content. Heel mooi pak. Ja, het is... Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen. Ik vind die Saupine maakte wel weer eentje die ze gehaald hebben. Van de topscorer van de Estse competitie. Maar ja, voor de rest, ja, je moet het altijd nog maar afwachten. Kijk, ik verwacht niet dat ze de volgende maand er weer uit stappen. Maar... Nou ja. Ik heb wel het idee dat het een meerjarenplan is. Al interviews die Van der Kraan, technisch directeur, heeft gegeven, zei van, nou ja, het is voor een paar jaar. Het is zelfs zo dat Jordanië had geïnformeerd of het kunstgrasveld nog voor de competitie vervangen kon worden door een echt grasveld. Dat bleek te kort dag met 2 weken te gaan, wat logisch is. Maar het geeft wel aan dat hij niet voor 1 seizoen is gekomen. En ook het feit dat ze jarenplannen hebben opgesteld en uit hebben gesproken om... Sorry. Nee, ik hoorde altijd de piepie ergens. Ik dacht, maar eigenlijk, zo kan ik niet werken hier zo. Ja, die hoor ik ook. Maar ga verder. Niet afleiden, Thomas. Verder. Je staat meer in de verhaal over beleid. Ja. En kunstgroot. Nou, we gaan weer verder. Ja, ik denk inderdaad dat... ik hoor het ook, Joop. Moet hij verder van mijn mond? Is dat beter zo? Ja. Je hoofd is een hol, dat gaat... Zit niet zo blind, hè? Nee, leuk, Lars. Leuk. Ja, maar over gras gesproken, het was wel weer heerlijk om dat echte gras bij Almere te zien liggen, man. Vond ik echt. Ja, overigens... Daarvoor Tim er niet, omdat het verloren. Wat is met Joey Veerman? Ja, dat weet ik niet. Daar ben ik nog niet helemaal achter wat daar precies loos was. Nee, want hij zit op de bank. Hij zit op de bank, ja. Ja, ik dacht eerst een transfertje. Is het een moeilijke jongen? Dat weet ik niet eigenlijk. Tenminste, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Hey, hoe lang hebben die mensen nog om een oranje shirtje bij je op te halen? Je weet wat je hebt gezegd, hè? Ja, binnen drie jaar staat hij in oranje. En als hij dat niet redt, iedereen die dit retweet krijgt een shirt van de. Dat kan ik me niet meer herinneren, maar volgens mij heb ik nog 1,5 jaar. Nou, voor mij iets korter. Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Geroepen 2 jaar geleden, Joey Veerman staat binnen 3 jaar in oranje. In Nederlands elftal. Dus niet in het Volendam shirt. Moet hij opschieten. Maar verleden jaar had Joey Veerman toch best wel een goed seizoen gedraaid. Ja, dat was toch een heel aardig seizoen. Maar is het ook raar dat hij gestapt heeft gemaakt? Nee, het was vorig seizoen eigenlijk naar Utrecht zou gaan. En dat zeker, vorig jaar waren ze bijna rond met Utrecht. Ja. Uiteindelijk niet rondgekomen. Maar is het raar dat hij nog een stap heeft gemaakt? Zeker gezien de mensen uit de competitie wel een stap hebben gemaakt. De mensen die daar verstand van hebben, die hebben waarschijnlijk een paar keer zien spelen. Uiteindelijk niet de keuze gemaakt. Misschien zijn ze niet echt overtuigd nog van hem. Ja. Dat kan. Want Heracles heeft ook naar gekeken. Dat ging door, uiteindelijk zou Pelopessi naar Utrecht gaan en dan zou hij maar uiteindelijk... Ja. Ik hoorde laatst iets dat er iets in zijn contract of zo heeft gestaan. Een hele hoge... 25 miljoen. Eindje voor Kees. Wat ik wel een beetje weet is dat... Kijk, bij Volendam, het is wel een van de weinige echte groeibriljantjes van de afgelopen seizoenen. Dus volgens mij, ze zetten wel hoog in met die jongen, inderdaad. Schijnt volgens mij ook een keer, dacht ik. Hij heeft lichtelijk interesse gehad, maar dat hoorden we van hem zelf, toch? Ja. Wat zou hij moeten kosten? Ja, ik heb het in gelezen. Ik las het. Ja, dan gaan we daarna een biertje doen met Henk de Jong, las ik. Ja. Nee, maar dat doe ik graag, hoor. Zou ik het even zeggen dat hij even normaal moet doen, Henk de Jong. Waar heb jij dat gelezen dan? Wat? Waar heb jij dat gelezen dan? Dat ik een biertje kan doen in de Graafschap. Ja, net even op Twitter. Oh, hier net. Oh. Joop kan alles tegelijk multitasken. Ik zat net even te kijken. Overigens, Espinoza naar FC Twente. Thomas, wat moeten we daarvan verwachten? Wat is een size skill score? Dat zou ik niet weten. Nee, ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee. Maar FIFA's waardering is 76. Zo. Nou, dus, dan ben je net goud. Dat is redelijk. Toch? Ben je net goud. Ja, dat weet jij. Maar waar komt hij vandaan dan, Espinoza? Ja, Wouter, waar komt hij vandaan? Klinkt als een filosoof, weet je. Oh, ja, klinkt dat voor jou als een filosoof? Ja. Hoeveel filosofen ken je met de naam Espinoza? Ja, deze man, weet je. Het klinkt alles. Maar we hebben het net al even over de goal van Braken gehad. Ja. Ik heb van horen zeggen... Ja, dat hij klaar staat. Of dat we hem op beeld hebben. Ik denk, er komt nu iets heel moois aan. Kijk even, want dit is wel in de dus 10 seconden voor tijd. Zo, dit is wel lekker verdedigd ook, moet ik zeggen. Ah, maar ik waarom moeten we nou weer zeggen over de verdediging? Dit is toch prachtig, man? Omdat ik het gewoon goed verdedigd vind. Ah, nou en, man. Dit is al genieten. Kun je jou het schelen, wat een wereldgoal. Ja. Dit is Bergkampachtig, zou ik het willen noemen. Wauw. Nou, Thomas. Is het een goal of is het een goal? Dit is een hele goede goal. Ja. Hartstikke mooi. Jij is ook een Bergman, vind ik echt nog wel. Is ook een doelpunt gemaakt. Tussen 2 man wipt hij me tussendoor. Jordi, ga jij even deze jongen even bijpraten? Thomas. Dit zien we in Turkije natuurlijk elke week. Ik wil alleen
NAC waarschuwen om ook deze keeper niet aan te trekken. Hé, hey, maar Thomas, jij moet er ook heen. Dan moet je naar uit op een maandag, ja. Regent, Jong Utrecht, in een leeg Galgenwaard. Ja. Heb jij er zin in? Als je geluk hebt, hè, in een Galgenwaard. Soms spelen ze ook bij IJsselmeervogels. Ja. Ja. Spelen ze niet meer, toch, dit seizoen? Nee. Oh, spelen ze daar niet meer? Ja, voor mij alleen Zoudelbach en... Nog vervelender. Okay. Maar dat heeft toch wat treurigs. Ja. Heeft echt wat treurigs. En weet je wat dan nog het ergste is? Moet jij daar werken? Ja, die 2-1, dat was echt de beloning voor die NEC-supporters. Ja. Dat ze in ieder geval niet voor niks die kant op zijn. Maar dat zei de commentator in het eind die 1-1 van Nick Venema, klein foutje van Coutinho, kan gebeuren. Maar die 1-1 van Nick Venema, en dan is dat hele stadion leeg, maar dan hoor je wel die tune. Ja, mooi, hè? Ja. Het mooiste was, vorig jaar had je een keer dat iemand zijn iPhone eraan had laten zitten. Dus toen hoorde je allemaal meldingen, hè? WhatsAppjes, via de speakers. Ja, dat is geen geintje. Ah, 100%. Ja. Staat op mijn Twitter. 100%. Heel goed. Jordi, ken jij Espinoza niet? Want het schijnt dat hij van Levante afkomt en dat hij daarvoor ook wedstrijden heeft gespeeld voor Granada, Elche, Villarreal... Elche, oud-ploeggenoot van... Oh, is het die Espinoza? Ja, nou ja. Nee, misschien kan Jordi een beetje improviseren. Nee, als het Elche is, dan kan ik hartstikke goed improviseren. Maar dit cv was zoiets dat ik dacht, ik ga hier niet over liegen. Nee, precies. Ik ken hem niet. Maar dan moet het, als ik bij Elche heb gezeten, moet het een oud-ploeggenoot van Barry Powell zijn. Dat kan niet anders. Kan niet anders. Laten we Barry skypen. Het is net de enige keer dat Barry Powell er niet is bij ons. Nee, dat is ook wel... Maar we hebben het nu over Twente, Espinoza. De algemeen directeur is eruit. Of die is opgestapt gisteren, Velderman. Er staat wel weer gelijk druk op bij die ploeg. Hè, vorige week natuurlijk gewonnen in de topper in de eerste speelronde. Maar nu niet winnen bij Helmond Sport. Ja. Komend weekend. Ander kraakje natuurlijk. Ja, tegen Roda thuis. Ja. En dat is natuurlijk wel wat anders inderdaad dan Helmond. Of Sparta is wel enigszins gelijk. Maar ik denk dat ze het heel moeilijk gaan krijgen. Want de verwachtingen zijn natuurlijk torenhoog daar. Hè? Want het was drie weken geleden dat Brahma zei... Hè, waar ben ik nou voor teruggekomen? Er is niks. Nou, ja, toen kwamen heel veel van overal worden. Vandaan, de nieuwe spelers. En opeens moeten ze nu gewoon kampioen worden. Ja, wat ik wel afvraag is... afgelopen week heeft Pusic zijn centrale duo gewijzigd. Ja. Met voor mij Bijen en Schenk werden gewisseld voor twee tropische verrassingen. Ik kom zo snel niet op zijn naam. Absoluut, ja. Maar misschien dat dat ook een oorzaak heeft gespeeld bij het feit dat ze puntverlies hebben geleden. Ik ben ook benieuwd hoe tevreden hij daarover is. Maar ja, tegen Roda wordt een lastige pot. En dan hebben ze het voordeel natuurlijk een kolkende goalsvesten. Dat wel meehelpt. Ja, ik denk dat dat alleen tegen Roda niet heel veel verschil maakt. Nee, dat denk ik ook niet. Dat denk ik ook niet, toch? Ah, ik vond Helmond ook best oké, gewoon. Hoor. Ja, tegen de eerste wedstrijd tegen Dordrecht. Dat is altijd Koeken. Die Nauts is echt gewoon een goede speel. Diezelfde rust maakt gewoon een goede goal. Dus ik bedoel, het is nou niet zo dat... Nee, maar ik had het er met Braber over. En die zei dat Helmond tegen Dordrecht echt heel slecht was in de eerste speelronde. Maar ze zich dus knap herpakt hebben tegen Twente. Maar ja, ik denk ook dat het voor de jongens van Twente ook gewoon lastig is om... in het Solar Uniestadion heet het nu, het sportpark te braken, om daar... Je voor te motiveren? Dan moet je er gewoon niet komen. Want je weet toch, ja, maar je weet toch, als je als nieuwe speler komt, dat je in deze competitie gaat voetballen? Ja, dat is zo. Ja, ik heb het dan is het toch raar als je dan gaat zeggen, ik kan me niet motiveren. Nee, niet moet komen. Ja, maar ik denk toch niet dat Ted van Leeuwen met een klappertje van de 17 tegenstanders van de keukenkampioen-divisie even gaat door de stadions en de gemiddelde aantal toeschouwers. Nee, ik denk dat ik zo lang mogelijk geheim probeer te houden. Nou, hij laat alleen beelden zien van thuiswedstrijden. Ja, maar beelden van kampioensjaar in de Champions League even van dit zijn wij. En dan, Je hebt toch zelfs in Argentinië gewoon internet? Ja. Gewoon kijken? Ja. Maar dat vind ik net alsof die spelers blind ergens naartoe gaan. Nou, ik kan je wat vertellen. Ik weet niet. Kom op, nou, dat is toch je eigen schuld? Ja, dat is ook wel zo. Met gewoon aan het werk. Zat Tanane bij Las Palmas en die kwam erachter dat het eiland was. Ja, dat was en daar had hij helemaal geen zin in. Dat kent er niet. Ja, nou, hij heeft het toch zelf gezien. Hij heeft ook Google. Maar Thomas, wat vind jij? Ja, ik zou eerlijk, ik ben naar Engeland gegaan natuurlijk, maar dat was ook een beetje... Had jij geleden het contract gedaan? Ik wou zeggen, jij zag die mail. Thomas zag dat contract. Is het op Siberië? Nee, maar je gaat, als je er niet vandaan komt of... tweede divisie Nederland en als je uit Argentinië komt, ja, dan snap ik wel dat jij een Helmond Sport niet op gaat zoeken. Op internet van, dat snap ik wel, maar ja, je een beetje inleven of zien dat je ook tegen jong ploegen speelt, hè, dan weet je wel dat het niet volle bak zal zijn, denk ik. Nee, okay. Maar Lars zegt dat het een schande is als je het niet kan, maar wat vind jij als speler? Is het lastig soms om je op te brengen voor wedstrijden waar een ambiance echt Ik weet dat je soms bij Eindhoven met alle respect was ook niet vol of wat dan ook. Maar wij hadden dan wel 220 supporters mee, geloof ik. Maar ja, in deze competitie weet je het. Dus
En komende vrijdag hoef je je niet te motiveren, toch jij? Nee, dat is wel een mooi potje, ja. Veel oud-vrienden die komen kijken? Nou ja, ik ken daar natuurlijk heel veel mensen, dus dat wordt wel een mooi potje hopelijk. Ja. Vorig seizoen 4-3. Ja? Dus, nou, 3-4 dan, denk ik. Maar, klopt. Hoe kijk je in de kleedkamer tegenaan? Tegen wat er nu allemaal om jullie heen gebeurt, zeg maar, met Twente, waar heel veel druk op staat. Sparta, dat altijd moet... Hoe kijken jullie naar? Gewoon de rest lekker met rust laten en wij gewoon ons ding doen? Ja, en dan stiekempjes naar die titel? Ja, wij kijken eigenlijk helemaal niet wat die anderen... Ja, natuurlijk praat je even van, joh, dit en dit is er gebeurd, maar... Wij kijken er helemaal niet naar en dat moeten wij ook niet doen. Wij moeten gewoon lekker van wedstrijd tot wedstrijd nu en dan zie je wel dadelijk waar je staat. Maar hoe lastig is dat? Want ik denk dat misschien wel de meest gebruikte voetbalcliché is van Nederland, toch? We leven van wedstrijd naar wedstrijd. Maar je bent zelf ook... Focus op de eerste wedstrijd, hè? Maar nu, in deze situatie, als je twee keer verliest, dan sta je 12e. Ja. Toch? We spelen nog 36 finales. Nee, maar ik snap wel je bedoelt. Ja. Nee, maar tuurlijk moet je ook wel... Het is leuk dat we nu bovenaan staan. En, want iedereen, als jullie zeggen 4 keer winnen... en je speelt 2 weken daarna tegen, zegt Sparta dat ook al 4 keer... heeft iedereen het over die wedstrijd. En iedereen zegt dan, we moeten op deze... Maar iedereen is toch al bezig met die andere wedstrijd? Zo werkt het toch gewoon ook in de kopjes? Ja, misschien wel een beetje, ja. Toch? Ja, nee, maar ik bedoel, ik snap dat je het naar buiten moet zeggen... dat je eerst moet focussen op die eerste wedstrijd. Ja. Maar dat is toch gewoon aan de trainer? Er zijn zat trainers die ervoor kunnen zorgen... dat zij alleen maar met die wedstrijd van vrijdag bezig zijn... en niet over de wedstrijden heen kijken. Als je een goede trainer bent, dan kan je er gewoon voor zorgen... dat je volle bak focust op jouw tegenstander vrijdag. Hoe klein die ook is. Hoe dan? Nou ja, wij hebben een aardig grote tv in de kleedkamer hangen. En daar draait vanaf gisteren draaien daar de beelden nu van NVV. De hele dag door? Draai je gewoon door en je kan zelf swipen. Je kan spelers bekijken van jouw directe tegenstander. Dus onze focus ligt gewoon bij NVV. En, wie is jouw directe tegenstander? Martina en ik denk Mares, maar ik weet het niet, want die andere Martina die is heeft volgens mij zijn ping gebroken. Oké. Dus ja, dat weet ik natuurlijk niet. En heb je al beelden gekeken? Nee, eerlijk gezegd heb ik nog niet gekeken, maar dat morgen gaan we ze sowieso. Maar ben je dan iemand die daar echt mee bezig is, die goed kijkt naar wat je de centrale verdedigers samen doen en? Nee, eigenlijk niet. Ik ben gewoon met mijn eigen wedstrijd bezig en we zien het wel. Wat de rest doet, moet ze lekker zelf weten. Ja. En ga je juichen als je scoort? Wordt natuurlijk heel vaak gedaan, juich tegen je oude club en zo. Ga je dat doen? Ja, kijk, weet je, het is aan het einde van de maand staat er toch Go Ahead Eagles op je rekening. Dus ja, dan moet je gewoon... Ja. Nee, ja, maar toch, zo is het toch. En ja, natuurlijk ga je... Ook echt gewoon lekker gek doen vrijdag. Nou ja, kijk, dat is weer wat anders, maar... Tuurlijk, ik heb hartstikke veel respect voor NVV en ik heb een mooie tijd gehad. Maar als ik nu in de laatste minuut de winnende maak, dan ben ik gewoon blij en dan... Tuurlijk, je kan gewoon juichen. Ja, toch? Je moet gewoon juichen. Maar ik weet niet hoeveel jullie zitten met pingels, maar als je in de laatste minuut een strafschop krijgt... en ze zeggen van, ga hem achterstaan, doe je dan? Ja, dan pak ik hem. Ja, waarom niet? Schiet ik hem gewoon erin. Nou, weet niet. Misschien is het ook een beetje nog extra druk met zich meebrengen. Dat je beter kan zeggen tegen iemand anders met de traptechniek van schiet maar in. Hey, Thomas heeft natuurlijk MVV ook goede... Kijk, je hebt wel gewoon die goal tegen Cambuur. Ik denk dat je daar een redelijk krediet mee ook hebt opgebouwd daar, snap je? Dus je hebt daar ook mooie dingen gebracht. Maar waarom denk je dat hij die pingel niet moet nemen dan? Nou, het kan natuurlijk zijn als je gewoon daar goed ligt. Dat je denkt van, nou weet je, er is iemand anders die me ook goed binnen kan trappen. Van, nou, laat ik maar geen gezeik. Aan het einde van het jaar, als je 19 goals hebt gemaakt... of je pakt die penalty misschien binnen, dan staat 20. Staat toch in het lekkerder. Niemand denkt dan wel aan die penalty. Als je dit weekend die penalty krijgt, ik zou hem niet nemen. Want dit gaat in je hoofd zitten. Dat is heel echt onbedoeld. Je weet waar hij woont, hè, Ommen. Je had hem gewoon moeten nemen, in Ommen zoeken. Dit krijg je er niet uit, let maar op. Het zou toch mooi zijn. Is als hij misschrijden. Dat rode mannetje bij S afkicken. Die zei het dinsdag al. Hij schiet de penalty meer raak. Deze vraag is me ingefluisterd door Jules, denk ik. NVV-fan. Nee, zeker niet. Zeker niet. Oké. Nee, maar heel goed. Je moet het niet doen. Je mag zo alles vragen aan Thomas. Zijn we klaar? Moet ik nog een Volendam update geven? Nee. Ook zo? Nee. We gaan eerst met de meest gelukkige man in Groningen omstreken. Toch, Michael? Meest gelukkige man in Groningen omstreken? Ja, zeker. Ja. Want je mocht voor het eerst in de basis beginnen bij de FC. En gelijk trefzeker en gelijk man of the match. Ja, dat is niet verkeerd. Nee, inderdaad, want het was een lastige week, in ieder geval wat wij meekregen. Er werden wat dingen gewisseld bij jullie, er waren wat jongens ontevreden. Hoe lastig is het dan om je te focussen op zo'n belangrijke wedstrijd? Zeker als je voor het eerst je debuut gaat maken in de basis.
ja, dan probeer je het gewoon zoveel mogelijk bij jezelf te houden. En probeer je niet aan dingen te denken die niet met jouw spel te maken hebben. Dus ja, dan probeer je het heel simpel te houden en focus bij jezelf. Dus zo ga je naar de wedstrijd toe. En op zaterdag, de wedstrijddag, kon ik alleen maar genieten van alles. Dus dat viel hartstikke mee. Ja, het opvallende is, je scoorde vorige aan de lopende band bij Jong Groningen. Bij de supporters stond je er al heel goed op. Voor de rest van Nederland, wat voor een speler ben jij? Ik sta op 10. Aanvallende middenvelder. Ik kan ook aan de buitenkant links en rechts buiten. Alleen 10 is mijn voorkeurspositie. En ik heb scorend vermogen. Ik ben veel in de 16. Ik kan goed tussen de linies komen. En ik ben ook niet vies van een sliding of een tackle. Dus harde werken zit er ook wel bij. Ja. Wil je wat zeggen, Joop? Want je maakt een mooie kopgoal, toch? Maar ik hoorde jou zeggen dat je helemaal niet kan koppen. Dus dat gaan we niet meer zien van je? Dat is niet echt... wie weet, ik hoop het wel. Kijk, ik kop hem uiteindelijk naar de grond, maar hij vliegt erin. Dus dan op dat moment kan je wel koppen, maar kijk, op trainingen vliegen ze over het algemeen over of naast. Michael, wat zegt het over jou? Je bent opgegroeid in de jeugdopleiding bij AZ. Uiteindelijk via een omweg voor mij ook daar geblesseerd geraakt. Zwaar geblesseerd geraakt. Uiteindelijk bij Groningen dan via Jong nu bij het eerste elftal gekomen. Gedurende die weg, hè, het is een beetje een omweg die je dan maakt. Altijd wel vertrouwen gehad dat je de Eredivisie zou halen? Dat is wel een lastige vraag. Soms zakt moet je in je schoenen en dan heb je er helemaal geen vertrouwen meer in. Alleen, ik heb een goede zaakwaarnemer. Ik heb een lieve familie die me heel erg heeft gesteund. En uiteindelijk moet je erin blijven geloven. En zit ik nu dichtbij natuurlijk. Nou, je zit zeker dichtbij, want je scoort basisdebuut. Ja. Komende weken, denk ik. Nou, het zal niet als eerste opgeschreven worden door de trainer, maar toch wel als tweede of derde? ik heb gewoon gezegd dat ik er klaar voor ben en ik voel me lekker, ik voel me fit. En ik hoop dat ik het team weer kan helpen met mijn spel en misschien wel weer een goal of een assist. Alleen uiteindelijk is het de trainer die de basis zelf op het blaadje zet. Dus het is nog even afwachten. Ja, want hoe zeg je dat je er klaar voor bent? Dan zeg je Danny, trainer. Luister, allemaal leuk en aardig, invalbeurten vorig jaar. Maar ik ben nu wel klaar voor een startende positie. Ja, nee, ik heb het al wel eens eerder tegen trainer gezegd. En die weet dat ik er klaar voor ben. Maar soms in een 1-op-1 gesprekje, als hij wat zegt, weet je, dan kan je het nog een keer aangeven. Maar ik denk dat trainer wel weet dat ik er klaar voor ben. Okay, hoe groot staat 23 september omcirkeld in je agenda? 23 september? Moet je me even helpen. AZ thuis? AZ thuis, oh ja, dat is waar. Ja, dat zou natuurlijk een mooie partij. Ja, is dat nog een bijzonder duel voor je? Ja, zeker. Heel veel vrienden van mij spelen erin. Guus Steel, Pantelis, Dun Koopmeiners. Jeremy Helmer, die is op het moment geblesseerd. Dat is een ontzettend leuke wedstrijd natuurlijk. Maar ben jij dan eigenlijk, want dat is een beetje de gouden lichting, de eerste gouden lichting van AZ die nu doorgebroken is. Ben je dan eigenlijk de enige die buiten AZ nu doorgebroken is in de Eredivisie? Dat is een goede vraag. Ik denk in de Eredivisie denk ik het wel. Ik weet dat Daan Boerlage bij Cambuur in de keukenkampioen divisie speelt. Lekker, Michael. Heel scherp. Klasse. Ja. Ja, en voor de rest weet ik het niet heel goed. Nee. Volgens mij blijft het zo, ja. Oké, nou in ieder geval omcirkelen. Komend weekend in ieder geval eerst PEC. Trekken maar door, hè. Gelijk scoren in het, tegenwoordig, Hitachi Stadion? Ja, klopt. Nou, wij noemen het gewoon de Euroborg. Gelijk die goede lijn doortrekken. Goed je in ieder geval gesproken hebben, Michael. Ja. En succes komende weken. En 23 september gaan we natuurlijk uitkijken naar het bijzondere duel voor je. Helemaal top. Is goed, jongen. Fijne middag, jongen. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Ja, dat is toch waar we het net dan over hadden. Weet je, dat er gerommeld wordt. Ja, dan komt hij opeens in de basisopstelling. En hij scoort en is een leuk gozer. Ik vond het ook wel echt... Maar het grappige is, in de voorbereiding was ik daar. En dan spreek je wat Groningsport. Zei ja, die Michael, moet je opletten. En ik zei, Michael, vorig jaar wel zo wat verslagen is. Jong Groningen scoorde veel. Maar iedereen zei, ja, dit kan wel eens een jaar worden. Het is natuurlijk
ik ga nu ook niet roepen, dit is wat FC Groningen nodig heeft. Maar het is wel mooi om te zien dat die supporters die dan ook bij Jong gaan kijken... En die staan er gewoon helemaal achter. Maar die hadden ook echt het vertrouwen al in hem. Hè? Ja. Die zeiden al van, je moet die gozer erin zetten. En dan scoort hij gelijk met het hoofd. Hij scoort dus normaal nooit met de kop. Hij doet het nu wel. Mooi, hè? Ja, leuk om te zien, ja. Ja, en uit de AZ-opleiding, hè? Want dat is natuurlijk ook wel mooi om te zien. Ja. Dat is, hij wist dan niet andere namen. Maar als je kijkt wat AZ de laatste jaren heeft voortgebracht, Sander, dat is... Nou, dat is toch ook de koers die Groningen wil varen tegenwoordig. Veel meer jongens uit de jeugdopleiding door laten stromen. Deze komt al van AZ. Ja. Maar wel vanuit jonge Groningen die stap maken. Voor mij is dat wel iets waar Groningen de laatste tijd steeds meer mee bezig is. En eigenlijk moeten ze dat ook wel, toch? Als je nu ook kijkt, ze kunnen niet meer de grote spelers halen wat ze voorheen hebben gedaan. Geld investeren echt in spelers. Het is nu ook huren van grote clubs wat ze doen met cashieren natuurlijk. Ja. Eigen jeugd. Ja. Als je het hebt over het realisme van Groningen, dan is dat misschien de nieuwe koers inderdaad. Ja. Ik denk dat dan ook, ik weet niet of het hele stadion alweer vol gaat stromen. Maar ik denk dat als je een elftal kan bouwen met spelers... Toch, dat heb jij toch ook. Als jij bij ADO gaat kijken, wil je toch altijd wel een paar gasten hebben die de Haagse identiteit hebben. Nee, zeker weten. Maar ik denk niet dat hij de Groningse identiteit heeft. Hij komt van AZ. Maar dat willen wij zeker in Den Haag willen wij dat altijd zien. Jongens als Beugelsdijk, Immers. Ja. Je hoort ook altijd de naam Verheid altijd weer verschijnen. Zeker nu, omdat we lange tijd geen spits hadden. Hoor je altijd mensen van, Verheid moet erbij. Natuurlijk, dat leeft bij elke club, zeker bij Den Haag. Maar dat zou in Groningen waarschijnlijk ook net zo zijn. Dat is ook een volksclub natuurlijk. Ja, absoluut. Jordi? Maar even over Groningen, want ik zie ze nog niet echt doorbreken, die jongens uit Groningen. Jij zei, ze mikken meer daarop. Ja, volgens mij is dat het plan, het beleidsplan, om steeds meer... voor mij is het de bedoeling om, ik weet niet zeker, maar 2020 of zo de helft van de selectie of meer dan de helft eigen jongens te zijn. Ja. Ik zie het ook nog niet echt terug, hoor. Waarom? Qua niveau. Want nu hebben ze wel die Cachera gehaald van Ajax dan. Is dat wat, Cachera, voor Groningen? Nou, moet je even aan Lars vragen. Die heeft hem vorig jaar elke week zien spelen in de Super League. Ja, een verschrikkelijke doelpuntenmaker. Dus ik denk het wel, maar ik denk ook wel dat hij aanvoer nodig heeft. Ja, want ik zie ook wel vaak een beetje balletjes van zijn poten afspringen en zo. Het is niet echt balvast of zo, toch? Nee, het is een beetje... Ik vind het nog wel eens wisselvallig geweest vorig seizoen. Ja, en ze hebben best wel jonge spelers. Dat is wel mooi ook bij Groningen. Dat je hebt dat middenveld sowieso met Rijs, Van der Looy, Roestic. Dus op zich, Breien is voor mij dan 21. Weet je, het zijn wel jonge jongens. Maar ja, het is twee wedstrijden het seizoen, hè? En wat loopt er in Jong ADO? Loopt er daar nog wat? Gisteren 1-2 gewonnen bij Dordrecht, zag ik. Ja, klopt. Ja, Pinas, hè? Pinas twee keer gescoord. Maar dat is een goede voetballer. Die heb bijgetekend bij ADO. Wie is dat? Centrale verdediger. Jacques Alpinas, centrale verdediger. Ja, maar die heeft vorig jaar een paar keer meegespeeld bij ADO. Die kreeg een contract aangeboden, tekende niet gelijk. Dus hij leek weg te gaan. Maar ben je even naar hem toe gelopen? Ik heb even met hem gepraat. Ik zeg, jongen... Zo gaat dat tegenwoordig bij ADO, hè? Ik zeg, doe nou even normaal. Teken dat contractje. Teken dat contractje en dan komt het allemaal goed. Nee, maar dat is een hele leuke speler. En, goede voetballer. Kijk je dan ook naar wat Jong ADO doet? Nee, maar ik volg wel een beetje wat... niet dat ik echt naartoe wil kijken, maar ik volg het wel een beetje. Ik kijk het eigenlijk te weinig. Weet je, ik vind die Van Huffel, heet die? Huffelini wordt hij genoemd af en toe. Huffelini? Dat is wel een leuke speler ook om te zien. Voor de rest volg ik het net wat te weinig, hoor, Jong ADO. Speelt op maandag, dus ik moet af en toe gaan kijken. Wie is trainer van Jong ADO? Texera is trainer van Jong Ajax. Nou, dat is wel echt mooi. Ik vind het ook wel mooi nu bij ADO dat... die zit er nu, het tweede seizoen, Edwin de Graaf? Ja, Edwin de Graaf is assistent. Met oortje in. Ja, en hij doet dat. Is wel mooi, toch? Want analyses dat doet hij, hè, van de tegenstander. Ja. Doet hij ook. Ja, maar mooi, past ook wel bij die club. Veel Haagse jongens allemaal. Ja, voordat we het over Spanje gaan hebben. Bij de club. Het is nu definitief Stroopman naar Olympiek. Ja. Goeie keuze van beiden? Het is niet echt een keuze, toch? Schijnt te zijn, van Kevin. Nee? Het schijnt dat hij net als Nainggolan naar de uitgang is gebonjourd. Ja. Maar als hij had gezegd, ik ga niet. Nee, dat kan je zeker doen. Maar ik neem aan dat hij toch ook wil voetballen. En Marseille is wel, denk ik, gewoon... Het is ook weer niet zo dat je met een pistool op je hoofd moet voetballen. Dus wat dat betreft. Maar hij wilde niet weg. Nee. Want ik las ergens in een paar Italiaanse media, die willen het nog wel eens hier en daar wat aandikken. Maar dat Stroopman in tranen het trainingscomplex had verlaten. Hij heeft er natuurlijk wel heel veel meegemaakt. Met twee keer bijna alles afgesloten. Ja. Heel veel ellende. Ik kan me nog die wedstrijd herinneren dat al die spelers opkwamen met Forza Kevin, supporters allemaal. Hij is wel echt onderdeel, dat is wel knap. Ja. Voor een nuchtere Noordeling heeft hij daar wel in Rome echt onderdeel is hij van de club geworden. Dus dat is wel heel knap. En ik denk natuurlijk dat het feit dat Rudy Garcia de trainer is van Marseille heeft meegespeeld in het feit dat hij dan toch akkoord is gegaan. En ja, ik, ik, ik,
moet zeggen, ik ben benieuwd hoor. Of, gisteren speelde Roma 3-3 tegen Atalanta. En toen was wel meteen de reacties op social media en ook in het stadion. Want voor mij zei Emiel Schelten, dat is commentaar. Ja. Van, hallo, we missen nu wel Stroomman. Het is heel makkelijk. Ja, precies. Alleen, maar dat is al, ik heb zoiets van, hij is toch niet echt de publiekslieveling of degene die als eerste altijd op het formulier ging. Gewoon. Alleen ik denk wel dat ze noemen niet voor niks de wasmachine. Hij zou wel belangrijk zijn geweest. Ja. Toch? Ja, ik denk op zich denk ik dat Roma zelf, en gaan we het ook zien zeg maar over de jaren heen, wat er met die supporters, hoe erg ze dat blijven vinden met zoals ze goed opgelost hebben. Stabiel opgelost. Kunnen we in Spanje trouwens nog, dit is Italië, kan niet meer kopen. Spanje kan dat nog wel. Ja. Wat we verwachten nog van de topclubs? Nee. Ik las net ergens een berichtje Sterling naar Real Madrid, dat er interesse zou zijn. Ja, kan. Ja, maar verwacht je nog vuurwerk in Spanje? Ik vind dat ze allebei wel wat kunnen gebruiken, Barcelona en Real Madrid. Zeker op de lange termijn. Maar ik denk niet dat dat zo'n overhaaste aankoop wordt. Misschien is iemand nog even... Nee, dat red je niet. Wat wil je? Ik dacht misschien nog tegen een domper aanlopen, maar dat gaat niet meer met het weekend natuurlijk. Nou, dat had voor Barça ook kunnen zijn natuurlijk afgelopen weekend. Ja, maar dat is... Nee, ik verwacht geen gekke dingen. Ik zeg eerlijk gezegd, Sterling ook niet echt bij Real of Barcelona. Nee, ik denk ook dat ze juist... Maar jullie kunnen mij dat wel uitleggen. Hè? Benzema had toch allemaal een Instagram-post gedaan en zo. Bedankt voor al die mooie jaren bij Madrid en zo. Ja, maar dat was... Hij had een bepaald jubileum bereikt. En daarom was die tweet volgens mij. Heel veel mensen dachten, dit is bedankt. Het was gewoon echt bedankt voor een bepaalde periode. Ja. En voor de blaadjesverkoper was het ook natuurlijk wel redelijk gemaakt met Ancelotti naar Napoli. En hij is daar niet. Hij is daar al jaren, wilden ze hem soort van niet van hebben. Dus dat was zo verzonnen. Okay. Maar nee, op zich niet. Ik vind het vooral grappig hoe Bale loskomt zonder Ronaldo. Ja. Hey, maar Engelsen in Spanje, hoe vaak is dat goed uitgepakt? Steve McManaman. Ja, Beckham was toch wel oké bij Real. Ja, maar dat is wel een van de weinigen, denk ik. Ik denk dat bij Beckham was het eigenlijk beter dan het toen een beetje over werd gesproken. In ieder geval in combinatie met Real is dat het lastig. Woodgate heeft volgens mij geen seconde gespeeld. Jonathan Woodgate. Ja. Leeds United, shout-out. Ja. Maar er zijn sowieso weinig Engelsen die het buiten... Dat wil ik net zeggen. Dat vind ik wel een toffe trend. Veel jeugdspelers, grote talenten, die kiezen nu wel eieren voor geld, gaan naar het buitenland. Ja, omdat ze geen kans krijgen. Nee, precies. En die gaan dan nu wel naar de andere Europese topcompetities. Ja. Dus wie weet dat het in de toekomst wel weer gebeurt. Maar wat is de beste Engelsman buiten Engeland geweest dan? Joey Barton bij Marseille. Nee, want Keegan bij HSV. Nou, Chris Eagles. Lekker Joop, best een goeie. Ja, nee, je gaat wel naar kaliber toe die wij niet live hebben zien voetballen. Ja, heel goed. Klasse Lars. Maar Thiago op weg naar Real Madrid? Thiago van Bayern? Ja. Zou ik wel wat vinden. Dat wordt nu ook in de chat geroepen. Ja. Goede voetballer, man. Heerlijk. Modric, gaat hij nou nog weg of niet? Nee. Nee, hè? Wel een ludieke poging van Inter. Ja. Inter heeft een paar dagen hun best gedaan. Maar... En Mariano Diaz, wat is dat nou het verhaal? Ja. Dat is wel echt heel raar. Of tenminste, ik vind het vooral raar vanuit het perspectief... Want hij zou eigenlijk van Lyon naar Sevilla gaan. Ja, toch? Maar dat vond ik al raar, dat Lyon hem verkoopt. Want ze hebben volgens mij nog geen vervanger. Het is natuurlijk de sluiten van transferperiode komt dichterbij. Ze hebben hem gekocht vorig jaar van Real met 8 miljoen. Volgens mij moest Sevilla nu 35 miljoen betalen. Ja. Maar alleen Real Madrid heeft het recht om dan het bot te matchen om hem zelf terug te halen. En die waren toch te zenuwachtig. Die wilden niet gokken en die halen hem nu bang terug. Bang dat hij zou excelleren bij Sevilla en dat ze hem dan voor drievoudig op moeten halen of zo. Ja, inderdaad. Ja. En dan, ja, ik heb echt van die jongen genoten. Maar juist omdat hij bij Lyon op zijn plek was. Ik denk niet dat Mariano Diaz dit seizoen de spits is voor Real Madrid. Nee, maar toch wel grappig dat er altijd nog zo'n terugkoopclausule in zit, hè? Ja, en eigenlijk volgens mij belemmer je daar alleen maar mee om een goede beslissing te nemen. Omdat ze zoiets hebben, Sevilla heeft altijd wel goed beleid. Laten we het zelf maar doen. Nou, kost je weer 35, 40 miljoen. Ja. Ze hebben bij Morata hebben ze dat toch ook gedaan? Ja. Die clausule... En dan gebeurde precies hetzelfde, want die pakte goed uit bij Juventus. Dachten ze van, nou, we gaan hem echt niet laten gaan. We durven het risico niet. Ik haal je hem terug, wordt niks. Maar ja, nee, toen hebben ze hem alsnog flink verkocht naar Chelsea. Precies, dat is toch het hele idee. Dat zal toch nu ook het geval zijn? Nee. Dat misschien die terugkoopoptie wel niet zo heel hoog is. En dat ze hem daar uiteindelijk voor een betere prijs weg kunnen doen. Mariano Diaz heeft het leuk gedaan. Maar die heeft niet de impact gemaakt zoals Morata dat deed bij Juventus. Om nu hem weer voor dubbele door te gaan verkopen. Dat gaat niet gebeuren. Nee, maar wel een aardige winst.
Ik denk dat, dat zal toch de hele... Ja, maar ze moeten hem nu terugkopen voor 40 miljoen. Dus dan moet hij voor 50, 60 miljoen verkocht worden. Oké, nee, dan wordt het dat wordt echt lastig. Dat gaat niet gebeuren, denk ik. Nee. We proberen trouwens te skypen met iemand dit weekend zijn debuut heeft gemaakt in de Bundesliga. Wout Weghorst. En die maakte een zeer bijzondere debuut natuurlijk. Bijzonder voor Duitsers die nooit naar de Eredivisie hebben gekeken. Voor ons was het toch gewoon precies de Wout Weghorst die we kennen. Ja, ik vond het wel een lekker koepalletje, toch? Maar zij trainen, zij zijn dus op de club. Ze hebben één dag vrij in de week. En trainen tot 7 uur. Zijn ze de hele dag op de club. Dan gaan we een uurtje langer door, toch, vandaag? Kan er ook nog wel bij. Ja, en dan een uur. Dan... Als Thomas lekker zit. Ja. Ja. Dan ga ik wel even leggen, hoor. Ik val nou al een paar keer weg. Dan. Maar het was natuurlijk krankzinnig. Toch het debuut. Eerst kreeg hij een rode kaart mee, om het zo maar te zeggen. Ja, het was een gele kaart. Toen gingen ze naar de VAR kijken. En toen heb je een beetje wat Thomas over had. Niet op een ware snelheid afspelen. Want het lijkt... Wie was het ook weer van Schalke? Nastasic? Ja, Nastasic, ja. Dat hij een split seconde de bal raakt en daarna het scheenbeen. Dus iedereen was er volgens mij wel over eens dat die gele kaart de juiste straf was. Dat wordt omgedraaid tot een rode kaart. En daarna gaat hij natuurlijk... Nee, ik denk dat iedereen wel het fragmentje voorbij heeft zien komen... Beetje rommelen over de grond, half en de half bakken niet. Scheids geeft hem rood, gaat kijken, draait het terug naar geel. En daarna, want als je die van Nastasic rood geeft, daarna die Brooks in de verdediging bij Wolfsburg, die trapt echt letterlijk bijna de kop van Embolo eraf. Ja. Want die geeft alles om de gelijkmaker te maken. En die krijgt geel. Wel een penalty voor Schalke. Dat was niet genoeg, want Wolfsburg wist hem nog te winnen. Ja, dat was de vervanger van Weghorst scoorde, toch? De winnende. Ja, inderdaad, de invaller. Ja. Ja. Maar Ben Brooks was natuurlijk ook mooi, want die stond op de doellijn met die... Maar dat was met die hensbal, toch? Toen die Schalke die kreeg. Ja. En die kreeg rood. Maar dat was het ging dus al helemaal mis, hè? Want Weghorst had dus rood gekregen, toen was het op de VAR. Toen kreeg hij geel. En toen kreeg die Brooks kreeg rood en toen keek hij naar zijn kaart. Dacht, oh ja, shit, ja, klopt, ja. Dat was geel. Ja. Ja, maar ja, dan kom je thuis als scheidsrechter. Ja, ik zat er niet zo lekker in. Maar als je die Nastasic voor gevaarlijk spel zeg maar, beoordeelt dat hij zijn been te hoog heeft op zijn scheenbeen, dat je daar rood voor geeft, als je dat bekijkt, dan begrijp ik niet dat je die Brooks laat staan. Heb jij dit net snel gelezen, gemaakt, denk ik, ja. Nee, dit heb jij net gemaakt op je computer, Sander. Martijn naar de berichtje gestuurd. Ja, klasse, jongen. Liga start, versinkt im video chaos. Chaos, woed, mieze laune. Ja. Maar het is bij dat zo doen ze dat in Duitsland. Bij dat moment van Weghorst is natuurlijk ook... Die scheidsrechter staat er bijna op met zijn neus. Ja, maar die stond er heel dichtbij. En maar die geeft dus rood. Hè? Ja. Bij dat, bedoel je die... Nee, bij de kopstoot van Weghorst. De kopstoot van Weghorst. Ja, dus dan geeft hij rood, dat ziet hij. En dan krijgt hij toch een soortje... Nee, je moet er toch nog even naar gaan kijken. Ja, dan kijkt hij er best wel lang naar ook. Het kan toch niet zo zijn dat Weghorst, die staat daarnaast een tv... af te wachten of hij nou wel of geel heeft gekregen. Hij had al door moeten lopen, onder die douche moeten staan. No? En dan weer terughalen, toch? Teruglopen. En dan ziet hij dat hij toch geel gaat hij weer terug. Ja, ik zag trouwens Anko Jansen bij de vrienden van Voetbal International zeggen... als ik nooit met iemand zou samen mogen voetballen... dan zou dat Wout Weghorst zijn. Oh, is dat het ook voor jou? Wat was de reden dan? Oh ja, gewoon een hele vervelende jongen, als ik hem zo zie. Hoe kijk jij tegen zo iemand aan? Geen idee. Ik ken hem niet persoonlijk en... Ja, ik vind het wel een aardig spitsje eigenlijk. Dus, ja, maar weet je wat Anko zegt, en dat hebben natuurlijk heel veel voetballers, ook die bij ons in de studio zijn, we ergeren ons echt helemaal kapot aan zijn gedrag. Hè? De camera zoeken, altijd zo overdreven. Heb je dat ook of boeit je eigenlijk niet zoveel? Nee, het boeit me eigenlijk niet zoveel. Nee? Tuurlijk zie je het wel eens, hè? Spelers die dan opvallen, maar sommige jongens in het veld die zijn buiten het veld weer topgozers, weet je. Dus ja, het is een beetje, ik weet niet, ik zou met hem willen spelen, hoor. Ja? Maar ja, de suggestie wordt wel eens gewekt, inderdaad, zoals jij zegt, de camera bewust en camera opzoeken. Ik moet toch denken, met de sneltreinvaart waarin Wout Weghorst zijn carrière gaat, en je komt nu bij Wolfsburg, zitten volle tribunes, nieuwe competitie. En het is eigenlijk nog erger dan in Nederland. Zijn gedrag deze wedstrijd met het gillen en doen en bij die goal helemaal ontploffen. Ja, nou, het zal wel echt, het is niet nep. Dat geloof ik niet meer. Maar mensen... Als je nu al meteen bij je eerste wedstrijd, bij je kennismaking publiek zo... Ga je zo doordragen, ga je zo lijp doen? Ga je zo lijp doen? Dan ben je dat gewoon. Dan ben je of super ongegeneerd gewoon, of je bent inderdaad echt zo. Of je bent het allebei. Maar er komen ook mensen van het stadion, hè? Om zo iemand het is te zien. Wel een show. Het is show. En ik heb wel echt wel heel veel respect voor zijn carrière. Want het is natuurlijk geen supertalent. En derde spits bij Emmen was hij op een gegeven moment.
En toen naar Heracles. Ja, bij Heracles deed hij het goed. Bij AZ heeft hij het ook goed gedaan. Hij speelde gewoon in de Bundesliga. Maar wat echt heel knap. Dat is natuurlijk wel zo. Jongens die met hem gespeeld hebben. Bijvoorbeeld bij Heracles sprak met Mark-Jan Vladeers. Die zei, ik heb op het veld echt alles eruit gehaald. Maar als ik dan naar de training zat te kijken. En ik zag hem trainen. Dacht ik, ja, wat doe ik eigenlijk? Ja. Hij haalt echt alles uit. Elke dag weer opnieuw. En natuurlijk, alles geven. Natuurlijk. Hij ik denk dat gek. Hij ook wel hij door geeft alles. Dat hij doorheeft dat hij soms dingen niet goed doet. En niet slim doet. Hè? Op het veld. Richting scheidsrechters en richting teamgenoten. Ja. Maar uiteindelijk denk ik, hè, als we hebben over 10 jaar spreken, zeg maar, en zijn carrière zit erop, dat ja, hij denkt, ja, sorry ja, jongens. Ik ben heel benieuwd op, zeg maar, als we bij de winter zijn of einde van dit seizoen, hoe die zeg maar dan in Duitsland opstaat. Wat denk je? Hoeveel doelpunten? 5. 10. Wat zetten we erop? Shirtje van Weghorst? Godverdomme, je wordt echt alleen om in de kast te hangen. Is goed. Ja? Ja. En niet van het Chinese spullen, hè? Nee. Ja, die ken je. Oké, okay, ontkracht dit nu even gelijk. Niet dat ik ooit een shirtje in China voor jou heb besteld. Even handje erop dan, jongens. Kom op. En ben jij zo'n gierpijp nu? Even officieel. Kijk eens. Ben jij zo'n gierpijp? Nee? Nee, helemaal niet. Ik heb trouwens, ik hoop dat we dat ooit nog uitzenden. Ik heb met Mouma hier een weddenschap lopen. Wie topscorer is gedurende de helft, zeg maar. Na 17 wedstrijden. Ja. Weet je wat hij zegt? Mouma hier. Ik zei, nou, is goed. Waar werden we om? Ja, avondje bij een sushi-restaurant eten. Ja. Dat zijn de betere weddenschappen, toch? Kan je vast gaan uitzoeken welke mini-markies je wil. Ja, sushi samba hier, toch? Of ja, een goed restaurant. En welke kant zei jij? Gaat hij de 5 of 10 maken in de Bundesliga? Ik denk eerder richting de 10. Lars? 10. 10. Ik vergelijk hem een beetje met Bas Dost. Dus ik denk eigenlijk dat hij er wel best wel veel gaat maken. Ik zeg wel 15. Ho, 15 voor... Ja? Hij overtreft hem. Mag ik ook 7 zeggen? Of moet ik echt 5 of 10? Ja, 5 of 10. 10 dan. Nou, 7 zit je meer richting Vef. Ja. Toch? Ja, eigenlijk wel. Maar ik ben ook wel benieuwd wat ze van hem vinden. Want de allereerste... Ja, dat dacht ik al. De allereerste wedstrijd. En hij gedraagt zich zo. Wat gaan ze van hem vinden rond december? Dat je op maandag bij het koffiezetapparaat staat. En die nieuwe spits van jou. Hoe was het eigenlijk bij hem? Ja. Nou, heb je even... Maar ik denk echt dat hij in het dwangbuis gaat of zo een keertje. Ik denk dat ze heel gek maar, op hem gaan raken. Maar het is ook, kijk dus. Hij is obsessief met zijn vak bezig. En dan moet je een beetje gek zijn. En dat zie je ook wel. Maar daardoor haalt hij ook alles eruit. Als wij in Oranje 11 van zulke jongens hadden met zo'n mentaliteit... Dan worden we wereldkampioen. Maar wij waren met Andries Jonker. Nee? En ook trainer geweest bij Wolfsburg. Mm-hmm. En die had het dus over Bas Dost. Hè? Die ook heel veel uit zijn carrière heeft gehad. Maar die was bijvoorbeeld niet iemand die echt extreem... trainen zo. Andries Jonker gaf het voorbeeld altijd tussen Olic en Bas Dost. En hij zegt, Olic is helemaal niet zo'n bijzondere voetballer. Maar elke training, na de training, stond hij 100 ballen met links, een bepaalde hoek in te trappen, dat hij een vaste trap kreeg. En Bas? Nee? Die doet dat niet. Nee. Maar die heeft nog steeds een leuke carrière. Maar weet je, maar dan speel je bij Portugal. Speel je bij Sporting. Heb je trouwens genoten van... En niet wat hoger, ja. Dortmund, dit weekend tegen Leipzig. Genoten? Nou, Leipzig was eigenlijk beter, toch? Ja, ik denk dat... Gestolen overwinning? Bij 4-1 kan dat nooit echt, maar het was vooral geflatteerd. En volgens mij vielen ze op het juiste moment. Zeker. Dus kijk, die 2-2 en de 3-1 die vallen vrak achter elkaar. Ik vond die 1-1 wel echt prachtig. Zeker. Die voorzet van Schmalzer met die kopbal van de Hoed. Hoe moeilijk is die kopbal trouwens? Hij komt achter me. Heb je die goal gezien? Ik heb hem niet gezien. Ja, het is een soort omhaal in de gozer die nooit scoort. Dus dan vind ik het extra kunstig. Ik heb hem toevallig ook gemist, dat goal. Nee, maar het is een voorzet die van links komt en die komt... Achter hem en hij knikt hem, hij stuurt hem echt terwijl hij achter... Zwevend door de lucht. Ja, was echt maar ik ben wel blij dat we eindelijk een keer iets van die Dahoud zien. Want hij was bij Gladbach fantastisch. Ja. Bij Dortmund heeft hij eigenlijk nog niet zo heel veel laten zien. Terwijl ik in eerste instantie heel enthousiast was eigenlijk over die transfer. Nee, dat was een vrij logische set, denk ik. Als je in de Bundesliga kan, één stapje hoger op en Dortmund had het geld ervoor. En nu moeten we kijken met Witzel die in de ronde loopt. En Favre, geluk aan zijn zijde, want... als het even anders gaat in die beginfase, dan kan het 0-2 worden. Ja. En dan hebben ze een hele moeilijke middag. Maar iedereen heeft het erover dat ze spelvreugde en dat soort dingen... dat ze weer blij zijn in Dortmund. En ik denk, nou, dan is een goede basis. Over Rangnick gesproken, hoe gek is dat... dat je dan als technisch directeur jezelf aanstelt voor een jaar als trainer? Nou ja, ik denk met zijn cv niet heel gek. Omdat maar stel gewoon... dat het... Kijk, wat ik dan altijd denk. Stel, hè, er zijn nu... Leipzig is niet met Leipzig van een paar jaar geleden. Het is een ploeg om serieus rekening mee te houden. Stel, het loopt niet. Het gaat heel slecht. Ja. Dan ben je ook gelijk je technisch directeur kwijt. Of dan denk je dat de club op een gegeven moment zegt... Ga maar terug als technisch directeur. Dit is toch een veel grotere club, zeg maar, dan...
elke individuele club op zich, dat zit toch een heel brein overkoepelend. Die gaan echt, als dat hij bij de winterstop blazen, gaan ze hem niet eruit gooien. Daar ben ik van overtuigd. Nee, zeker niet. Het is alleen gek dat zeg maar, de constructie waar is gekozen. Want Hoffenheim moet nu nog een jaartje wachten en zij moeten een jaartje staan. Kijk, het is voordelig dat ze geen... Ze hebben Nagelsmann alvast vastgelegd voor, wat voor mij uniek is in de voetbalwereld. Kijk even, dat een trainer al vast is gelegd voor het jaar daarna. Woetroe, jij loopt al 100 jaar mee. Is het uniek in de voetbalwereld? Nee, dat weet ik echt niet, Neil. Maar je hebt een computer voor, hè? Ja, of er ooit een trainer is vastgelegd voor het volgende jaar. Maar bij Leipzig is het gunstig, omdat zeg maar, die jongens hebben zoiets van... Ja, die kerel is aan het eind van het seizoen gewoon onze technisch directeur en die gaat over. Dus dat zit wel goed, maar dat is aan de andere zijde. Ja, dat weet je van mij. Daar ben ik nooit voorstander van om zo vroeg aan te geven dat je weggaat als trainer. Nee, inderdaad. Het is maar een jaartje. Laten we doorgaan met Italië. Saaie competitie, hè? Wordt weinig gescoord. Sander Jonkman is daar. We nodigen Sander Jonkman een keer uit. Hey, en ze gaan helemaal los daar. Die is daar ook zo een van. Want kijk, Italië is kijk gewoon... Kijk eens, koekoek. Ja. Ja, soms moet je proberen om je statement te maken. Ja, maar wat is er nou? Je kan niet... Het is, Italië staat bekend om fantastisch verdedigers, spelers en een opvatting, tactiek. En dat leidde dan af en toe inderdaad, omdat ze niet zo van het risico houden, tot weinig doelpunten, maar niet per se in mijn ogen saaie of slechte wedstrijden. Maar omdat zeg maar de aandacht gaat vaak naar de Premier League. En dan is nu de Italiaanse trend om dan te zeggen van... Hey, dit weekend waren 88 doelpunten bij ons. Ja, maar dat suggereert toch eigenlijk dat het heel slecht is... dat jullie een soort van eredivisie met geld zijn? Ja, maar de algemene perceptie over Italiaans voetbal is het is saai. Er wordt uitstekend verdedigd. Iedereen speelt Catenaccio en er wordt weinig gescoord. Nou, in principe... Al die vooroordelen kloppen op dit moment niet. Nee. Want de clubs verdedigen totaal niet. Er wordt daardoor ook veel gescoord. En daardoor is het ook best wel leuk om te kijken. Het is leuker dan dat het was, denk ik. Het is veel frivoler, attractiever. En die clubs die merken ook wel... Kijk, met het alleen verdedigende voetbal komen er niet. We moeten wel een beetje mee ontwikkelen. Dus we gaan ook wat aanvallender spelen. En dat is voor de competitie alleen maar goed. Alleen denken nog heel veel mensen... Ah nee, het is nog best wel saai. Ja. Dat is absoluut niet zo. Kijk jij veel Italiaans voetbal? Of eigenlijk, ja, eigenlijk niet. En iedereen is laaiend enthousiast tijd over de Premier League. Ja, ik weet niet. Ik zit, als ik thuis ben, ben ik thuis. En soms sluit ik me een beetje af ook. En ik ga niet thuis nog even veel de Serie A. Wat kijk je wel, buitenlands voetbal? Engels kijk ik wel. En, Buit met buit. Hè? Buit met buit. Dat kijk ik ook. Ja, ook ja, kijk, in de kleedkamer staat zo'n tv met beelden van MVV. Bij hem thuis staat die aflevering met de Ruit met buit. Dat zal wel meevallen. Ik wil nog even toevoegen. Eerste divisie, deze speelronde, 35 doelpunten. De keukenkampioen-divisie. Ja. Dus ik, als je nou echt... ik zal de maker van dat kaartje even vragen. Of ja, je even hey, maar weet je, me wel een beetje afvragen. Vooral denk ik Jordi en Sander aankijken. Hebben jullie wel een beetje hun privéleven? Want volgens mij kijken jullie echt elke competitie. Ook gewoon alle helemaal. Wedstrijden. Maar, maar kijk je dan ook echt hele wedstrijden, Jor? Kunnen we mevrouw Jamali, hoe lang duurt het nog dat zij hier ook gewoon op de bank zit en mee kan praten over de Turkse competitie? Nee, zij kijkt alleen Gallo mee. Wat? Ik hartstikke lief. Want ik hoor je over ballen op knieën die dan net goed of slecht vallen, maar dan kijk je wel echt ontzettend veel. Ik vind gewoon dat als je hier op maandag wat wil vertellen over dinsdag. De buitenlandse competitie... Dan moet je het al gezien hebben. Of was het maandag en nu is het dinsdag. Ah, jij zit nog steeds op maandag gewoon tegen mensen te dan praten. Dan moet je het ook wel gezien hebben. Tegen jezelf. Nee, maar ik vind gewoon het minimale wat je kan doen is dat je dat gezien hebt. Maar kijk je dan ook veel hele wedstrijden of vooral de samenvattingen? Ja, dat is echt maar net hoe het uitkomt. Kijk, mijn agenda is zo ingedeeld dat ik Ajax en Galatasaray kijk. Maakt niet uit wat er op het programma staat. En daartussen, ja, soms is het zo dat je zaterdag op de bank zit, pak je de vier mee. Ja. Of, wat vaak gebeurde in het verleden, is dat je, weet je, drie, vier keer achter elkaar denkt, nou, de Betis dat lekker het voetbal, dan ga je een paar keer Betis achter elkaar kijken. Je kijkt wel heel veel, dat is wel zo. Ja, maar dat is ook... Dat is in principe toch ook ons werk? Ja. Nou ja. In mijn geval. Voor jou. Voor mij is het werk. Zoals gisteravond moest ik werken. En ondertussen stond United aan en Roma Atalanta. Ja, dan zie je het alle twee natuurlijk. Dat zie je het alle twee. Ja. En als ik voor mijn werk naar de wedstrijd moet, dan pak je die al mee. En dan in mijn vrije tijd, wat kan kijken, dat doe ik. Pak je ook je hebt dus wel een privéleven. Ja, tuurlijk. Makkelijk. Ja, maar om Jordi maak ik me een beetje zorgen, weet je. Nee, hoef ik niet te doen. Nee? Het is goed plannen. Het is makkelijk. Ja, inderdaad. Italië, leukste wedstrijd was gisteren?
Roma-Atlanta? Ja, nou, ja, gisteren of zaterdag, Napoli-Milan. Ja. Dacht je, die is al binnen bij 0-2? Ja, sowieso. Ja. Zeker. Waar ging het mis? Sarri had volgens mij, nu trainer van Chelsea, had ergens gezegd... het verschil tussen Engeland en Italië is als Italiaanse clubs 2-0 voor staan, dan is het gespeeld. Nou, dat bleek dit weekend totaal niet. Ja. Maar ja, waar ging het mis? Ja, het grootste probleem... In de eerste helft kregen ze heel veel lof vanwege het voetbal wat ze lieten zien. Ik zag al tweets langskomen, Hollandse school, oude tijden herleven. Maar daar zit natuurlijk ook best wel veel gevaar in. Want op een gegeven moment begonnen ze er een beetje te gaan geloven. De 1-2 was dat volgens mij. Centrale verdediger Moussakio schuift hem zo in de voeten bij de tegenstander. Counter 1-2. En die, dus ja, verdedigend kan er nog wel hier en daar wat beter. Maar ja, voor Milan was het voetbal net een prima begin. Alleen de uitslag was verschrikkelijk. Bakayoko die viel ook niet echt Bakayoko, lekker in. Bakayoko die heeft Gattuso meteen afgemaakt. Ja. Dit was de eerste invalbeurt sinds de transfer. En hij zei meteen, hij miste echt een paar basisvaardigheden. Ik weet niet wat hij allemaal heeft gedaan. Zo. En die heeft hij meteen afgemaakt. Wat zou jij nou doen als tegenman het over jou zegt? Ja, dan ga ik maandag wel even zijn kantoor in, denk ik. Hey, John, even over dat interviewtje. Zou je dat ook bij Gattuso doen? Nee, ja, dat is wel... Ja. Ja, dan moet je geen onderscheid doen. Wie zou jij geld zetten? Een goede Gattuso fight? Oeh, dat wordt... Ja? Nu? Ja, blind? Ja, maar Gattuso pakt vorken erbij, hè? Ja. Ja. Ja, maar het is ook een beetje brevet van onvermogen, want ik las het. En dan denk ik, ja, luister jongen, dus of jij zegt dat je zelf niet serieus wordt genomen als trainer, je niks weet wie er wordt aangetrokken. Ja. Je hebt het zelf gedaan en dan ga je zeggen, die jongen mist basisvaardigheid. Ja, ook na één wedstrijd. Gaat het allemaal wel lekker? Nou, er zit meer achter, want hij wilde andere spelers. Heel Milan wilde andere spelers, alleen... Door al dat gedoe met die Chinezen is de transfermarkt heel laat op gang gekomen. Waardoor spelers die ze eigenlijk wilden, bijvoorbeeld Enzonzi die nu naar Roma is gegaan, die wilden ze eigenlijk. En uiteindelijk was de enige die serieuze speler die met optie tot kopen kon worden gehuurd, dat was Bakayoko. En daar kan die dus eigenlijk, is het een statement richting bestuur. Maar van, dan over de rug van je speler? Ja, over de rug van je speler, terwijl je nog een heel seizoen moet met die jongen. Ja, ik snap daar weinig van. Ja, Gattuso praat natuurlijk vaak vanuit emotie. En dat is het slechtste. Emotionele jongen? Het slechtste wat je kan doen. Dat is wel mooi, dat filmpje dat ik op zijn dochtertje. Ja. Ja, uit de plaats te gaan op de tribune. Maar dat vond ik hetzelfde met Simeone, omgekeerd. Ja. Op het veld en papa. Papa trouwens, die eigenlijk niet door had, hè? Eerst keer papa, niet. Papa, die zat gewoon op zijn telefoon. Lekker te appen. Ja. Ja, dan, als we heel Milan specifiek gaan, dat is het grootste probleem. Ze hebben echt wel een prima elftal staan waarmee ze top 4 zouden kunnen halen. Alleen, er is totaal geen creatieve speler op middenveld. Dan moet Van Bilia komen. Nou ja, die heb ik al 2 jaar bij Milan in ieder geval niks goed zien doen. Daarvoor bij Lazio was het op zich nog wel aardig. Ja. Alleen, ze hebben Locatelli laten gaan, wat in mijn ogen het grootste Italiaanse talent is. In ieder geval op middenveld. En die hebben ze naar Sassuolo laten gaan. En dat was eigenlijk de creatieve man. Had ik het volgens mij met Willem over dat het heel zonde was voor de jongen dat hij uit zo'n werelds debuut. Hij viel in en hij schoot hem volgens mij in de kruising. En zijn naam zit mee, zijn uiterlijk zit mee. Iedereen, dit is hem. Ja. Kind van de club. Ja, daarna gaat het dan even wat minder. En het ging ook wel echt wat minder. Maar zeker. Mij, door dat debuut heb je zo'n onrealistisch verwachtingspatroon. Ja, maar Italianen hebben geen geduld. En dat is het, ja, dat blijft het probleem waar ze altijd tegenaan lopen. Ja. Fiorentina wel echt een hele leuke ploeg. Ja, jong. Kievo weet dat ook na dit weekend. Ja, nou ja, kijk, vorige week werd Sorrentino natuurlijk opgehemeld. Omdat hij een paar wedstrijden per seizoen ook wat dingen pakt. En nu had hij weinig in te brengen als keeper. Ik hoorde net Sysports langskomen, de Sysports skill of zoiets. Ja. Maar als je de transfers van de Fiorentina, die hebben waarschijnlijk ook een of ander databureau erachter. Maar die hebben echt best wel opvallende spelers gehad. Dat allemaal winststreken. Maar die staan volgens die Sysports index, staan ze heel hoog allemaal. Nou, dan komt het goed, toch? Ze hebben ook België wereldkampioen gemaakt. Wie? Giels Zijsport? Bijna. We hebben het heel kort over Turkije gehad. Moeten we nog Ja, laten we het dan nog even heel lang over hebben. Nee. Nog heel lang. We zouden trouwens met Younes Mokhtar even skypen. Ja, dat is jammer. Ja, maar Younes Mokhtar, daar wilden we dus mee skypen, maar dat lukte niet. En hij legt even uit waarom dat kwam. Ik moet niet trainen, helaas. Kan ik niet live met jullie video chatten. Maar ik beloof vrijdag, dan ben ik er. Ik vind het wel mooi, het woord videochatten. Videochatten, ja, nou ja, dat is feitelijk wat Skype. Hoe doet hij het in Turkije? Ik denk dat hij heel erg tevreden is. Hij heeft nu 3 wedstrijden gespeeld. In 2 wedstrijden had hij een assist. En afgelopen weekend maakte hij in de laatste minuut gelijkmaker tegen Trabzon. Ja. Dus dat is goed. Gaf hij nou ook die heerlijke assist tegen Galla in de eerste wedstrijd? Ja, die allereerste goal en die elke bier afmaakte. Ja. En daar hebben ze ook wel een klik mee. Het is een beetje een bij elkaar gekocht zootje. Dat zie je eigenlijk bij elke promovendus in Turkije. Die moeten er dan wat geld tegenaan gooien en wat ervaring binnenhalen. Maar
Het is niet slecht tot nu toe. Het is alleen jammer dat de verbouwing van het stadion ontzettend aan het uitlopen is. Dus ze spelen nu in het stadion van het gedegradeerde Osmanlıspor. Dat is waar ligt het in Turkije? Waar heeft... Ankara. Oké. Ankara Gücü ligt in Ankara. Ja, ik heb geen idee. Je weet niet dat hij bij Ankara Gücü zit, hè? Jawel, Ankara Gücü tegen Trabzonspor staat hier. Ja, zeker wel. Want ik zag Mustafa El Kabir, vriend van de show, die ooit nog... Weet je nog dat hij die oproep bij ons deed voor dat goede doel? Met, ja, toen zat hij bij Genshin Abili. Ja. El Kabir. Ja, Mustafa. Die worstelaar, toch? Nou? Hij is groot, hè? Breed, joh. Ja, jij vergeleken met Tim Wiese. Ja, dat is echt niet normaal. Ik schrok echt van die foto. Die heb aardig in de sportschool gezeten. Want hij was, pendelt een beetje tussen Zweden en Turkije. En, hij is in Zweden in Nederland kwam er nooit van. In Zweden doorgebroken en nu al jaren. Toch even bij Kaljari gezeten. Bij Kaljari in Roma maakte hij toen een goal. Maar daar kon hij die vorm niet vasthouden. In Turkije ging het lekker. Volgens mij is bij Genshin Abili later nog een keer bij Antalyaspor. En nu de klik samen met Mokhtar. Ja, maar vrijdag wel leuk om met hem te spreken. Want hij heeft natuurlijk dat gekke verhaal dat hij toen bijna in de clinch lag met de trainer. Die hem een tik wilde verkopen op de airport. Oh, ja, dat hij stond toen, op punt om te tekenen bij Kayserispor. Ja? En dat wilde hij niet, volgens mij. Of we gaan het vrijdag precies aan hem vragen. En toen op die airport kwam je die trainer tegen. Maar die trainer niet goed bij zijn hoofd. Ja, die wilde hem een klap verkopen. Ja, hij waren een beetje achtervolgd en zo. En, echt niet? Ja, serieus. Bizar. Wat een verhalen, jongen. En jij tweette ook dit weekend iets over Fatih Terim, dat hij ze gelijk ging halen? Ja, nee, dat was een beetje gekscherend. Omdat Sofyan Feghouli is natuurlijk een groot verdiener en ook wel een goede voetballer. Maar die staat al eigenlijk vanaf het begin van het seizoen op de bank. En daardoor speelt Sinan. En Sinan speelt echt heel slecht elke wedstrijd. En toen maakte hij de 2-0. Van richting veranderd schot. Maar Galla ging, die had de zin 6-0, gisteren. 6-0 tegen Alanyaspor. Trainer van Alanya. Komt dat Alanya? Uit Alanya? Alanyaspor komt uit Alanya. Ja. Ik denk, ik check hem. Ja, zo leer wat in de uitzending, Thomas. Ja. Donk, zijn plek wel kwijt gisteren. Maar Terim heeft gezegd, als we geen centrale verdediger kunnen kopen, dan moeten we daar Donk vertrouwen. Dus die kan nog wel zijn linie naar achter gaan. Oké. Okay. Ja, veel leuker is volgens mij om te vertellen dat zowel Fender als Beşiktaş heeft verloren. Nee, we moeten even door met de Toto-voorspellingen. Jullie hebben je voorspellingetjes doorgegeven. Lars, laten we voor mij met jou beginnen met de wedstrijden die Fef en ik voor jou hebben uitgekozen. Weer die foto, ik word er wel stront. Maar leg even uit, waar is die foto? Mannetje, niet? Hey, daar heb je die tokkie, daar heb je die tokkie. Van zelf kicken, man. Burnley tegen Olympiakos? Ja, lijkt me makkelijk. Want? Burnley. Want? Ja, in Engeland. Ja, weet ik zo, man. Ja. Ik denk gewoon Burnley, ja. Oké. Okay. Ja, moeten we hem daarmee helpen? En ik denk, komt goed. Olympiakos heeft eerst wedstrijd 3-1 gewonnen. Dus Burnley gaat wel even knallen. Maar Burnley krijgt natuurlijk, is een ploeg die nooit doelpunten tegen krijgt. Sinds ze ene Joe Hart op het hok hebben staan, gaat het hard. Fulham scoorde de vierde. Gaat het hard? Ja. Gaat hard met Joe Hart. Was per ongeluk. En Dynamo Zagreb tegen Young Boys? Young Boys. Ja? Sulemani zit er toch nog? Ja, dat weet ik zelfs. Hij zit daar, 100%. Ja. Vorig seizoen hoeveel was die eerste wedstrijd geworden? Ja, volgens mij scoorde hij zelfs. Volgens mij scoorde hij zelfs. Suleiman, ja. Weet je. Hey, wie is hier nou die kenner, man? Het laatste fragment. Neem een borrelnoot. Vorig seizoen van Suleimani was dat hij werd ingehaald door zijn eigen bek. Ja, dat is wel iets langer geleden. Was dat vorig jaar? Dat is het laatste wat ik heb gezien. Maar 2 jaar geleden, hij scoorde ook in de bekerfinale vorig jaar. Ja? Maar ik zat dus laatst met de scout van PSV, Thomas Schaling. En toen ging het over, wie hoop je nou niet te treffen met PSV in de voorronde van de Champions League? En toen zei hij, Young Boys. Ja, ze staan nu een koploper. En volgens vorig mij jaar kampioen geworden. Een behoorlijk geliefde datatrainer. Ja. En doen ze wel het een en ander goed, ja. Maar jij zegt, zeg jij Lars hier? Young Boys. Young Boys. Oké, heel goed. Prima. Dan is het de beurt aan de koploper in de Koning Toto-competitie. PAOK tegen Benfica. Daar ging je vorige keer mee in de fout, hè? Nee. Jawel, toen zei je dat Benfica zou winnen, toch? Zat niet in mijn rijtje. Want toen wilde ik was het zeggen, Jean-Paul voor mij? Let op PAOK. En ik had ook gezegd dat PAOK gaat winnen. Ja? PAOK gaat winnen, die gaat Benfica uitschakelen. Zo, oké. Okay. Goeie quote ook. En dan AEK tegen Videoton FC. Videoton heet toch nu Vidimodi FC? Of wat is het? Zoiets? Video, toch? Ja, Fido Midi. Movidi. Movidi, ja. Movidi. AEK tenen. Ondanks dat de naam echt veranderd is. En dan... Jezus, dat is twee keer. Griekse verbroedering, zo. Ja, absoluut. En de laatste. Nou, dit betoog... zal ik gewoon met je meegaan? Oh, makkelijk. Ik ga gelijk spelletje bij die bovenste. PAOK tegen Benfica. En Salzburg wint van Rode Ster. Dat is dat zie ik wel gebeuren. Ik heb geen idee hoe de eerste wedstrijd is geworden. 4-1. Ja? Geen idee. Ook geen idee. Jij kijkt toch al eens zien dat je niet altijd druk hoeft te maken. En we hadden trouwens net een weddenschapje over...
Over Weghorst. Hoeveel kunnen wij, waar kunnen wij een weddenschap op zetten? Doelpunten. Hoeveel ik er maak? Voor de winterstop? Of in nee, heel seizoen. Jij mag kiezen, voor tot de winterstop of een heel seizoen? Ja, doe maar heel seizoen dan. Ja, ik heb die vraag vaak gehad, maar het is toch moeilijk om te zeggen, man. 24. Ja, zeg jij maar. Dan. Ik zeg dat jij er niet meer maakt dan 20. Die tikt die aan. Die tikt die aan. 24. Dan gaat hij natuurlijk. Ja. Oh, ja. Tikt die aan. Nou ja, is goed, dan pakken we die. Jij meer dan 20? Ja, laat ik het maar zeggen. En ja, dan waar spelen we om? Nee, op een boxwedstrijd van weg. Wat zeg je? Nee, niks. Wat zeg je nou? Ik vond het wel leuk om een beetje een boxwedstrijd te zien. Ben je klaar met mij, of niet? Nee, helemaal niet. Helemaal okay. Dat mag je ook gewoon zeggen, joh. Dat lijkt me wel lastig. Wat je wil, zeg maar. Jordi, jij bent altijd wel goed. Wat dan? Nou, voor weddenschappen, waar moeten wij om spelen? Ja, het is een shirt, toch? Shirtje, ja. Wat moet ik teruggeven? Ik wil een paar honderd euro. Goed, daar gaan we over nadenken. Toch dat je er was. Ik heb nog wel uitsmijter voor hem. Uitsmijter? 35 goals zonder play-offs of 7 en play-offs halen? Ja, dat is een gevaarlijk, hè? Nou ja, wees nou gewoon eerlijk, man. Ben toch spit, man. Ik wil er wel heel graag 35 halen. Dit is lekker, zeg! Thomas Veit, je bent de Haagse hooligan op voetbalschoenen. Wanneer speel je bij ADO Den Haag? Ja. Die 35. Nou ja, dan kan Adem al niet meer betalen. Vorige winter had het gekund natuurlijk. Maar ja, dat is, ja misschien gaat het niet meer gebeuren. Ik weet niet, ik ben nog 26. Ja. Ik denk, over 2 jaar speel jij in het Cars Jeans staan. Ja, hier, nou, nog even een weddenschappie, kom op. Dan hier ook even handje maar, maar zou jij zeg maar voor de helft van je geld kunnen spelen bij Adem? Gaat de liefde zover? Dat is wel een hele vraag. Ja. Nou ja, ik heb toen, toen met ADO gesproken, daar had ik ook moeten inleveren. Hè, als ik daarheen zou gaan. Ja. Ja, ik weet het niet. Hè. Ik heb toch ook een kleine thuis. Nee, maar daarom. Dat is moeilijk. Maar ik ga niet de helft ga ik niet inleveren. Dat, Goed. Maar weet je, hij speelt nou bij Go Ahead Eagles. Weet je, en over 2 jaar lekker bij ADO, dan verdien je wel wat meer hoor. Zo komt wel goed. Ik denk, als het scenario gaat zoals Jordi zegt, dat hij de 35, dan kan Adem ook niet meer betalen. Nee, ja, dan niet, nee. Nou, hij zei niet dat ik de 35 ga maken, maar gewoon met die keuze. Nee, maar ik wil ook heel graag de play-offs in. En als je hiermee kan promoveren, geloof me, Deventer, dat is één grote gekhuis. Want heel veel mensen, je hebt het wel goed naar je zin in Deventer, vragen mensen. Ja, ik heb het goed naar mijn zin, ja, zeker. Ja. Nou, ik weet niet, er kwamen heel veel vragen. Heeft hij het goed naar zijn zin in Deventer en omstreken? Oh, ja, nee, zeker. Mooi, goed om te horen. Woetroe, dankjewel, jongen. Ja, graag gedaan. Lars, mooie schoenen, jongen. Dank je. Ja, hij ziet er goed uit. Maar ik vind wel dat shirtje weer een beetje. Weet je? Maar kijk even naar die hoed van je man. Heb je dat gelezen in de chat? Ja, ik naar, hè, over dat shirtje van hem. Nee, dat was meer over zijn vieze witte schoenen. Nee, maar nu, deze week over zo'n shirtje. Nee, wat is er gelezen? Oh, moet je even ik heb het nog niet, ik heb het nog niet gelezen. Ga ik doen. Vuile stoker is het. Laat je niet op naaien, Joop. Bertus, dank je wel, jongen. Fabio, Sander, je debuut, jongen. Was genieten. Ja. Nou, ik hoop dat de kijkers het ook vonden. Ja, dat ook. Ja, maar je hebt jezelf wel neergezet hoor in je debuut. Ja, je hebt jezelf goed neergezet. Was je onder indruk? Joop approves. Joop approves. Ja. Nou, dan weet je het wel. Ja, we hadden drie debutanten. Debutantenbal. Ik ben ook gedebuteerd vandaag. Nee, jij niet. Ja, ik was vorig jaar bij een paar keer geweest. Toch? Ja, met dat showtje op maandag. Ja, gewoon. Alles mag op maandag. Ja. Maar ik vind dinsdag ook een lekker dag, man. Dinsdag is ook lekker. Ja, volgende week dinsdag zijn we weer. Maar vrijdag natuurlijk ook om 3 uur. Graag. Tot dan.